Avonds beste kijkers en luisteraars. Of goedenacht, goedemorgen, goedemiddag. Waar of wanneer u ook afstemt op deze podcast. Ik heet jullie van harte welkom op de allereerste aflevering van de Spik Splinter Nieuwe Podcast, de Swedish Sessions. We gaan jullie de komende jaren tracteren op een reis doorheen boeiende verhalen. Kwalitatief gesprekken met allemaal mensen die ons enorm fascineren of interesseren. En met ons bedoel ik mezelf, maar ook mijn broer, Munir Swidi. Want deze podcast gaan we afwisselend hosten. De ene aflevering kies ik iemand uit mijn droomlijst, droomlijst uit. De andere aflevering kiest Monier dat. En zo komen wij tot een toffe reeks van allemaal heel aparte uh, gesprekken. We gaan jullie prikkelen met cultuur, humor, avontuur, alles erop en eraan. Inzichten in mens en maatschappij. We gaan uh, vandaag aanvangen, volgens mij, met een gedroomde gast. Want wie anders kan je beter uitnodigen voor de allereerste aflevering van de King? of Comedy, de king of podcastland himself, Alex Agnew. Welkom, Alex. Hallo, hey. Heel fijn je hier <laughs> te hebben. Cool, man. Uh, er de, de zijn al hoge verwachtingen, cultuur cultuurprikkelende gesprekken. Ik denk, damn, ik moet hier al op mijn pijp gaan komen. Ja, nee. Het is natuurlijk <laughs> zo dat, uh, je zit hier met een reden, hè. dat is omdat... Ja. Je bent iemand die zowel mij, maar ook mijn broer altijd ongelooflijk uh, gefascineerd heeft. Mm -hmm. En ik uh, ben anderhalf jaar geleden ook uh, te gast geweest bij Welcome to the AA, Plot. uw eigen ja. podcast. Mm -hmm. En het is wel uh, fijn om de rollen nu om te draaien. Misschien ook wel even voor onze kijkers en luisteraars toelichten. Het is een uh, podcast met een reden. Want we gaan uh, samen met onze gast ook een goed doel ondersteunen. Eigenlijk meer als één. We gaan elke aflevering opnieuw uh, onze gast een goed doel laten uitkiezen. Dat jullie mee mogen uh, ondersteunen mogen helpen. En dat is een goed doel dat uiteraard uh, elke keer een ander goed doel betreft. U zal onderaan het scherm als u aan het kijken bent, af en toe een uh, rekeningnummer zien verschijnen. Als u daarop een vrijwillige bijdrage stort, dat mag 1 euro zijn, dat mag 3 euro zijn, wat u maar wil. Hoe meer, hoe liever uiteraard. Dan uh, gaan we op het einde van elk kalenderjaar alle uh, bedragen die gestort werden verzamelen. En gaan we die netjes verdelen onder elk goed doel dat hier het revue uh, is gepasseerd. U kan zelf ook iets winnen. Want als u een uh, bijdrage stort van minstens 3 euro, dan wordt u mee in een database uh, gestoken om kans te maken op prijzen. Prijzen die altijd geleerd zijn aan de gast. Bij deze gast is dat uiteraard twee tickets voor de uh, nieuwe show van Alex, waar hij dit najaar, na de zomer denk ik, mee gaat touren. Um, je krijgt prachtige plaatsen uh, van ons aangeboden. En uiteindelijk is het um, allemaal om dat goede doel zoveel als mogelijk te ondersteunen. Alex, ik had eigenlijk ook een introotje uh, voorbereid. Dus ik vind het <laughs> belangrijk dat als ik ja, iemand aankondig, uiteraard kent iedereen in Vlaanderen nu, maar ik had uh, het volgende op papier gezet, waarom wij u hebben gekozen. Okay. Sinds hij als eerste Belg ooit het Leids Cabaret Festival won in 2003, begon hij aan een veroveringstocht doorheen Comedy Lines. Hij kronde zich officieel tot de King of Comedy door als eerste comedian ooit in het sportpaleis op te treden en dat maar liefst twaalf keer uit te verkopen. Twaalf keer, ik denk 18.000 mensen. Ja, 15 ongeveer. Zoiets. We maken er 18 van. Dat zijn 216.000 mensen. <laughs> en hij is ook nog eens zanger van Diablo Boulevards een band waarvan we straks zullen ontdekken of deze in de koelkast wel in een diepvries werd gestoken. Sinds 2018 glijdt hij samen met zijn sidekick en Ik denk beste vriend Andries in Hou je vast maar liefst 1 miljoen oren per maand. Met zijn wekelijkse podcast Welcome to the AA. Wij zijn dan ook ongelooflijk vereerd dat de koning van Podcastland hemzelf zich in de fauteuil van de Last Round heeft neergevleid om onze podcast mee te openen. Sir Alex Agnew, welcome to the Swedish Sessions. Ah, dankjewel. Wat well, is leuk, hè? Hey. Meestal doe ik dat, dus dat is tof dat dat is andersom gebeurt. Dat iemand dat over u zegt. En het is ook zalig om een podcast te moeten doen en geen hol te moeten voorbereiden. Want dat iemand anders dat heeft gedaan. Dat ja, dat stof. snap ik. Ik heb dat nu ook ontdekt. Ik heb een weekje Alex Agnew achter de kiezen. Uh, tot ja. spijt van wie het benijdt, dat is eigenlijk niemand. Want mm -hmm. we hebben al uw shows er nog eens doorgedraaid. Dat zijn er toch wel. Uh, ondertussen veel, negen denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Ik weet het zelf al niet meer van buiten eigenlijk. Ik heb er negen bekeken. Okay. Uh, ook nog eens de plaat van Diablo Boulevard opgezet. Okay. De videoclips bekeken. Yes. Um, dus o, dat ga was heel fijn. Nee, Echt een hele ga. week lang, wat een ellende, man. Nee, nee pas op. Want ik, heb ook, ik, ik kon natuurlijk niet, de tijd was iets te beperkt, alle podcasts opnieuw beluisteren. Mm -hmm. um, maar ik heb bijvoorbeeld wel de eerste, de allereerste Welcome to the AE herbeluisterd. Ik weet nog wel wie het er toen te gast was, neem ik aan. Dat oh, was Marcel van Til, klopt. denk ik, hè? Ja. ja, klopt. Ja. Ja. En ik vroeg mij ook even waarom eigenlijk toen Marcel? Je woonde recht tegenover de Andries bijvoorbeeld. Dat was al keihard gemakkelijk. Die moest alleen maar de straat oversteken. Maar dat is ook um, wel een gast die ik al heel goed ken. Dus dat was iemand die ik vrij makkelijk kon bereiken. Ja. Ik heb ook vaak bij Marcel gezeten toen hem nog uh, Villa van Tilt en zo hostte. Dus, uh, en wij kwamen altijd heel goed overeen. Dat is ja. Ja, een nauwe punker. Hè? Iemand waar ik goed mee overeenkom. Dus ik dacht, ja, die gaat dat wel doen. En ik wou ook wel al een klinkende naam, dat je zo. Snap ik. Maar dan was ook al vrij snel, ik denk onze tweede of onze derde, Ik denk onze derde zelfs was Tom Wazal. Ja. Ja, dan waren ja. we wel vertrokken zo. Dus het waren wel direct allemaal, allemaal grote namen die... en dat hielp natuurlijk ook dat ik zelf iemand ben die bekend is, waardoor als je iemand vraagt, dat zal rapper zeggen. Oh ja, dat willen we wel eens komen doen. Maar het hele podcast gegeven was wel nog redelijk jong, hè? hoewel dat we toch maar spreken van vier jaar geleden, is er enorm veel veranderd in die tijd. Ja, ik denk, ik dat, denk dat, dat jullie er misschien ook mee voor gezorgd hebben. Hè? Steeds meer mensen op die kar zijn gaan springen. Uh, Welkom tot de EE is een enorm succes geworden. Mm -hmm. En, en ikzelf hoor het ook. Ik ben uh, les gaan volgen bij ja. de grote Andries. De, de Andries, die geeft ja, les waar. podcasts voor <laughs> professionals. Ongelooflijke aanrader trouwens. Ja. Uh, ik, denk ik, dat zal, ik zal ook iets mee gaan doen. Ik ben eens benieuwd wat dat man gaat vertellen. Nee, dat is eigenlijk dus, uh, echt, uh, super uh, fijn. En hij heeft uh, heel veel mensen daar geenthousiasmeerd om uh, op die podcast -trein te springen. En wij vonden dat ook wel een goed plan om, uh, als je goede doelen kunt ondersteunen, mm -hmm. waarom niet? Dat is wel en cool. Ja. Bovendien ook nog eens boeiende gesprekken voeren. Um, je bent vandaag de gast. In principe stonden we aan de andere kant inderdaad, van de tafel. Mm. Um, Zitten vaak de gast op podcasts? Ja, af en toe. Ik... Um Goh, ja, uiteraard worden we wel gevraagd, geregeld. Ik hou wel van podcasts. van um, ja, eigenlijk bij u is natuurlijk, omdat ik u ken. En ik wist ook al de setting, want ik ja. ben hier al eens een keer iets ja. komen drinken met u. En uh, ik vond dat al ideaal. Dat ik denk, dat is bijna ervoor gemaakt. Ja. Als, dat is bananendekor. Hoewel <laughs> dat het eigenlijk eh, gebaseerd is op zo'n uh, New Yorkse sigarenklaar, waar dat jij graag komt. Ja, klopt. Dus ja. dat is echt heel tof, maar. Nee, dat is, ik, ik hou ook soms van, van die hele beetje knullige nerdy podcasts, van, zo van die jonge gastjes die zo extreem, zo um, heel thema-gericht werken. Ik heb er die zo heel hard over comicbooks of over dat soort dingen. En als die dan zeggen van ja, wilde jij er dan bij komen zitten, dan, dan steun ik, ik dat wel graag of zo. Nee, is mooi. En bij Fokken zijn podcast, de ja, ja, dat is al een soort bijna gegeven. Dat elke keer dat er een beroemde artiest doodgaat, dat wij daar zo'n podcast over doen. Ik snap het. En ja. dat zijn er tegenwoordig helaas veel te veel. Ja, toch? Ja, ja dat is toch constant. Allee, dat je denkt van, je begint zo op een leeftijd te komen dat die jeugdhelden zo allemaal beginnen te gaan. Zo. Dat je voelt van, oh. er zijn er toch veel. Allee. Ja. Die zijn natuurlijk nog een beetje nauwer, maar ik bedoel, als ik zelf bijvoorbeeld al kijk naar mensen gelijk Sylvester Stallone of zo'n gasten, dan denk ik ja, die, die zijn nog, ook he? al niet meer zo. Nee, nee, dat jong. Is waar, dat is waar. Zo, wie weet, uh, allez, het kan altijd gebeuren. Maar maar al ik denk dat al... die Italian Stallion, die heeft ook al zeven of acht levens geleid, denk ik. Hè? Die knuiden niet kapot. Nee, het is <laughs> die komt altijd terug. Die komt altijd terug. Uh, maar je luistert ook graag zelfs een podcast, ja. Um, ik luister vooral Joe Rogan, denk ik. Als ik podcasts luister, soms nog andere dingen ook wel. Je hebt ook zo Bill Burr die is zo'n Monday Morning podcast, maar dat is hij alleen. Hè. Dan zit hij wat te ranten zo, maar dat is soms ook wel grappig. Maar um, What the Fuck van Mark Maron die heeft soms ook wel heel coole, die heeft heel grave gasten natuurlijk. Maar Rogan is wel een beetje zo de gasten waar wij ons wat op geënt hebben. Zo de one-on-one -on -one podcast. En, en We hebben ook zoiets dat wij sedert een paar maanden doen. En dat wil ik eigenlijk nog wel eens terugdoen. Wij noemen dat de Sunday Roast. Maar dat is zo'n beetje dat je met een aantal gasten samen zit. En dat is alleen maar shooting the shit. Dus dat is <laughs> totaal niet... Uh, voorbereid, dat is nee, nee. niet interview, dat is gewoon zitten en wat lullen. Een en, improvisatietheater. En zien op. waar het naartoe gaat. En ja, natuurlijk, als je vier grappige mensen bij je inzet, dan, dan gaat dat wel. Een dat gang. levert wel iets op. Dat is, dat is wel een, zo, ja. Een cafébezoek samen waar de mensen getuigen van Voilà. En eigenlijk vinden die dat dan leuk, blijkt zo. Dat er, dat er echt ja. mensen zijn die zeggen: we vinden het leuk dat we bij jullie kunnen komen hangen in zo. de kamer. Zo, dus. Dat vind ik ook wel de charme van een podcast persoonlijk. Mm -hmm. We zeiden het er juist ook. We drinken hier iets. Als jij honger krijgt, dan bestellen we iets, komt er wat eten bij. Dat is allemaal uh, ja. mogelijk. Televisie kent heel veel kader, heel veel randvoorwaarden, die moeten uh, gehonoreerd worden. Dat is volgens mij wel de kracht van podcast. Je hebt geen uh, uren of uur speelt geen rol. Nee. Um, je doet gewoon je ding, en dat is wel uh, handig. Geen, geen regels. Hè? Nee, dat, uh, ik heb dat eigenlijk twee keer meegemaakt. Dat is heel grappig. Dat ik zo aan het begin van iets gestaan heb in dit land, toevallig. Hè? Door, door, weet ik veel. Wat. Gelukkige timing of zo, noem het maar. dat je wilt. Ik heb dat meegemaakt met comedy. Toen ik voelde van dat was zo aan het beginnen. En gaat zo'n beginnende generatie comedians. die dat zo echt stand-up deden. En dan uh, zie je dat dat ineens groot wordt. en dat dat zo'n fenomeen wordt. En dan nu met podcasten weer terug. En dat voelt een beetje hetzelfde, vind ik ook wel. Zo, Dat heeft iets heel. daar zit iets een beetje ja, anarchistisch aan. Zo gedoe. Je, je zegt heel hard, you cut out the middle man. So, je hebt niet de, de tv nodig, je hebt niet de radio nodig, je hebt niet de, hè, de smaakmeesters die gaan zeggen jij mag wel en jij niet. Doe gewoon je ding. En als jij iets doet dat leuk genoeg is dat mensen opmerken en naar beginnen te luisteren, dan bouw jij je eigen publiek. Hè? Exact. Je ziet een Rogan, uh, want die is volgens mij wereldwijd de meest populaire podcast. Ja. Uh, ja, die heeft uh, zo'n een podcast verkocht en die niet verkocht, gelicenseerd op Spotify voor vijf jaar voor 100 miljoen dollar. <laughs> Dat is van geneten, hè? Dat is wel tof. Ja. Dus, ja. Uh, want ik, ik, ik herinner mij, ik heb zeker niet alles van hem bekeken, maar wel wat. En op een gegeven moment had een Elon Musk te gast, natuurlijk ook ja, wel een kerel naar ja, ja. formaat. En ja. die begonnen gewoon spontaan een jointje te roken. Ja. Tijdens het niet alles kan gewoon. Dat is ook zo. Ja. Of de sigaren, er zijn ook afleveringen dat hij met zijn gast had, dat, ja, dat die echt scheiden bezopen zijn. En dat je dat ook voelt op de duur. <laughs> dat heeft echt, ook al iets, zegmens, Die hebben dus echt ja. te veel gedronken. Maar dat, is, ja, dat, dat heeft wel iets... iets ja, een soort ultieme vrijheid. En dat heb ik graag. Ik ben niet iemand die goed functioneert in. in kadertjes en grenzen en dan denk ik nee, die, die bepaal ik liever zelf. Dan wil je uitbreken. breken. Ja. ja. Ja, want die ding dat een de eerste keer ik zo'n impulsieve momentje in een podcast heb opgemerkt, dat was denk ik toen dat een Erik van Looy bij jullie te gast was mm. en dan is ging hij even cola halen. Ja. Uh, dan Erik was een cola-fanaat, zoals we allemaal weten, en uh, er was geen cola niet meer, dus dan drie hij, ja, ik ga even naar de winkel, ik ben straks terug. Ik vond dat wel ja, origineel, dat is leuk mm. en dat houdt de, de burger ook wakker. Dat is, dat is een keer iets nieuws, dat is heel verfrissend. Ja. Dat is heel fijn, super. Ja, dat is ook, ik moet pipi gaan doen. All right, ga maar. En dan, dan gaat hij ja, naar voilà. beneden en dan ja. zitten wij weer verder te lullen en dan komt hij terug binnen. En dan denk ik, oh ja, oké. Okay. We zijn allemaal mensen. Het is dat. En dat is iets wat je op tv. of... Dat, dat miste ik eigenlijk altijd aan televisie, want hè, voordat het medium podcast terecht was kreeg ik af en toe wel eens een vraag van, zou jij iets voor de televisie willen doen? En als ik zelf mijn eigen keuze mocht maken, dan zei ik altijd, een long-form interview. En ik vind het interessant van iemand uit te pikken dat, ik, dat mij interesseert, en daar langer mee te babbelen. Omdat je heel vaak op talkshows, geeft iemand iets te promoten, of ze moeten dan even heel snel hun promopraatje doen, en dan krijgen ze zo drie, vier vragen, en... Pikt maar in als er iets anders interessant ja. is, maar dat is allemaal zo superkort en snel. En, en dat voelt iets te veel geforceerd of, of um, fastfoods. Ja, ja. en enorm schizofreen ook, dat nog eens erbovenop. Dat je zo, ja, ik heb wel ooit zo'n aflevering gehad. Wat was dat? Bij, ik denk dat dat bij Van Giel zijn gasten was. Dat ik daar zat en het, het eerste gesprek was een moeder die haar kindje verloren had omdat hij verdronken was of zo. Zo'n gruwelijk gesprek dat je er allemaal ziet. En dan zo, ja, en hier is dan Lux Steno met ja, zijn nieuwe single. Ja. Ja, te, 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 te. En dan zitten er zo, holy shit, wat voor een spreidstand moeten we hier gaan doen om dat, om dat, dat gerijmd te krijgen. Dus voor mij was dat altijd, ik vond dat altijd een, een soort ja, gemis. Ik dacht, ik dacht, ik wil iemand hebben dat ik van denk, dat vind ik een interessante gast. Hoe zit hij echt in elkaar? Wat doet hij eigenlijk? En dan weet ik, toen ik dat voorstelde voor de, voor de tv, dat hij dan zeiden van ja, maar mensen hebben zo geen attention span meer. Hè. Het, is, het moet allemaal korter en sneller en hè, content, hè, de, de, wat het mooiste woord is voor totaal geen inhoud, nee, dat ik mij. eigenlijk al ooit heb gehoord. Hè. <laughs> dat is bijna ironisch, hoe weinig inhoud dat er in content zit gemiddeld. Maar, maar het ding was, dan, dan dacht ik, ja, maar dat kan toch niet dat iedereen... Zo is dat kan niet. En dan begonnen we dat te merken met iemand als Joe Rogan bijvoorbeeld. dat je denkt maar ja, er lustert wel volk naar. Hè? Mensen zijn wel geïnteresseerd in een goed gesprek. Absoluut. Dus. Ik denk het wel. Mm -hmm. Maar hoe is dat initieel gestart? Wie, wie is een idee? was dat, was dat van nu, van Andries? Uh, de welcome to the AA? Andries eigenlijk. De Andries, die, dat was een beetje de Andries en mijn vrouw, geloof het of niet. Maar die, die waren zo aan het babbelen over, um, ik zat in zo'n periode dat, dat ik zo... Ik denk dat ik aan de tour was met een show, maar dat ik verder zo niet veel aan de hand had. En uh, mijn vrouw had zoiets gezegd van, oh man, we moeten eens iets verzinnen, verdienen voor ze een zetel te krijgen. Is dat echt? Is de... Ja, ja. En, dat, en het funny was, dat hij zei, ja, een podcast, dat zouden wij moeten doen. En ik, ik wist direct ook, omdat ik ook een fan van Joe Rogan was, dat ik zei, oh ja, Rogan, hè, we gewoon zoiets doen, zo babbelen, maar, maar, omdat dat mij ook altijd interesseerde. En dan zijn wij zo met twee. Eigenlijk hebben wij zo'n paar proefopnamen gedaan, met ons met twee eerst al, om eens te horen hoe dat, dat al klonk. En, en heb ik ook gedaan. Ja. Wat je doet. En, 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 want je hebt zo soms van die enorm irritante dingen die je doet, zonder dat je dat zelf hebt stopwoordjes. Dus, ja, zo ja. Dat dan, wat ik soms ook wel nog altijd heb. Maar. Ja, wie, niet, wie niet? En dan, daarna zijn wij eigenlijk, um, hebben wij zo eigenlijk zo'n ene piloot opgenomen. En dat was met uh, Michael van Peel. Wacht, mijn uh, koptelefoon is even weggevallen. Sorry, ik heb een beweging gedaan en ja. ik denk dat je mijn nut hebt getrokken. <laughs> <laughs> mijn van. Spontane op. van podcast. Ja, dat, uh, voilà. is, uh... ja, ik dacht, we nodigen de King of uh, podcasts ja, uh, uit. Ja, en die helpt dat direct naar uh... de kloten. Ah, kijk eens aan. Voilà. Ik zal. Uh, ik zal uh, ik... Het zal beter bewegen. Het maar dat, zal zijn minder dinges, bewegen. dat zijn dingen die we niet gaan kniepen, beste kijkers. Nee, nee. Oh, wel kijken dat was. Nee. Uh, dat was totaal nog de klote. Kijk eens aan. <laughs> zo zie je hem, hoor. de koning van de podcast. Hè. Een kabel kan hem nog altijd niet laten marcheren. <laughs> maar de allereerste okay. opname was met Michael Van Peel. En ik weet nog dat dat was ook direct dat het, trouwens. Die zitten aan de tafel en het eerste dat je doet is een tas koffie omver. Ja, over heel de tafel. Dus wij zaten er al zo. Maar eigenlijk dat is dat zo'n ene die we nog in onze achterzak hebben, die denk ik ooit wel eens een keer wil ja, releasen. Voor een jubileum even. Ja, dat je gewoon zeggen: deze was trouwens niet eens de eerste officiële, maar degene ervoor. De piloot, om te zien of dat het werkte. En als, je dan, als ik dan zelf, uh, want ik herbeluister die wel bijna nooit. Hè. Ik ben niemand dat heel hard. Ik ben ook zo, niet zo heel hard dat ik terug naar mijn eigen shows kijk of zo. Dat doe nee? ik eigenlijk ook niet. Alleen als je die moet monteren, hè, zo in de montagecel, dat je daar gaat zitten. En dan, en, maar dan heb ik die ook genoeg Beuggezien, gezien om ja. te zeggen dat hoef ik niet meer. Hoewel dat ik nu soms denk, ik zou nog wel eens willen terugkijken naar wat ik daar allemaal zeg. Zo, want er zijn wel een ja, aantal ik... dingen bij waar ik van denk, ja, dat is nog altijd keihard. En dat zou vandaag al een pak moeilijker zijn, denk ik. Want dat vroeg ik mij soms ook al af. Je hebt een dochter die als. hoe uh, gaat is het? Uh, die is dertien, die wordt 14 volgende maand. Die heeft ja. die shows al gezien, neem ik aan? Klopt, Want ja. dat is ook, sommige shows zijn niet helemaal voor zevenjarigen, denk ik nee, misschien? Nee, um, Was daar een dingetje, ten huize, eigenlijk nieuw, van op, wanneer <laughs> gaan we ze naar de shows laten zien? Ja, een beetje wel. beetje wel, ja. Omdat er toch wel een aantal dingen, ik ben nogal redelijk expliciet over uh, redelijk veel. Um, Pies, kak en seks. Ja, oh, bijvoorbeeld, ja, dat is altijd een onderdeel uh, van mijn show. Dus dat mag je er dan ook altijd wel bij zijn. Maar dat was natuurlijk, ja, toen ze klein was, denk ik ook. Van er gaat er niet veel aan hebben of zo. Terwijl, ja, nu is die ouder en die heeft dat dus allemaal al wel gezien, die laatste dingen. en Die ja, Die vindt dat komisch, ja. Die is een beetje zoals mijn. Die vindt ten eerste het altijd leuk als het over haar gaat. Dat vindt ze tof. Oké. Okay. Hoe walgelijk het ook is, dan heeft hij <laughs> nog zoiets van: wat god over mij? Attention. Dus op zich, hè, en ja, die... ik denk dat die mij gewoon ook al gewoon is of zo omdat ik ook in mijn dagelijks leven nogal vrij kleurrijk ben in mijn taalgebruik. Dus geloof die, ik. die zegt altijd tegen mij, ik ken echt niemand die meer vloekt als jij. Voilà. Zo, en zij doet dat eigenlijk niet zo heel veel. Dat is het grappige. Dat is misschien het... Kind van haar moeder misschien. Ja, of hetgeen dat ik teweeg heb gebracht door dat zoveel te doen. dat zij denkt, ik doe dat gewoon iets minder. Zo, dus, uh, en als ze zich zo moet afzetten tegen mij, dan kan ik er wel mee leven. Dat geloof ik. Maar als, als, als je dochter daar naar je shows kijkt, ga je ze er dan ook bij of niet? Kun je gaan. Um, naar shows kijken op een TV, dat heeft ze eigenlijk ook nog niet echt gedaan, denk ik. Tenzij dat ze het misschien op YouTube wel eens met vriendinnetjes of zo, of op school heeft gedaan. Maar um, die zal wel een paar keer live komen kijken. Ja. Dus dat wel. Is dat voor papa, Alex een extra factor van stress of nee? Nee, nee. Weet nee, hebt, nee, nee. Als ik op dat podium sta, dan. Uh, ja, ik weet niet. Dat interesseert mij niet. Dan mag de koning er zitten. Dat, is. dat, is dat gewoon... maakt voor mij niks anders. Dat is gewoon een avond. Dat is een avond spelen. Dat is, dat is wat dat is dat ik, ik doe. It's what I do. Als ik op dat podium sta, dan, dan, dan klopt ook alles voor mij. Dan zit ik 100% in mijn ja. comfortzone. Ja. Dus dat maakt mij ook niet uit hoeveel volk dat, dat is of waar dat, dat is. Je dat altijd gaat, of is dat je gegroeid? Nee, dat is gegroeid. Ja. Um, in het begin had ik heel veel stress. Ik denk zoals de meeste mensen die, die beginnen op te treden. Zeker als comedian zitten zo met dat, hoe moet je dat zeggen? In het begin zijn ze enorm afhankelijk van die lach. Hè. Ja, dan, dan als die lach niet komt, dan is dat gruwelijk en dan zal je er dood te gaan nemen. Zo fuel. Terwijl nu heb ik ook een podium presence of een, een, een persona, waardoor ja. dat ik. Niemand moet zijn eigen afvragen als ik die micro vastpak, wat komt die daar doen? Nee, nee, het is dan is het eigenlijk andersom, dan heb ik bijna een machtspositie. Ja. Dan ben ik nou iemand die er staat en zegt: Het ik ik wel hier. Hè? Zo, nu gaan we even mee. Is ook zo. Nu gaan we even mee in mijn kop. Ja, het is dat. maar dat was zeker niet in het begin. Hè. In het begin moet je natuurlijk ook alles bewijzen. Want mensen kennen u niet. Dus die denken: ja, Wie is die gast? Of wat gaan we doen? Combineer van het lijstje, toch Ja, in, maar ook niet in het begin. Toen ik begon was ik gewoon. Maar ik had, wat ik wel had. Ik ben altijd een uh, hoe je dat, een heel slecht voorbeeld voor beginnende comedians, de fokken bijvoorbeeld, je kent hem ook van de Joker, dat is het café van mijn vrouw samen met fokken. Maar die hebben dus elke, elke die hebben ook zo cursussen dat die doen, zo van die workshops voor comedians. En dan af en toe moet ik daar eens zo gast spreken tegen die jonge mensen die dat er dan aan willen beginnen. En ik ik, ik moet altijd toegeven, ja sorry, maar ik ben echt een, een heel slecht voorbeeld om te gebruiken, want ik ben niet die ene die Jarenlang heeft liggen sukkelen en het dan gevonden heeft. Daarna was dat enorm snel. Zo, ik heb ook een aantal. Ik heb, ik heb al vaak interviews gehoord, ook met Amerikaanse komieken, bijvoorbeeld. Die zeiden, ah, oh, it takes years before you find your own voice. and before you realize it. You have to talk about what, 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 what it is for you. En niet wat dat mensen grappige Dat is nou het optreden bij mij. Dat ik door had dat ik dacht, nee, deze is. Ik ben nu aan het. Dingen aan het vertellen waarvan dat ik denk dat mensen die leuk gaan vinden en wat ik moet vertellen is wat mij interesseert. Ja, ja snap ik. Ja. En als je dat doet, dan, voor een of andere reden, hoe, hoe um, persoonlijker dat je gaat in je vooral, hoe universeler dat snap je ik. wordt. Ja, dat is waar. Omdat wij zijn allemaal niet zo heel uniek. Zo, je denkt dat van jezelf, maar als jij een 100% unieke geest hebt, dat is een alien. Hè? Als die praat, dan zit, het, dan zit het te luisteren naar iemand waar je van denkt. Van die super, hyper intelligente mensen. Elon hey, bijvoorbeeld, maar Elon Musk is iemand die, die slaagt tien stappen over in zijn kop als die je niets vertelt. Dus eigenlijk, die, die, die bewuste aflevering met Rogan, vooral ze die een joint opsteken, is dat eigenlijk een very awkward conversation. Ja, dat is waar, he. dat is, waar, dat is, waar, dat is waar. Want die zegt dingen en dan slaagt die je ineens nog een stap over en dan zie je Rogan zo. So, wait a minute. So, you were there, <laughs> but you're there now. En even zo, yeah, of course. Because and then, in die kop is een kopie ziel die je weg al afgelegd, maar voor ons, is dat zo kunnen gaan even rewinden en zo dummy gewijs, zo, de stapjes uitleggen. Yeah, dus dat is natuurlijk iets anders, maar de gemiddelde mens, ah ja, is gewoon iemand die dat ervaringen heeft die soortgelijk zijn. We hebben niet allemaal dezelfde ervaringen, maar je herkent dat allemaal. Zeker. Zeker. En dat is natuurlijk iets waar comedy toch ook wel heel hard op, op drijft. Ook gedeeltelijk op een soort herkenbaarheid. Zeker. Gemixt met een weirde kop. Want dat is soms ook heel leuk om naar iemand te luisteren waar je van denkt: geen idee waarom dat die zo reageert. Maar dat is wel heel funny. Hans Steven. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Maar dat zijn ook wel heel intelligent. Ja, ja, tuurlijk. Maar ik denk dat de, ja, de beste van allemaal zijn. Meestal allemaal wel redelijk slim. Ja, ik denk dat de meeste mensen die heel grappig zijn, of die ik heel grappig vind, zijn vaak heel intelligent. Mm -hmm. En dat contrasteert dan wel met wat ik over u heb gelezen in de voorbereiding, interviews en zo, dat je zegt van ik voelde mij op school eigenlijk vrij dom. Ja. Um... ja, ik was niet goed op school. Hè. Ik was iemand die daar uh, weinig opletten en zo en altijd met zijn kop ergens anders had. Waarschijnlijk zouden ze in deze tijd er al wel weer een of ander een afwijking voor gevonden hebben, maar. In die tijd werden gewoon, uh, worden gewoon die ene die je niet opletten of die uh, mijn rapporten stonden altijd vol met Alex kan beter en als hem zijn best zou doen dan. Maar Dat In is heel lang de... dat ik dat wel gedacht heb, ja. Maar dat is, um, mijn vader was uh, superslim, uh, was ook een ingenieur, burgerlijk ingenieur. En die, uh, um, die uh, ja, de academische prestatie was heel belangrijk voor hem. En die meten daar eigenlijk ook een beetje uw intelligentie mee. Hij denk dat zo heel hard zoiets van ja, ga doe niks op schot. Terwijl, die wist dat ik slim was, dus die was eigenlijk altijd kwaad op mij. Dat zoiets: vervult je potentieel niet. Doe niet wat je zou moeten doen. Zo. Wat ik van zijn standpunt wel snap. Hè. Hoe bedoeld? Een, een ouderwetsere man, hè. dat was gewoon, een. Nou, dat bedoel, die gast is geboren in 1935. Dat is een andere tijd. Dat is even geleden. Dat is gewoon een gast die, dat, ja hoe moet dat zeggen, moest hem nog geleefd hebben, was hij al een eind in de tachtig geweest. Dus die was ja, gewoon ook na oorlogs, ook zo typisch, iemand die dat, dat heel hard die houding had van als je geen diploma hebt, dan, dan doe je een rotjob voor de rest van je leven en dat is niet wat je wilt. Hè. Hij kwam zelf uit het, het relatieve armoede. En die heeft zijn eigen dan echt zelfs via avondschool gedoctoreerd, terwijl hij ook nog professioneel voetbal speelde voor zijn studies te betalen. Ja, de dat, een, ja een, dat hè. En je denk dat je dan mij ook een klein beetje bezag als ze wat te gepamperd zo, van jij dat wat te gemakkelijk had. Maar dan heeft hij gelukkig uh, al zijn geld verloren door uh, met de belasting een problemen te hebben. Oei. En dan mocht ik gewoon werken. Dus uh, dan was <laughs> okay. dat gepamperd ook ineens gedaan. Okay. Dus dat was ook wel goed. Was, ja. dat, was die, die houding van uw vader dan in die opvoeding, was dat iets dat in u de rebel naar boven haalde? Of dat jij u wel een beetje afzetten? Of dat jij zoiets had van... Ik doe mijn ding en uh, ik zal het ik, wel maken. Ik ben altijd een laadbloeier geweest. Dus bij mij heeft alles altijd lang geduurd. Ik, was, uh, ik ben laat. Ik heb laat gepuberd bijvoorbeeld ook. Hè? Niet puberen qua lichamelijk, want dat was hetzelfde als bij iedereen, maar qua mentaal, dat ze zeggen, die rebellie en dat, dat afzetten tegen. Ik ben eigenlijk was altijd een hele brave. Mijn zus was eigenlijk veel erger. Mijn zus was degene die zo. Hey, de, de, de new waver was in andere kleren en kwaad en dit en heel veel. Dat was echt een echte puber. En ik en eigenlijk was eigenlijk zo die... Ja, je doet het niet echt goed op school, maar het is ook zo wat... Ik, ben dan, ik weet dat mijn vader zo op mijn twaalf jaar, denk ik, was het ook echt beu dat ik ook niet iets anders deed. Dus dan zei hij ook tegen mij, ja, je moet een sport gaan doen. Hè. Het kan me niet schelen wat je gaat doen, Dan moet jij kiezen. Mocht je gewoon nu wel een sport doen. En ik zeg, oké, okay, ik wil gewoon boksen. En dan zei mijn moeder: In geen duizend jaar Oei. gaat jij boksen, want ze slagen je neus kapot en dat gaat <laughs> je niet doen. En ik dacht, oh kak. En ik dacht, ja, wat dan? En ik had zo'n paar vrienden bij mij in de straat en die zaten in een karateclub. En ik zeg: karate dan. En voor een of andere reden, ik denk dat, dat moeders destijds um, boksen associëren met Rocky-films. En karate met de karate ja, kit of het zo. Het en die had ja. zoiets, ah, dat is een beetje opvoedkundig en dat is wat een kunst. Of zo. Dus daar kon hij dan mee leven. En dan ben ik karate beginnen doen. En daar ben ik ook wel wat van opengebloeid. Als um, ja, je wordt fysiek wat zekerder van je stuk. Dus dan, worden ook, dan, dan komt die een binnenkant ook meer naar buiten. Ik was iemand dat sowieso al heel veel fantasie had en heel veel. Um, ik speelde zo mee van die Star Wars popjes en dan deed ik al die stemmen en die geluidseffecten zelf in zo'n zo kindje. Dus ik was zo een, zo die ene die dat zo. Als ze van zei, Joh, die zit altijd alleen in zijn kamer. En die is heel veel boeken aan het lezen. Want dat deed ik van klein aan ook altijd. Strips in en boeken en, en heel veel beetje introvert eigenlijk wel. Zo'n zo, zo kind waar je van denkt, je eet je vrienden of zo. Allee jong, maar toch humor, toch, toch grappig? Ja, en daar was ik ook altijd goed in, maar dat vertaalde zich alleen in een soort entertainment op school. Ik was heel goed in. Um, als ik een film gezien had, vertelde ik dat dan aan mijn klasgenoten, maar ik kon dat dan klaarblijkelijk met zoveel. Fantasie ja en... vertellen dat iedereen zo bijna al uitkeek naar hij is nog die film gaan zien en hij kon het komen vertellen <laughs> zo wat ik ook bijvoorbeeld deed was ik kon goed tekenen en dan moest ik zo ik tekende dan zo uh, 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 Rambo en Rocky en Ivan Drago en, en de gasten van die a Team en zo maar dan kwam iedereen om mij vragen voor een tekening zo ja wil jij voor mij eh, de die tekenen of de die en dan deed ik dat zo Business. Dus ja het is alleen ik, vroeger geld voor. Dus oh, ik was ook zo die typische gast die dan zo denkt: hè, dat is voor u. Dat ik ook denk dat er iets ondernemer in mij gezeten had in die tijd en dat ik daar geld mee verdiend. Maar, ja, maar dat was niet wie dat ik, was. Gewoon, ik was. Ik was een heel, eigenlijk was het, het grappige was, dat, dat is mij. Ik had een gast bij mij in de klas zitten, mocht hem, mocht hem kijken. Ik heb hem al niet meer gezien sinds. De Nicolas de Wit. Ja, dat word jij. Die zat uh, naast mij in de klas. Op een bepaald moment zei je iets en toen viel er zo... Een, een, een... alleen mijn frank viel in En zeg. Ik dacht, hè? Ik stond er nooit bij stil, maar die zei, zeg maar, jij kunt kei goed tekenen. En ik zeg, ja, jij kunt ook heel goed zingen, hè. Eh, want ik heb je al zo wat bezig gehoord, dat ga je zo in je wagen bent aan het zingen, zeg. Jij tekent, zeg, oh ja, ja, ça ja, ik denk het. Jij is ook heel grappig, hè. Ik zeg, ja. En die is zo, jij is eigenlijk een artiest. En ik zat daar zo en ik dacht, shit. Zo had ik het eigenlijk <laughs> nog nooit bekeken Oké. Okay. Want ik was eigenlijk dat kind zo, hè, de kind van een, een ingenieur, die tegen mij zei: God, die iets studeren. Hè? En dan dacht ik: Oh, wat moet ik gewoon studeren? Moet ik rechten gewoon studeren? Of zo, zo. Ik dat dat zijn van die, van die jobs waar je zeker in die tijd ook van wist: Oké, okay, dat zijn de jobs. Als je daar een diploma in hebt, dan zit het meestal goed. Of, mm. hè, dus safe nu klinkt dat. Safe spelen. Ja, nu klinkt dat. Ja, safe niet, maar dat was meer. Dat, dat, ik had geen idee dat er iets anders was. Mm -hmm. Voor mij was dat gewoon zo. Ja, je moet gewoon iets kiezen dat je als beroep wil. Ja, doen. maar ik herken het volledig. En dat zou het dan moeten zijn. En dan dacht ik ja, maar dat, dat voelde nooit goed. Dat was ook zo, school was voor mij ook altijd een jas yes die je niet past. Zo, je denkt, ah, dat klopt niet. En een paar leraren konden dat doorzien. Wat ook leuk is, dat je hebt dat misschien ook gehad, maar zo de inspirerende leraar. Die ene waar je van zegt, je ziet die iets zien nu. En die heeft ook iets door over u. Klopt. Ja, dat is belangrijk. En dat was ook zo tof om te merken: dat, dat in het zesde middelbare was dat dan, en had ik uh, een leerkracht, Engels-Nederlands, en die uh, dat was ook zo'n boekennerd. Een gast die een enorm veel las. En ook een enorm, um, goh, hoe moet je dat zeggen, contraire vent. Zo'n ene die ook zo een, reg regeltjes interesseerde. die, een een niet. die was, ja, En die had dat ook een beetje. En die, die herkende dat in mij dus je zag mij ook vaak zitten dat ik ook boeken aan het lezen was en zo en die ja zo momenten dat je bijvoorbeeld in de klas uh, in ik mij nog wij zaten zo, zo we waren bezig en dan komt ineens iemand met een stok voorbij gewandeld in de gang maar we hadden zo van die hoge ramen dat je zo, ja. hè, dat je zo gewoon die stok zie voorbij komen en die is zo les aan het geven die kijkt naar buiten en die zegt hemel er komt een fallu-symbool voorbij <laughs> en ik schiet in de lach <laughs> als enige in de klas en die kijkt naar mij en die zegt ja, en zo zie je wie er thuis af en toe ook eens een boek leest. He, dus je had altijd zo'n soort... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Je had, had, voelde mij wel wat aan of zo. Je had zo door van die gast, is, er is iets anders aan de hand bij die jongen. De mentale klik. En, en dat ligt niet aan... Uh, dat is niet alleen maar te vertalen naar resultaten. He, want de resultaten voor, voor vakken waar ik hoe in was, die waren ook belachelijk hoog. Okay. Maar de dingen die mij niet interesseerden, die waren ridicul laag, omdat ik er niks voor deed ook. Dus je die, die, die voelde al heel rap aan van er is iets anders aan de hand met die gast. Maar wat dat dan was, had ik toen ook nog geen idee van. Maar mijn rebellie is zo begonnen, zoals ik al zei, laat was ik zo 18, 19 en dan begon dat eigenlijk pas echt. Oké, okay. dat was zo heavy metal punk, zo stevige muziek ineens voelen uh, van ja, ik ik ging mee naar naar met mijn vrienden en dan ging ik mee dansen en, en, en dat soort dingen. Bij ja, dat... de Pogo of de rave Ja of nee nee want er was nee. Er, ervoor was dat toen met gewoon popmuziek en met, met zo, ook nog van die dingen gelijk La Rocca en nog dingen gelijk uh, hoe heet het destijds? Boccaccio zelfs. En zo zeg ik ook nog geweest. Ik ben echt in zo'n van die legendarische danstenten geweest. Maar dat interesseerde mij geen That's een paradox. Maar ik was erbij en ik, ik stond dan zo bij mee te dansen. Van oh ja, tuurlijk. Want deze. Maar dat was bij mij heel de tijd zo'n soort going through the motions. Dat je denkt, ja, dit is wat iedereen leuk vindt. Dus dat zal het dan wel zijn. En dan uh, ineens kwamen zo dingen gelijk, uh, ja, gelijk de Sex Pistols en de Dead Kennedys. En, Ineens hoorde die teksten ook en je denkt, ah, oh, dat ging niet alleen maar over eh, When I Look into Your Eyes, maar dat is, die gasten zijn kwaad. En ik was ook kwaad. Eigenlijk was ik een heel kwaad kind, maar ik bracht dat nooit naar buiten. Dat zat daar allemaal onder te borrelen zo, en ineens voelde ze van, maar ja, gij, zo, er zit die, al, die, al die antipathie dat in die muziek zat, dat sprak mij enorm hard aan. Wat ik als kind ook altijd gefascineerd was door de slechterik. Hè. Die vond ik ook altijd oneindig veel interessanter dan de goeie. Is het ook, hè? Ja. De film, vandaag dat toe van de maar, Joker zien. Ah ja, Wel, bijvoorbeeld, hè, de, de Joker is een van de beste villains, misschien aller tijden wel. Maar er zijn er veel. Hè. Voor Star Wars was Darth Vader voor mij de coolste. Voor Masters of the Universe was dat Skeletor en niet He-Man. Ik had, ik had altijd enorm veel sympathie voor de, de bad guy, omdat hij ook geen regels heeft, hè? Die trekt het zijn eigenlijk ook niet aan. Die doet gewoon wat hij vindt dat goed is. Of dat hij, en wat dat nu aanricht rond iedereen rond hem, interesseert die eigenlijk niet. Een beetje associatie. Een beetje, ja, denk ik. Hè? Want dat, dat, is meer, dat klinkt al bijna Freudiaans als je erover nadenkt. Maar het heeft wel iets. Er zit wel iets in. Hè? Waarom zit jij altijd aangetrokken tot een antagonist en niet een protagonist? Nee, nee, Waarom nee, wilde nee. jij dan die zijn? Waarom vinden dieën altijd interessanter? Ja. Ik denk omdat hij niet keurig in de rij loopt. Dat is altijd degene die je zegt. Nee, kan ik niet doen. Dat is aantrekkelijker ja tuurlijk Ja. Vandaar ja. ook het succes. Van de Joker bijvoorbeeld, denk ik toch? Ja, de Joker is, is, is het. Uh... Wel, dat, dat Batman dan ook weer cool is, omdat dat zo'n controlevheid ten top is. Dat je ook voelt van die is. Er, zit ook, er is ook iets mis mee, hè, met Batman. Hè? Dat is, het goede daaraan is dat hij beschadigd is. Zo, een beschadigde held, het, dat is ook altijd goed. Zo een held die je zo eigenlijk zo één stap nodig heeft om eigenlijk een slechte te zijn. Ja, ja, die jezelf eigenlijk is. niet ver verwijderd is van waar dat hem tegen vecht. Terwijl de Joker, ja, zeker als je die, de versie in de films dan ziet van, van Heath Ledger, die, die complete mysterieuze chaos, hè? je weet niet van waar dat komt, dat is meer een force of nature gewoon. Iemand die je, ja. In, in Joker met Joaquin leren ja. we daar meer over, uh, ja, ja, toch? Ja. En dat vond ik, dat, dat, dat interesseert mij altijd minder bij de Joker, omdat ik enorm hard hou van, van net dat je, je weet niet waarom dat die zo is. Zo, want de allereerste keer dat je die, die, die een beroemde, Do you wanna know, I got these scars, en dat je dat doet, dan weet ze van, hey, my father was a drinker and a fiend. En zo gevoeld van, stevig, stevig. oh die godier, die godier de origin vertellen, maar daarna vertelt je datzelfde verhaal terug, ja, maar dat is een totaal ja, ander ja, ja, verhaal. Ja, ja. En dan denk je van oh, maar dat die gast is gewoon die, die gaat nooit niet weten wie dat die is. En ook die dingetjes met zijn mond dat nou, dat die kleine die mondtjes, en uh, dat, dat, dat zo van dat guy on the TV is a squealer. I know his <laughs> kind. Eh, of dat je zo tegen zijn, tegen die politieagent zegt van. Uh, ik gebruik graag een mes, want dan zie je zo al die kleine emoties. Hè. En dan leerde meer kennen over je vrienden dan dat jij er misschien zelfs ooit over geweten hebt. Dat That's philosophy. Dan zegt hij zo, do you want to know which one of them were cowards? <laughs> dat is echt, ja dat is, zo dat is, dat is onwaarschijnlijk ja. cool. Hè. Dat is graaf. Dat is en graaf. Dat, zijn, dat zijn de dingen. ja Dat maakt de Joker voor mij, ook in de comics, hè. een fantastisch figuur. Omdat hij die, omdat die zo niet tot onberekenbaar die speelt nooit die doet het ook niet voor dezelfde reden als iemand anders het doet als die hem die een berg geld in, in brand stikt dat je gewoon zoiets i don't care wat is dat wat is dat uw motivatie om iets te doen ze gaat zo gemakkelijk zo so, en dat is iets dat, dat mij altijd wel fascineert ja. ergo spannend ja toch? ja ja en dat is een beetje zo heb ik eigenlijk comedy ook altijd een beetje benaderd hè? Zo, ja. Dat wou ik je vragen. You need people like me. So you can point your finger and say, that's the bad guy. Voilà, dat de, ja, ja, ja. Omdat je gewoon zoiets hebt van... Je ja, wilt die ene zin die je zegt van... Ik ga, ik ga die vinger zo op die pijnplek leggen, zo. in een beetje erop duwen. En zien hoe dat je reageert. Zo, dat is iets dat mij altijd heeft gefascineerd. Ik vind het ook heel tof als andere comedians dat doen. Ja. en ik het steken ook wel. Doen ja, ook wel, hè klein beetje wel. Je, je moet er ook wel allee, tegen de status quo ingaan is natuurlijk altijd een beetje, hoe zeg je dat, ja, riskant. Misschien niet noodzakelijk, maar deze tijd misschien meer als vroeger. Hè? Meer als vroeger wel. Allee, ik denk dat je vroeger je, je kreeg altijd klachten, hè? maar maar ik denk dat er vandaag de dag dan toch een, een, een beetje, hoe zeg je dat, heftiger gereageerd wordt ofzo. of dat mensen toch ook niet, ook niet overal. Hè. Ik bedoel, ik vind dat het hier allemaal nogal meevalt. Ik denk dat je zo, als je naar Amerika kijkt en zo, dat je daar toch al wel een aantal extremere uitwassen ziet van, van de extreme politieke correctheid. Dat je denkt van, oei. Dat is anti-comedy. Ja, ja, toch wel. Hè. Omdat de, 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 ik denk dat je de, de, de premissen ook altijd verkeerd zet. Namelijk, je gaat ervan uit dat een comedian dan alleen maar iets zegt om iemand te beledigen of te kleineren. Meevallen. Dan snap je niet. Terwijl voor mij is dat net de, de ultieme vorm van inclusiviteit. Is dat je iedereen Beledigd. aanpakt. Ja, het is dat. dat je letterlijk zegt: van joh, maar wij zijn allemaal niet vrij van, van, van bullshit. Hè? Want ten helft van de show gaat altijd over mijn bullshit. En over waar <laughs> dat ik een loser ben. En In wat dat evel, ik he? verkeerd doe. Maar er zijn ook momenten dat ik het omdraai. En dat ik zeg, dan dat ik het geloofwaardig. Nu gon ik het over jullie hebben. En dan kan ik het soms nog eens omdraaien door te zeggen. Maar het gaat eigenlijk over mij. Zo, dus het is, het is wel altijd de spiegel. Voorhouden zeggen ze vaak. Maar het is ook maar vaak de bril de, die jij opzetten En waarmee dat je naar dingen kijkt. Dat snap ik. Maar als je jezelf ook wel uh, het mikpunt van spot maakt. of, of zelfspot hanteert. dan maak je het spotten met anderen het ook veel geloofwaardiger of krachtiger, denk ik. Nee? Ja, ik denk vooral dat, dat, dat je sowieso. Um, ik, heb het altijd, ik heb het altijd moeilijk gehad met, met verhevenheid. Ik heb het altijd moeilijk gehad met pretentie. Ik heb het altijd moeilijk met elitair gedoe. Ik vind dat altijd een soort... Ik vind dat een enorm zwakte bot eigenlijk altijd. Ik denk als je weigert op een piedestal zit en doet alsof je beter zit dan iedereen anders. Dat is heel jammer, want dan denk ik, ja, jij zit daar niet. Mm, dat is nee, sowieso altijd... Dat, dat is altijd fake. Sowieso. Hè? Ik bedoel, je kunt... Bepaalde, hoe zeg je dat? Je hebt zowel. Um ja, ik, ik denk dat, dat de meest, ik zal het zo zeggen, als comedian, de meest domme kritieken die ik ooit in mijn leven heb gehad, kwamen altijd van intelligentia. En dat vind ik wel grappig. Dat is vaak intellectuele armoede ook, hè, dat is ja, gemaskeerd. Ja. Maar trekt u dat dan? Nee, de, vroeger wel. Als ik in het begin, hè, want het is, ook, het is ook iets heel raar, denk ik, als je gaat van. Uh, onbekend en je speelt in cafés en je bent wat populair, en ineens wordt de eerste Geboem. recensie over u geschreven. en je gaat ineens iemand een mening over u hebben in een officieel blad en je vindt dat dan niet goed. En dan denkt je zo, oh. Zo. En vooral waar ik het dan helemaal van kon krijgen, was dat je zo'n recensie las van een optreden waar je van wet. Ik heb dat kot afgebroken. Ja, voilà. voilà, voilà. En geleest dan zo, ja, met zo van die dit en dat. En, en, en dan denk ik. Hey. Wie zijn die mensen? Zo, ja, maar indien, als je jong bent en je begint en je weet dat, dat nog niet, ik. dan pakte dat door serieus. Dan zit het er en je denkt, oh, wat is dat allemaal? En dan moeten dat allemaal plaatsen en zo. En hoe ouder dat je wordt, ja, hoe minder en minder dat dat je interesseert. Omdat je ook veel meer, um, ja, ten eerste... Als je succes hebt, dan betekent dat sowieso al dat je iets aan het doen bent dat werkt. Ja, en dat mensen zeggen: ik vind dat cool wat je doet. Dus dan krijg je de al. Dus je krijgt al een following. Je krijgt ook al bijna concrete cijfers hè, waar dat je mee ja. kunt uitpakken. Dat je letterlijk kunt zeggen: het zit overal vol. De show wordt zoveel keer bekeken. Het is geen toeval. Dan, het is niet meer. Hè, en dat kun je, als je dat ene keer hebt kun je zeggen: lucky shot. Maar als je dat al twintig jaar aan het doen bent, dan, dan is dat niet meer. Ja, dat snap ik. want dat vroeg ik mij ook al af toen ik bij het Kaboom uh, nog eens bekeek. Hm. Uh, ik vind dat je daar echt wel het hele repertoire uh, etaleert van wat er allemaal uh, in Alex echt nieuw op dat moment, wat dat was uh, pff, 15 jaar geleden ongeveer of zo. Zoiets. Ik denk, die, die een DVD is uitgekomen in 2006, maar dan heb ik die show was ik die ook al wel twee jaar aan het Voila, spelen okay. aan het toeren. Dus dat is maar 2004, 2004. Je 2003. Daar, uh, dat je ja. heel goed Engelstalig zijn uiteraard. Ja. Dat je, die, die, die geluisterskunst, dat je heel komisch is, dat je ook wel heel hard durft zijn. Ja. Uh, er passeren ook heel harde moppen de revue. Ja. Uh, de into intonatiewisselingen, je, je toont heel veel. Mm -hmm. En ik dacht toen ook: als je aan zo'n show moet schrijven, is dat niet de moeilijkste? Dat is altijd, uh, dat is eigenlijk degene die je uh, nog meer heeft gedefinieerd wie dat ik ben, denk ik, dan de eerste. Omdat de eerste is, is wat, wat typisch is voor comedians ook, denk ik, is dat je. Uw eerste show is eigenlijk een verzameling van al uw bits. Geef die glas genoeg eens. Uh, well, ja, laat je champagne ja. Maar komen, nee, die champagne moet komen. Er is Drie te vieren. Hè? Bij, de, voilà. bij de volgende gast is het water. <laughs> <En brood. laughs> Daar was dat budget op. Is dat. Hoewel ik hier nu nog wel een paar dingen staan voor te drinken. Heb ik er ja, dat mee. moet vandaag op. Oké, okay, cool. Dan, uh, uh, dan wordt dat ook de langste podcastaflevering ja. aller tijden. Zes uur en 44 minuten. Ik ben wel eens benieuwd. Da <laughs> <laughs> da dan moeten wij er één minuut over gaan. Ja, en als al dat... die flessen op zijn, dan sta ik wel niet meer in voor wat dat ik dan allemaal ga dat zeggen. Dan wordt allemaal gefilmd. En voor het dus, goede uh, doel... Maar jij bent een advocaat, dus dan kun gaan mij ook wat adviseren op... Ja. We're breaking Verschilk. the law here. Dat is eigenlijk al medeplichtig. Maar goed... Ja, zodat... Dan wordt dat toch nooit wat gezonde. Nee, maar. Is um, dus een tweede show? Een tweede show was eigenlijk. Um, wat, wat, ik had een aantal um, recensies gehad en ook mensen die mij er zo op hadden aangesproken, nadat ik het leids gewonnen had, ook en zo. Van Ja, het heeft allemaal wat weinig inhoud en zo. Terwijl ik dacht, dat is toch niet, maar zo iets in mijn kop, ik dacht, ja, maar moet, wat wil ik dan eigenlijk vertellen? Of wat wil ik dan doen? Is dat dan wilde dan gewoon die gast zijn die je. Ja, wat die mijn eerste show ook heel veel zat, waren zo popcultuurreferenties en dingen over Temptation Island en noem dat maar op. Zo al die dingen die toen op de tv waren, waar je ook wel een mening over had. Maar ik voelde ook wel van binnen, soms wetten ook dat kritiek u raakt omdat je dat zelf ook een beetje vindt. Zo, de echte kritiek dat u iets doet, dat ja. is iets waar je eigenlijk van denkt: ja, they've got a point. Ja. Ja, zo, van die compleet. Um, hoe zeg je dat? Waardeloze kritiek, waar je van denkt: oh, dat is helemaal Twitter, niet. Twitter-stones. Uh, oh, ja, ja, maar dat is, dat is al helemaal. Tuurlijk. Dat is een beerput. Dan denk ik echt: van, hé hey man, uh, whatever. Zo, hopelijk, uh, hope you have a nice life. Zo, mij, no, en, 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 weet je wat? en als je het <laughs> in mijn gezicht komt zeggen, zal ik al wat meer respect ja, voor dat u is waar. hebben. Dat vind ik ook. Maar, maar wat dat wel had, was: ik voelde wel van ja. Ik, wil, ik, wil, ik wou al donkerder gaan, in mijn humor ten eerste. Ik vond ook al zo. Ik vond die passages waar, waar ik al harder ging, leuker. Okay. Voelde ik zelf. En ook, ik wou ook wel iets. Ik had ook wel iets van ja maar ik heb ook wel iets te zeggen. Dat is niet, ik ben niet alleen die gastje dat lacht met een reclame of met Star Wars of zo. Maar er zijn ook nog. Morimos Salamente, de tweede show, dat is eigenlijk uitgekomen ten tijde van ja dat waren dat was Hans van Temsen hè, die moorden toen en, Joe van Holsbeek, denk ik. en dat was rond die tijd ja, ja dat is allemaal zo dat zijn die shows teruggekomen hè. Ja, ja en vooral die die maar wat ik vooral heel hard had met um, Hans van Temsen was dat idee waar heel die show eigenlijk een beetje het opgebouwd was van die niet aan een slechte dag zo dat, wat, wat krijg u zover dat jij zegt ik pak een geweer en ik en ik doe dat zo, en voor een of andere reden vertrok dat een beetje vandaar. En dan zat er natuurlijk ook nog. Hé, ik, ik heb ook altijd zo'n paar van die wat ik nu al wel al twee shows niet meer doen, denk ik. Omdat ik er ook al zoveel over gezegd had, maar religie was ook wel mm -hmm. een van mijn stokpaardjes. Nu is het misschien wel woke. Uh, mm -hmm. Ja, ik denk dat ik denk dat een nieuwe religie. Ja, hè? Dat bedoel, ik bedoel, laten, we, is laten dat. we eerlijk zijn. Hè? That, that's a religion, dat heeft als. Dat je niet meer vindt dat je argumenten rationeel moeten zijn. En het gaat allemaal maar over wat jij kiest om te geloven. En dat je zelf zegt je hebt de gelovigen en de ongelovigen, wat dat, dat ook een klein beetje is. He, zo, je stapt of wel mee in onze doctrine en je bekijkt de wereld door de paradigma's die wij kiezen. Maar als je dat niet doet, ja, dan, dan zet je die een heretic he, als in problematic. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. En dat is een beetje het probleem mee waarom. Want ik heb, ik heb mij daar lang moeten afvragen. Van politiek correct heb ik mij altijd druk ingemaakt. Maar nooit druk als iets gevaarlijk. Ik vond dat altijd meer gewoon. Oh, dat is zo loserig. Ja, ja. He, zo noem een kind bij een naam. Of, of, of zeg gewoon eerlijk: doe niet zo hypocriet. Doe niet dit, doe niet dat zo. Dus daar zat politieke correctheid voor mij, was gewoon iets leuk om te hekelen. Ja. Maar, ik, maar ik, zag nu... dat, ik zag dat nooit als een groter gevaar dan extreem rechts of dan fundamentalisme. Dan... Maar het probleem is: met, hè, geef het kind een naam, woke, noem het wat je wilt, nieuw, progressief, hoe dat je het ook wilt ophangen. I don't care. Dat is een doctrine. En de dingen die mij daaraan storen zijn dezelfde dingen. En daarom voelde ik van. Waarom je, ga je daar zo'n afkeer tegen en dan ga je dat ervoor niet? Hè? Soms moet je je eigen ook eens gewoon afvragen waarom dat je je eigen er zo druk in maakt. Ja, ja exact. En dan denkt ja, omdat je hetzelfde net als dat je hele fundamentalistische moslims bezig hoorde, of mm -hmm. super fundamentalistische hate facts christenen. Ja. Hè, die zo, mensen waar je van denkt. Je moet Extreme. Extreem. En vooral ook enorm, ja dogmatisch en heel, um, ja. Obsessief. On, nee, kunnen niet tegen kritiek. Nee, maar op geen enkele manier. <laughs> hè? Er is, er is zo een, dat, dat je denkt van, ja maar als je ideeën zo hoesen, dan, dan moeten die kritiek kunnen weerstaan. En kritiek, de mond snoeren, zeggen, jij moet je mond houden, jij moet verdwijnen uit het publieke forum omdat jij die mening hebt. Dat geeft mij nooit een blijk van... Ah, maar dan zul je wel een keihard punt punten hebben. Dan denk ik, nee, nee dan hebben ze gewoon geen verdediging. Die disqualificeren zichzelf. Dat is dat. Ja. en dat is, dat is een beetje jammer. Hè? En wat tegelijkertijd natuurlijk ook voor, voor comedy voor mij. 100 procent. Dat, ja, dat is voor mij zo van dat ik denk, oh, ja, zalig. Hè? Dan lees ik soms weer zoiets dat, die, dat er weer zoiets mega extreem ja, wordt beslist. En dan denk ik, oh, fantastisch. Of in zo. Duitsland onlangs in Hannover, was er ik ik misschien wel gehoord hebt, een festival voor het klimaathoek ja. waar een uh, blanke artiest met rasta haar niet mocht optreden omdat ze rasta haar had. Ah, ja. En dat hoort niet bij een blanke. Ja. Maar, ja, 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 want, van, ja. Want, want, want dat is ook zo funny dat je dan dat, dat bestaat ook altijd alleen maar het mega tegenstellingen. Ja, Als je alsof. iets luistert naar wat die allemaal zeggen, dan zeggen die ja, je moet uh, je moet, je moet je moet een, een, een stem zijn voor de, voor de mensen die het moeilijk hebben. Want hè, silence equals violence. Hè. Dat is dan het ene, Maar het andere is, it's your time to shut up and listen now. Want de andere stemmen moeten nu gehoord worden. Dan denk ik, ja, maar wat was het na? Nou? Is het nu silence equals violence? Of is het speak up? Hè, want, want dat moeten doen. Of is het oude kop? Ja, ja, voilà, voilà, want voilà. we willen ja, nu niet ja, horen. Ja, ja. En je hebt oneindig veel van die dingen. Hè. Je moet. Multiculturaliteit moeten omarmen, maar wel niet in de cultuur van iemand anders komen. Dus dan denk ik, dus wat bedoelde dan Een hoop monoculturen die naast elkaar leven en niks van elkaar overpakken, want dan heb je eigenlijk segregatie. Ja, tuurlijk, de facto. Dus, en zo, zo zijn, er zijn zoveel van die, van die dingen dat die zeggen: Nee, je, je moet. Uh, wat, 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 de, vooral in Amerika is dat nog erger dan hier. Je voelt wel, hier hebben we zo'n soort light versie ervan, die er zo links en rechts. Ja, wat begint, maar die begint toch wel steeds vaker. Het begint, begint door te zijpelen. Het, het is zoals ze altijd zeggen: als het regent in Amerika, dan, dan druppelt het hier. Hè, en dat voelde wel. We werden toch wel nat, stel En we moeten, we moeten er wel, en dat blijf ik wel volhouden: je moet er wel waakzaam voor zijn. Je mag denken wat je wilt, maar er zijn wel ideeën die dan in Amerika heel hard in en, en, en Engeland en ook in Nederland en stilleke zalen hier misschien ook vanuit academia komen, waar je wel van zegt, dat moeten we wel een beetje in de gaten houden. Ja, ligt daar ook een belangrijke taak voor comedy vinden? Ik denk het wel. Ik denk dat comedy, uh, ik weet niet wie het ooit zei, iemand zei het ooit heel schoon in een interview, dat de, de, de comedians de uh, Canaries in de koolmijn zijn. Okay. Van de, ja, van de maatschappij. Als die je die canarie doodvalt, dan zit je in de shit. Ja, dat, is waar, ja. dat is eigenlijk wat dat, dat is. Want er is zo één ding aan comedians, merk ik altijd. Uh, no, ooit nog eens zo'n hele coole zin gelezen. Dat was niemand is ooit zijn tijd vooruit. Maar bepaalde mensen zien gewoon beter waar de tijd naartoe aan het gaan ah, ja, voilà. is. Goed zo, je voelt eigenlijk al van ah ja, dat is de teneur. En het funne was dat mijn vorige show, Be careful what you wish for, die daar eigenlijk een hele lange aanloop heeft gehad. Um, omdat, omdat ik al heel lang bepaalde dingen aan het doen was. Ja, ik was al over gender bezig zes jaar geleden. Hè. En je merkte dat als ik die show in het begin van een tour deed, dan was ik vaak merkte ik om mensen oh, wel grappig wat je zegt, maar ik weet het niet. En hoe langer dat die een tour duurde, hoe het, relevanter ja, dat die ja, een show werd, hoe je meer mensen zo doorhadden van oh shit, this is happening. Ja, maar ik vond dat ook heel genuanceerd en op een duur oversteeg het ook wel comedy, vond ik zelf. Ja. Je begint dan over transgender en, en ook wel eigenlijk een warme oproep om dat allemaal te ondersteunen om mensen vrij te laten in hun zijn. Mm. Maar je mocht dan ook wel de nuance van ja jongens, maar trans race en trans species. Dat is wel een heel ander verhaal, Kevin de Dolphin. Dat heeft niks te maken mee. En, en nu in de nieuwe show zit er zelfs iets over een lijst van 300 genders en dat ik er dan een aantal af <laughs> En ja, bedoel, dat ik ook denk: oké, okay, en, nu, en nu jullie. Hè? Als ik deze lees met de letterlijke definitie, dat ernaast zou God het Dado serieus nemen of niet? En waarover gaat dat? En vooral waarom. Um, dat dat altijd ge gehaakt wordt aan een kar van zogenaamd trans, terwijl trans echt iets anders is. Zo, en, dat zijn, en dat zijn ook mensen die eigenlijk een klein beetje geschaad worden, vind ik, door al dat je doet, omdat je die dan op een hoop gooit met een hoop mensen. Waar ik van denk voor jullie, is dat vooral een zoektocht naar identiteit, waar niks mis mee is, want ik ben ook jong geweest. Hè. Je bent ook een punker geweest en de, je identiteit was fuck you in de maatschappij. en en nu zijn er jonge mensen die zeggen, oh, die indeling in mannen en vrouwen, ik vind mij daar niet in. En dan denk ik, cool, moeten doen. Maar er is een verschil tussen, um, tussen een, 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 een gevoel en een identiteit en een geslacht. En er is een... Er is een die, die echt, als mensen zeggen, ja, de maatschappij, uh, mannen en vrouwen zijn maatschappelijke rollenpatronen of zo, dan denk ik voor een stukje. Maar bij mannen en vrouwen zijn er ook daadwerkelijk wel andere kenmerken die dat de mensheid indelen daar. Sowieso. Sowieso. Terwijl de andere, wat niet wil zeggen dat die genders niet mogen bestaan. Van mij mag dat al, iedereen als je je goed voelt en dat is wat je wilt doen, I don't care. Maar het, het probleem is dat het dan altijd omdraait. Dat je dan zo dat gevoel begint te krijgen van ja, we moeten van de heteronormativiteit vanaf en dan denk ik. Ik snap wat je wilt zeggen, maar um, 80% van de wereld is dat wel. Ja, voilà. Dus het is ook. Normatief betekent ook de norm, als in normaal, maar niet normaal als in. Hè, jij zijn niet normaal, maar dat betekent gewoon als. Jij bent niet de norm. De meeste mensen zijn dat. Dat is ook niet zo raar dan. Zo, er zijn bepaalde dingen. Die, dat is zo'n manier van redeneren. Vaak zeg ik, ik je ja, maar. Heb jullie daar nou zelf al over nagedacht, over wat je zegt? Zo, soms, soms kan mij dat verschrikkelijk storen, dat ik zo denk, ja. Cisgender bijvoorbeeld, dat is nog zoiets. Het woord cisgender. Dat ik denk, wat, en dan zeggen ze, waarom heb je daar een probleem mee? zeg ik, super simpel. Al die andere genders zijn allemaal termen en namen die je jezelf gegeven hebt. En jij moet je eigen noemen wat je wilt. Hè? Ik geloof veel harder in vrijheid en vrije meningsuiting, zelfs van mensen waar ik totaal niet mee akkoord ben, want anders geloof je er niet in, hè? dan is het ook nonsens. Dus als die mensen zeggen, ja, we, ik ben, hè, weet ik veel wat, ik ben, ik ben pangender, ik ben polygender, ik ben dit, ik ben dat, dan denk ik, ja, non-binair, I don't care, allemaal goed, hè? maar cisgender is een etiket dat je op mij plakt. And I don't like that. Zo, so, dat kies ik liever zelf. Ja. Dat is al. Ik heb daar geen nood aan, aan dat stikkerke. Zo Die je die, die mode, die mode houden. Hè. Zo je moet al je genders hebben dat je wilt. Ik ga ze niet van u komen afpakken. Maar plak er niet een op mij, want dan word ik een beetje zenuwachtig. Maar eigenlijk ook het om gezond verstand, hè? toch? Ja, Fuck. ik denk het, uiteindelijk wel. Maar gezond verstand is ook al zo. Ik bedoel, je, begint, je begint in gevaarlijk territorium terecht te komen wanneer dat je... Um, en dat is dan weer in, de, in de, de enorme extreme. En dat bedoel ik ook met Amerika ten opzichte van hier. Daar zijn we hier nog niet, denk ik. Dat zijn zo van die dingen waar ze gewoon beginnen zeggen als ja, wiskunde en stemwetenschappen en zo are white and racist. En dan denk ik, wat? Ja, zo, ja en witte, witte, <laughs> wat? Witte, witte kenmerken zijn bijvoorbeeld... Uh, Um, um, research en denken dat je gelijk hebt door je argumenten te baseren op feiten. En dan denk ik: what, what are you talking about? Zo so, is dat niet voor iedereen. En ook heel duidelijk: er zijn ook heel veel zwarte mensen in Amerika die daar ook zo over denken, die zoiets hebben van waar zijn ze hier al over bezig? Er is gewoon een soort: op den duur wordt dat gevoeld dat dat misschien vertrekt vanuit iets hè ik kan heel goed verstaan dat mensen zeggen hey, er is veel ongelijkheid en we moeten er hier iets aan doen en er zijn nog altijd mensen die het moeilijker hebben en hè, het zal allemaal wel zijn. Maar je mag ook niet het gevoel krijgen dat, um, dat elk ding dat er gebeurt in de wereld de schuld is van een systeem. Nee, het helpt hun zaak ook niet vooruit, denk ik. Nee, niemand. Maar, ik. En vooral niet de mensen in wiens naam ze heel vaak spreken. Die ook heel dik was, ze weet me van nee, nee dank u. Wij we zullen het wel oplossen. We got this. So we, hebben dat, we hebben dat niet nodig van u. En dat is, dat is iets dat ik altijd. Ik vind dat wel heel fascinerend. Ik moet wel eerlijk zijn, we leven wel in heel interessante tijden. Ja, want eigenlijk me too. Mm -hmm. Dat is ook een verhaal waar dan heel veel dingen op een duur wel op een hoopje werden gegooid. We leven in speciale tijden. Ja. Als je ziet, uh, je mocht de krant niet opslaan, of, of je ziet een nieuwe. Een nieuwe situatie opduiken rond een gezicht dat je altijd uh, het geliefd koost. Ja. Het is op den duur wel, uh, wel moeilijk om nog een beetje door het bos de bomen te zien, denk ik. Ja, en uh, ik, ik denk dat je ook niet altijd. Uh, ik heb voor mijn eigen heb ik zo'n soort regel opgesteld nu. Dat ik altijd denk, weet wat, strafrechtelijk veroordeeld is voor mij oké, okay, hebt het gedaan. Ik wil nog geloven in de rechtsstaat. Uh, ik wil nog geloven in dat mensen die. Die veroordeeld worden, hè. daar zit jij misschien dan weer een andere mening over, want dat is echt uw wereld en niet die van mij. Maar ik, ik, ik wil dan op zijn minst nog denken: als er zo'n onderzoek naar loopt en die moet gewoon zitten in een, in een rechtszaak en die krijgt advocaten, en die krijgt. Dan is er een onderzoek gebeurd, dan zijn er feiten gepleegd, dan is er iets. Onafhankelijk onpartijdig, ja. ja dan is er iets aan de hand. Maar als het alleen maar gaat over. Uh, iemand dat iets zegt over iemand anders en de kranten hebben we weer allemaal besloten dat die persoon al iets is, terwijl ik denk, joh, wat is daarvan aan? Ja, het is daarvan voilà. yeah. Objection, hearsay. Dat is levensgevaarlijk, hè? want niet veel mensen maken die reflex mm -hmm. en die geloven nog altijd wel wat er in de krantjes wordt gepubliceerd. Ja. En uw reputatieschade is wel een feit. Mm -hmm. en we leven in tijden van Google. Probeer nog maar eens uh, dergelijke schade te lijf te gaan, dat is niet zo simpel. En dan kan dat uw carrière op de helling plaatsen. Hè? Langs de andere kant, en ook situaties denkbaar van mensen die ongetwijfeld een bepaalde fout of inschattingsfout hebben gemaakt. Ik wil een voorbeeld geven: Eddy de Maris. Mm -hmm. Die is uh, on air, hij gaat niet helemaal door en die vertelt wat er waarschijnlijk op elk café in Vlaanderen uh, mm -hmm. drie keer per dag wordt gezegd. Ja. Of wat ook wel op de podia van comedians uh, wordt verteld. En daar is het dan een sportpaleis dat neergaat, van mm -hmm. je. En Eddy is, werd dan opgeroepen om zijn ontslag in te dienen. Ja. Um, hoe ziet het daarnaar? Nog zulke kwesties? Bij Eddie de is het probleem was dat dat op zijn werk gebeurd is natuurlijk. Hè, wat ook altijd zo is als dat hij letterlijk in een café was en niemand had dat opgenomen. Dan kun je ook zeggen: Hé, die mensen zitten in privé privésfeer. Lot hem doen. Hè. Of dat je nu het eens bent met wat hij zegt of niet, hè, dat maakt niet uit. Maar ik denk gewoon dat, ja, ik vind dat een hele moeilijke En ik merk ook bijvoorbeeld bij. Als je bijvoorbeeld sommige dingen ook hoort, als, als ja, eh, het lastigvallen van, van stagiaires of dat soort dingen, en dat die dan kunnen zeggen, ja, die zit in een machtspositie, dus ik heb... Je kunt er nog het uwe van denken, hè, maar op een bepaald moment denk ik ook van, mannen, doet dat dan ook gewoon niet meer. Nee, Allee, zo maar, snap maar, je wat ik wil zeggen? Het, ja. Je weet het na toch al. Zo, we zitten in een periode, en veel jonge vrouwen nu, zijn daar ook heel gevoelig aan. Je merkt dat ook heel veel jonge meisjes die groeien ook op mee. Die hebben ook die metoo periode doorgemaakt in de media en dat soort dingen. En er zijn gewoon heel veel. Het is, het is wel moeilijker om de wateren te navigeren, denk ik, als. als, als Zeker als je in een werkpositie zit en er zit een soort machtsverhouding. Ja, dat, in. Vind ik, dat moet elke overst wel tot nadenken stemmen. Ja. Dat geloof ik Dan ook wel. Dan denk ik wel dat je, dat je toch een klein beetje. Allee, ik weet het niet, dan moet misschien toch wat slimmer zijn of zo. En denk je dat kon ik misschien niet doen of zo. Ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk. Hè. We, we, dan hebben we het, en laten we het wel verstaan, dan hebben we het niet over criminele toestanden. Dan hebben we het niet over Harvey Weinstein. Dan nee, nee, dat is niks level. Mensen die dat iemand verkracht of misbruikt dan, er, dan, hebben, daar over. zijn we niet over. We hebben aan hebben het over de grijze en... zone waarin mensen misschien misverstanden. Ja, ja ik weet dat die is denk ik ook altijd: ja, was dat tof wat hij gezegd had? Nee, hè. maar. Moest jij het gezicht hebben? Maar moest ik er nu bij gezeten hebben, kan ik ook niet met, met naar eer en geweten zeggen dat ik niet had meegelachen. Dat ik niet gewoon aan de tafel had gezeten. Hey, ik weet ook met die ene, die, die Nederlandse voetbalanalist die er begon over. Eh, die Kaars. Derricksen. En, en, en zin zo, ja, in de tafel maar lachen. Maar dan denk ik, als ja, ik aan die tafel had gezeten, en ik er negen van de 10 ook mee gelachen. Ja, en iedereen is een guilty by association? En dat is eigenlijk niet waar, omdat je ook heel vaak in die situatie. I iedereen doet ook zo precies of je moet dan niet ineens zo verontwaardigd ja. en gaan vechten voor het recht. Is terwijl, ook een beetje hypocriet. Terwijl in heel veel situaties, als je lacht, wil dat nog altijd niet zeggen dat je akkoord bent met die gast. Dat is een houding die je, je eigen geeft op dat moment. Is dat? Zo van, ja. wat doe ik hiermee? He, misschien zal iemand wel zijn een default setting zijn. Hé, hey, dat is een fout voor alle man. En, en good for them, he. Maar ik weet ook niet of dat ik die gast op dat moment zou zijn geweest. Nee, en mogen we nog zelf kiezen, met waar we lachen in het leven? En Toch? Ja, en wie heeft er ook iemand ineens getekend voor onfeilbaarheid ja, ofzo? Is, ja. is dat ook ja. wat je nu ineens moet zijn? Nee, ik vind dat echt waar. Ik vind persoonlijk de grens liep bij gezond verstand en ook gewoon ruim nadenken over wat waarom al wordt gezegd. Maar ik denk dat het gevaarlijk is om zomaar de, de vrijheid van meningsuiting te gaan inperken. Kijk bijvoorbeeld ook nog wat collega's van u hebben gedaan over mm -hmm. de plas. Uh, de meeste mensen weten nog waar ze waren toen 9-11 een ding werd. Waar was Alex eigenlijk nieuw toen hij hoorde over de veten tussen Chris Rock en Will Smith? Oh, man, dat heb ik eigenlijk de ochtend na het hele gegeven meegemaakt. Dat was eigenlijk, ik ben wakker geworden en ja, zoals de meeste stond er een paar kranten op uw, op uw telefoon. Dus je, je doet dat open en dat was zo: oh, wat is hier gebeurd? En uh, ik heb dat toen gezien. Ja. Ik ben, ik ben all the way team Chris Rock, uiteraard. Ik denk niet, ik denk niet dat je moet verschieten. Dat is, dat is zo. Ik zal al zeker al niet snel een collega afvallen. Hè, of dat hem nu in mijn land woont of ergens anders in de wereld. We zijn eigenlijk toch. Een familie. Een, een beetje. Je hebt toch veel van met elkaar gemeen. Je voelt wat dat je stelt te doen. En um, ik, wat ik er gewoon niet heel erg mee had was. Het ging dan ook over sommige mensen dat dan zo ineens privilege gaan aanhalen. En zo. Ja, dat denk ik, ja, maar, niet zo maar Wie dat hier geprivilegeerd was, was Will Smith, hè? laten we het duidelijk zijn. Die wandelt het podium op, die denkt, ik kon die hier even een klets in zijn gezicht geven, terug van het podium afwandelen en uh, no harm done. Ja, voilà. Extreem, extreem foute reactie. En Chris, Chris Rock. To his credit, heeft er enorm goed op gereageerd. Hè? Eigenlijk. Hij was fysiek ook niet in staat om er volgens mij anders op te reageren. Maar dat is iets nee, ook, ook waar, hè? want, want uh, vaker ook al gevallen van. En als Joe Rogan op het podium gestaan had, hadden dat dan wel gedaan. Ja, of de Rock was Als het The, The Rock Rocking was geweest, ja. would you have done it? Will Smith die heeft Ali gespeeld. Hè? Ja, ja. Chris Rock die was de in in voor Danny DeVito. Ik wil maar ja. wel zeggen. Uh, dat is wel een verschil in ja. Bio biologie. Ja, tuurlijk. En, en het, het was ook heel duidelijk een, een, een reactie. En daar ben ik dan wel... Uh, ik word wel slecht gezien als ik dan zo... Opiniestukken lees in de standaard over... Ja, er zijn wel degelijke grenzen aan humor en zo. En dan denk ik... Uh, oh, mm, oh, gevaarlijk. Uh, Levensgevaarlijk. Vind je um, zo'n ding? Want wie gaat dat ook bepalen? Exact. Dat, exact is, ja. dat is altijd het ding. He? Dat, het is heel dat idee van... De vrije meningsuiting. Ik vind op, op, op dat vlak, um, als je merkt dat het een beetje van alle kanten wordt aangevallen, hè, ook dingen als de verlichtingswaarden en zo, waar nu zo gedaan wordt, alsof als zo wie een of andere superconservatieve rechtse. Hè, zo, ja, met jullie met jullie verlichtingswaarden. En dan denk ik, wat denk je dat de maatschappij heeft gemokt waarin dat jij leeft, man. Vooral, en, en vooral dat, dat ik ook denk. Oh man. ik Heel veel van onze maatschappij voelt voor mij enorm verwend aan. Zie ziet ons hier zitten? Maar, zo, maar, nee, maar het is maar, ook zo. je maar, maar is, is... zitten met die champagne? Oh, ja, maar ja, we hier, we <laughs> zitten hier uh, in een fucking uh, New Yorkse sigarenbar in Antwerpen. Maar, maar het ding is dat ik, dat ik wel denk van... Vrije meningsuiting zit er niet te kwistig mee, mensen. Nee, nee. Want er zijn landen waar het er niet is. En ja. trust me, dat is niet beter. Ja. Vinden zelf dat er bepaalde begrenzingen. Want je hebt natuurlijk in EVRM artikel 10 lid 2 dat de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting bepaalt. Vinden mm -hmm. zelf ook dat daar uh, beperkingen aan gekoppeld moeten worden? Ik zeg maar iets, een voorbeeld. Als morgen een krant uh, over de Andries zou schrijven. dat hem uh, liefhebber is van kinderen. Mm -hmm. zeg maar iets, totaal te lucht gegeven uiteraard. Maar mm -hmm. ze schrijven alsof het een feit is. Dat kunnen ja. ook eigenlijk kunnen we ook zien vrijheid van meningsuiting. Ja, ja klopt, ja, dat is natuurlijk. Dat is een hele moeilijke, hè? want dat is, ook, dat is ook very... Hoe zeg je dat? Um, ik denk dat mijn, mijn de, de limieten die ik toch altijd voor ogen had, of, of wat ik toch altijd heb gehoord, was hè, oproepen tot geweld of oproepen tot haat. Hè, dat je letterlijk zegt. Letterlijk. Niet, nie, ik moet niet veel hebben van moslims. Dan denk ik nog, ja, man, als jij dat vindt, hè, ik ben het nie, niet met u eens, maar goed, whatever. Maar als je letterlijk zegt... Eh, als je iemand gay tegenkomt, trap je in elkaar. Ja. Zo dat soort dingen. Hè? Dan, voelde, dan voelde van ja. Dat is niet oké. Okay. Dat, dat is, is grappig. Dat, dat is niet, niet, niet oké. Okay, um, dat ding van ja, dat, dat is een hele gevaarlijke. Want ik vind ook ja, iets dat een totale leugen is. Gelijk dat jij net zegt. Ja, ik, ik klasseer vollem bak liegen niet per se onder vrije meningsuiting. Zo, een, een mening is dat je ergens een idee over hebt of een gevoel over hebt en je uit dat. En, en dat kan iets zijn waar veel mensen niet mee akkoord zijn. En je doet ook het absolute recht om daar niet mee akkoord te zijn, want dat, dat hoort Gelukkig, ook bij ja, de vrije meningsuiting. Het feit dat jij kunt zeggen: Man, wat jij hier zegt, ik vind dat totaal niet waar en dit en zus en zo. Maar vanaf het moment dat het begint met dingen als. Um, dan moet je geweld gebruiken tegen die persoon of je moet je de mond snoeren, dat vind ik wel gevaarlijk. Dingen als censuur, hè, dat mensen willen daar soms ook een onderscheid in maken. van ja, van censuur kun je alleen maar spreken wanneer de overheid het oplegt of zo. En dan denk ik, goh, als jij iemand zegt, hè, stel, jij hebt bepaalde meningen en jij gaat, gaat spreken om de universiteit. En ineens mogelijk ga je er niet meer komen. En zeggen ze tegen u, ja, er is te veel protest van de studenten, dus we gaan u niet laten spreken. Dan denk ik, ja, dat is iemand zijn platform wegpakken. Hè. Dat is letterlijk zeggen, en dat is puur op basis van mening, hè, op wat dat gij zegt. In dat segment, ja. Jeff Huybergs? Ja, ook een moeilijke, hè, omdat dat, weten we, dat... Was dat eigenlijk comedy of was dat eigenlijk... geen idee, van, ik denk dat dat gewoon een lul is. <laughs> ik wilde daar niet zo moeilijk op. Maar sommige mensen zijn ook gewoon eikels, hè, maar dan denk ik ook... In welke zin, wederom, ik denk wat dat daar dan weer gevaarlijk is, is als je dat vanuit een, vanuit een positie doet van, van macht of van op je werk en je doet dat tegen iemand die daar onder je staat en dat is een vrouw en je zegt daar zoiets tegen, dan komt dat meespelen. Maar aan de andere kant, ja, dat is iets dat ik ook vaker gedacht heb: van een asshole zijn is natuurlijk nog niet tegen de wet. Zo, je doet gewoon meestal dat gewoon ikels Maar even tussen ons ja. en tussen iedereen die meevolgt, toen dat je dat voor de eerste keer zegt, jezelf niet gelachen, ja, totaal niet. ehm... Um, ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat ik zelf al zo'n dingen gezegd heb als comedian. Eh, Alleen dat dat ook al zo, ik herinner me nog iets dat ik vroeger zei van eh, uh, uh, op je vrouw klopt vanuit de heup en altijd richting de keuken. Ja, meen ik dat? Tuurlijk niet. Nee, dat ga je meen. Ja, sorry. Ja, helaas. Er gaan uh, nog een paar uh, bubbels uh, ontploffen hier voordat deze, avond, voordat deze bubbels binnen zijn. Barsten er nog een paar andere bubbels. Nee. Maar ik, ik kan lachen met fouten humor. Maar dan het enige verschil is wel, en dat vind ik altijd belangrijk, is intentie. Is het, is het de bedoeling dat humor is? Of is dat gewoon niet wat die je vindt? Soms onduidelijk. En dan denk ik ook, en op een bepaald vlak denk ik dan nog altijd. Moedig je dat ook nog vinden. of zo. Er is ook nog zoiets, waar ik, ja, dat is een vreselijke mening, maar die moeten ook wel kunnen bestaan, hè, vreselijke meningen. Het is alleen wanneer je dat omzet in daden die iemand schade berokkenen, dan zit er weer een ander verhaal aan het vertellen. Maar niet noodzakelijk als je iets vindt. Ik bedoel, er zijn, er zijn veel mensen die dingen vinden waar ik van denk, ik vind het vreselijk dat jij dat vindt. Of dat jij dat denkt. Maar. Ik vind dat een hele moeilijke. die jij zelf ooit in een situatie geplaatst, uh, zoals in de Will Smith Willspit, zonder de camera's bij, uiteraard? Ik zie maar iets op café, je hebt met je vrouwen iets om trinken. er komen een paar uh, zatte gasten binnen, de joker mm -hmm. ik zeg maar iets, en die beginnen wel foute opmerkingen te maken. Ja. Uh, wat voor iemand is Alex echt nieuw dan? Jij dan ook, vecht jij soms? Of ja, jij ooit nee, dan zeg ik, ik, ben, ik vecht niet vaak, maar ik ben wel iemand dat dat niet uit de weg gaat dan. Ik zal het zo zeggen. Dan, dan, dan is er wel. Allee, ik, ik heb dat meegemaakt. Ja, in, de, in, de, in, de, in de Joker bijvoorbeeld ooit is dat er een, een klant ongelooflijk walgelijk deed tegen iemand achter de toog. En dat ik toen ook zei van uh, dat gaan we niet doen. Hè. Tuurlijk niet. Alleen dat, dat, dat is denk ik ook heel verbaal met de rand van, en het kan ook fysiek worden als je wilt. <laughs> Zo die. Hoe zeg je dat? Je stokst tot achter de deur. Ik ja, ja, zal het zo zeggen. Als dat is wat je en, wilt en, doen, dan en gaan we dat doen. Naartoe, we dat doen. Ja. En dat heeft niks te maken met. Uh, want ik ben eigenlijk helemaal geen vechter. Van, van, van... Ik ben niet iemand die je graag aan brazen heeft, of, of dat gaat zoeken of zus zo, of zo. Maar ik ben nog meer. Voor een of andere reden. Hoe zeg je dat? Je, je hebt zo de. Wat is dat zo? Ze zeggen vaak fight or flight, hè? maar je hebt, je hebt er eigenlijk drie. Hè? Fight, flight en freeze. Je hebt mensen die ook volledig bevriezen. Je hebt mensen die weglopen en je hebt degene die zeggen, en dan fight bij mij is ook heel vaak niet weglopen. Nee, van. Dat is het eigenlijk ook al heel dikwijls. Of doe ik even opzoeken. Zoals kind uh, weet ik nog dat we zo uh, eens, eens ruzie hadden met een jongen en, en we hadden een groep vrienden en die liep en die ging ze naar papa halen. En die kwam met zijn vader aangewendeld en al mijn maten toen die zijn allemaal weggelopen en ik zijn blijven staan. En ik heb dan nog een klote gekregen van die vader. van Ja, mijn zoon gepest en ik nest niet waar, maar ik blijf wel staan. Maar ga ze een vechter ook, hè? ik wil zeggen, figuurlijk gesproken. Ja, misschien wel, maar dat is ook omdat. Dat, ja, mijn vader heeft dat ook altijd over mij gezegd. Ik ben geboren met een vliezer om mijn naar RM. Zodat ja. je met mijn kortere vingertjes. Ik heb dat nogal verteld. Maar je ik glas dat... op het randje van amputatie, zelfs ja, 50% klopt. levens. Ja, allemaal. Dus, dus ik was ook. Ik, ik had er was een grote kans dat ik ging dood ook hè. En mijn vader heeft dat altijd tegen mij gezegd: you were born to fight. Gaf ze iemand die al vecht vanaf dat de miris is. Dus het is ook niet zo raar dat dan gevechtsporten iets is dat mij aantrekt of zo. Allee, heeft dat allemaal met elkaar te maken? Ik weet het niet. Maar, maar er, zit, er zit wel een soort. Um, ik ben geen vechtersbaas. Want je hebt gasten dat vechtersbasis zijn. Ik kende er vroeger ook die heel veel vochten. die zo'n kort lont hadden. En voor het minste sloegen die op iemand zijn gezicht. Dat vind <laughs> ik... komisch. Denk maar, ik, eh, ja, ja daar kunnen goede avonden mee. Met zo'n zo gasten als ze nieuwe schaapen. kant staan. Ja, hè, en als ja. dat niet is, dan is dat een probleem. Een hand. Maar ik ben gewoon iemand die dat. Hoe moeten we dat zeggen? Stand ja. your ground. Ja, voilà. En, en ook als ik iets. Als ik, als ik die niet kan verdragen, dan het dat van mij. Zo, dat is, dat is een beetje wat dat is. En maar dat is toch ook je kracht in comedy, denk ik. Want we hebben het al besproken: uw nek uitsteken. Jij mm houdt -hmm. ook wel geen potentiële discussie uit de weg, ik zal het zo uitdrukken. Nee. Of, of potentiële kritiek. Je hebt wel, mm -hmm. uh, ik heb het nog eens ja, op één week tijd al mooi geabsorbeerd. Je hebt wel rake dingen gezegd die ook wel eens, ook zelfs in uw eerste aflevering van de podcast met Marcel van Tiltse, die heb je op een gegeven van ja. Patrick Janssens, ik heb me daar enorm geïrriteerd, kan ik u wel zeggen. Hoe ja. komt die mensen misschien nog wel eens tegen? Mm -hmm. Hoe god dat dan? Ja, je geeft wel kritiek op heel veel mensen. Is ja, dat, soms dat is soms niet leuk. Ja. ik heb ooit Bart de Wever ontmoet en ik had ooit in een interview en die had dat interview echt gelezen en je alleen dat, maar typisch Bart de Wever kende die je die quote ook nog letterlijk van buiten. <laughs> nou, ik heb heel hard gelachen toen je dat tegen mij zei en ik zei: ja, man, eh, soms zit de jongen zich doek dingen. Ik, zeg, ik had eigenlijk helemaal geen, geen basis om dat over u te zeggen. Dat was puur gebaseerd op een soort. Hè. Terwijl dat ik, wat ik van Bart de Wever vind zelf, ben ik het eens met al die zijn de politiek of met de manier waarop hij naar de wereld kijkt. Ik ben niet zo conservatief van aard. En daarmee bedoel ik op sommige dingen misschien dan weer wel en op andere dan weer niet. Hè. Ik zie ook zo'n beetje. In zeg maar, je ziet zo die middle ground. Wat ik denk dat toch nog altijd zo de meest. It all makes more sense, vind ik. Uh, ik. Politiek bij mij is meer issue-gedreven dan, dan ideologie-gedreven. Ik zal het zo zeggen. Er zijn bepaalde dingen dat ik denk op dat vlak. Denk ik dan klaarblijkelijk conservatiever, maar op dat vlak ben ik dan heel liberaal ja, of, snap ik. of vrijdenkend. Snap ik, ja. ik hou niet van conservatief als ik het gevoel heb dat dat kleingeestig is of enggeestig. Nee, waarom heb ik bijvoorbeeld geen probleem met 300 genders? Omdat er zo'n soort punk in mij zit, dat zegt tuurlijk dat. staan die regels allemaal ver en Doe wat je wilt. Nou ja. Als je niet dat wilt zijn, zet dan iets anders. Be free. Als je gelukkig zij is dat voor mij veel belangrijker, want gelukkige mensen zijn geen gefrustreerde, vervelende mensen. Nee, nee, dat, dat zijn mensen die, die beter zijn voor de wereld. En, en als ik merk dat bij iemand, door te zeggen dat hij non-binair is, dat hij meer zich op zijn gemak voelt en voelt dat hij goed is, all good for me. Dat waar het bij mij altijd om gaat, als ik, als ik een probleem heb met dingen als zowel woke als, als rechts, noem het allemaal maar op, ik hou gewoon niet van bullenbakken. Ik hou niet van pestkoppen. Ik hou niet van mensen die die um, die u proberen te forceren van een bepaalde manier te, te zijn of te denken en er zal geen, geen enkele hoe zeg je dat? dat? Er is ook niks rationeel aan. Als jij dat dan niet vindt, dan denk ik: hé, maar ik mag dat nog altijd wel vinden. Hè? Zo, jij moogt zijn wie dat jij zijn, lot mij ook zijn wie dat ik zijn, en dan, komen we wel, dan vinden we wel ergens een middle ground. Hè? Ik ben heel ouderwets progressief, noem het dan zo. Ik ben die gast die zo gelooft in, 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 in Homo Universalis. Ik geloof in de, de, de gedeelde menselijkheid die wij hebben. Ik geloof niet dat jij. Gedefinieerd wordt door uw huidskleur, uw geslacht of uw, of uw seksuele voorkeur. Het zijn namelijk drie dingen die je niet te kiezen hebt, normaal gezien. Oh, ik denk Michael Jackson het geprobeerd. Die je het heeft gedaan, ja, indrukwekkend ook wel. Ik weet ook niet wat dat hier nog was op den duur. Ik denk dat niemand dat nog wist. Species. Dat was echt een alien-ding. trans ik, uh, ik denk dat hier uh, dat was iets anders. Ja. Jammer wel, uiteindelijk, maar zoiets. Ja, ik. ik ik wil zeggen jammer, maar die man, dat is nu wel volgens mij een voorbeeld van iemand die er niet gelukkiger door is geworden. Nee, maar ik denk ook dat, ik denk dat Michael Jackson dat, dat daar ja, als je weet wat voor een jeugd dat die ineen ja. gaat, hoe dat, dat gegaan is. Een die, verklarende factor. Pff. Misschien, ik weet het niet. Ik denk, denk dat je daar ook als advocaat moet daar waarschijnlijk veel rekening mee houden. Dat mensen zeggen ja, de achtergrond was dit en dat en daarom en zus en zo. En soms. Heb, soms hangt dat samen, soms ja, niet. Je zo. weet dat niet. Zwaar. Ik heb geen idee. Ik, ik denk gewoon dat Michael Jackson een heel. Uh, ja, dat hij heel ongelukkig is geweest. Heel zijn leven. Ondanks eigenlijk. die wereldfam. Ja. En misschien wel een van de meest straffe artiesten die ik, ons Maar daar worden niet gelukkiger van. Dat ben ik 100% zeker. Zijn jij. Um, slightly gelukkiger worden door bekendheid? Ja, no, slightly. En slightly ook niet. Er zijn bepaalde dingen. dat dat totaal niet voor mij heeft veranderd. Ik denk als je geboren wordt. met een zekere. Goh, hoe moet ik dat zeggen? Is melancholie een goede woord? Ik weet het niet. Ja, ik dan, snap dan het. Dan denk ik dat je, dat je dat nooit echt kwijtspeelt. Er is iets in je dat, dat toch altijd zo. Op bepaalde vlakken ben ik, ben ik een, een hele positieve gast. Of ben ik een go-getter of een go condorver. En, en limites en ook maar de dingen dat je wijgen oplegt zodat. Aan de andere kant zie ik soms ook wel een soort glas is half vol, soort gast. Als ik naar de mensheid kijk, Ik ben een redelijke pessimist als het over mensen gaat. Ja. Dan heb ik ook altijd de neiging van te denken: ah, we zullen het wel weer verkloten. Hè. Zo, er is zoiets om mij dat dat dan ook, terwijl dat je dan ook nog wel de schoonheid van mensen kunt zien. Het is heel, heel schizofreen. Ik kan, ik kan, Gelacht. Ja, het is, het is. En daar, daar ben ik wel, ik moet ik dat zeggen? Maar ik ben er zeker van dat enorme roem. Zo, room van iedereen weet wie jij bent, overal waar je komt. Weinig mensen gezien dat daar mentaal goed van overeind Ik kan bevestigen. En zeker als dat te lang duurt. <laughs> nee, nee, dat is waar. Zeker als dat te lang duurt. Want vroeg of laat gewoon die allemaal voor de bijl. Ik denk dat het moeilijk is, ja. Mensen denk... worden allemaal van denk, die je op een. Eh, he has it under control. Dat is een eerst volgende die uh, valt. Soms ja, dat is waar. Vaak, of zelfs hebben zo'n menselijk. Ik bedoel als je Robin Williams, hè? Robin Williams, briljante acteur, supergoeie comedian. Altijd heel funny in interviews. En dood ongelukkig. Ah, ja, en heel veel met heel veel Madonna. Madonna ziet er nu uit als een plastieke pop. Nu of je ja. die al ja. gezien. Is. Ja. Madonna was al jarenlang. Het was schokkend. Ay, schokkend in die zin, ik dacht dat ja. het een film van de jaren tachtig was. Die zag je nog hetzelfde uit. Oh, dat is zelfs nu niet meer. Als je die foto's nu ziet. En denkt dat you don't even look like yourself anymore. Britney Spears. Is Britney Spears. Dat zijn allemaal. Uiteindelijk is, is, is het wel duidelijk dat dat enorm veel aandacht krijgt. Heel de tijd. Dat dat niet goed is. Daar ben ik 100% zeker van. Als er één ding is waar ik van hou van beroemd te zijn in een klein land is dat je zo de grens oversteekt. Dat dichtte zitten er vanaf. Dat is keihard. Ja, maar jij hebt ook al in het buitenland zo opgetreden. Nee. Ja, jawel. Maar dat is toch. En met Diablo dan, denk ik. Dat is minder groot dan, dan hier. Dus dus je voelt wel. Er is links en rechts komt dat van tijd tot tijd wel eens tegen. Dat is dan ook wel grappig. Maar voor mij is dat meer een soort. Um... Goh, ik weet het niet. Vroeger, als ik jong was, dan had ik heel hard het gevoel dat ik zo heel heel beroemd wou zijn. Dan wou ik zo echt. Iedereen moet weten wie ik ben. En hoe ouder ik word, hoe meer ik denk. Oh, in goede dosis is niet tof. Omdat je het meegemaakt. Ik kan het kiezen en ik weet wat het is. En dat is natuurlijk het verschil. Maar dat was ook, ook bijvoorbeeld een, 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 zo'n ontnuchtering of een goed moment. Dat was, ik was in, op het Edinburgh Festival. En uh, en ik was er toen met een maat van mij uit, uit Antwerpen. En wij waren er... Um, wij gingen zo op een bepaald moment. was Er zo'n soort bar. Van boven in een hotel. En dat was zo de VIP Comedian Bar. Waar iedereen dat daar speelde naartoe kon. En zo. En ik stond er boven. En ik voelde ook zo... heel de tijd die sfeer van iedereen. Dat zo... elkaar in de gaten aan het houden was. Van... Wie ze jij? Kun jij iets voor mij doen? Kun jij iets voor mij betekenen? Zo je dat zo die hele vieze netwerkerige... Ja. Zo, maar ook zo de, de geur van van one hoop naar room. Zo, wat ik enorm vermoeiend vond. Een beetje ik, LA. Hè? Ja, heel hard. En ik stond zo te babbelen met, met, met een gast en dat was een promotor, zo een gast uit Canada en. en uh, we, zo we stonden gewoon te babbelen en er waren zo'n aantal mensen aan het rondkijken. En, je zei, en ineens zegt hij gewoon tegen mij zo van Ja, eh, so, yeah, there's, there's a lot of comedians here. Eh? They're from all over the place. Die zei, but uh, funnily enough, you're the only guy in here that knows what it feels like to fill an arena. <laughs> en ik had ineens zoiets van, nou, oh, dat is eigenlijk waar. Zo so, van iedereen dat hier staat, dat keihard op zoek is naar dat, dat heb ik, ik al. Ik weet al wat dat, dat is. Dus als iemand tegen mij komt zeggen: de No-Two Arena, het verkopen, dat moet toch sotsen? Dan denk ik: Ja, ik weet zot, wat hè? dat is. I know what it is. I've done it. Ja. Heel, zo, dat is iets anders. En dat, dat, dat zet voor mij heel veel weer terug in perspectief. Dat je denkt: roem in de rest van de wereld is niet iets anders dan hier. Zo. Dat is gewoon meer. Ja. Dat is more. En er zijn nog meer mensen die dat dan een mening over u hebben. En nog meer dingen waar je... En zoals gezegd, als je Big in the States probeert nog maar eens te reizen naar een plek waar ze je niet kennen, of zo, is dat toch wel... Ja, en zeker als je iemand... Hè, ja, ik zeg het, het is ook niet raar dat die mensen allemaal Tom Cruise en zo, dat hij zo zat is als een deur. Maar kun je ze blijven opzommen? En die, en die zijn ook allemaal op zoek naar iets. Hè, waar je dan Madonna had en zo op een bepaald moment in is de Kabbalah en dan de Scientology. Want Scientology. Scientology is toch ook de meest van de pot gerukte. Dat je echt denkt, dat kunnen je toch niet voorstellen dat iemand intelligent daarin trapt? Mijn vader is eigenlijk wat Scientology. Is dat echt? Nee, nee, is niet waar. Ah, ik wou wel <laughs> zeggen dat dat nog graver geweest is. Wat is nee, nee. wrong je with gewoon, your dad? Jezelf. Nee, 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 nee. Dat had ik wel willen weten eigenlijk. Dat heb ik echt gezegd. En hoe zot is die dan eigenlijk zo op de schaal van die? Ja, zot als een zoon. Dat is toch niet normaal? Alleen dat, dat je letterlijk zegt. De oprichter van onze religie is een science-fiction-schrijver. Het is een bananenfilm. Weet je... Uh, je zult hem kennen, Bill Burr, hè? die comedian, die zegt... Your guy's name is Ron. Really? Zo, so dat is, is uw god. Hè? Yeah. There's like video of him stomping his toe and going, motherfucker. Like, so, en, die, en die schrijft dan een, een sci-fi-roman over dat wij hier, zo gezegd gevlucht zijn van een ander planeet, maar ooit gaan we terug. In een ruimteschip, vechten in een intergalacte. Dan denk ik, wat? Ja. Allee, en aan de andere kant. <laughs> en en daar, had dan, daar had dan Bill Burr ook een heel goed punt dat hem zegt. Ik vind dat dan een belachelijke religie. While simultaneously believing that a woman bore, bore a child without having sex, that walked over water, died, and came back <laughs> three days later. En <laughs> dan denk je, so. de, ja, tuurlijk, dat is ook als je daarover denkt. Denk je van what? Dat klopt wel. Dus, dus, dus ik denk ook dat, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik ben er heilig van overtuigd dat, dat roem ook iets is dat je in mate moet hebben. Om, om, om een beetje on an even keel te blijven, denk ik wel. Ik ja. weet niet of dat, en, en je hebt roem room. roem, ik bedoel, je hebt mensen gelijk, ik weet het niet, ik zal zeggen, je kunt beroemd zijn, gelijk, uh, die mannen van Tool. Mm. Die een band, mm. die ah, ja. sportpaleis verkopen en die zon, Maar als die Danny niet aan zijn, dan hoort eigenlijk niks dat is van waar. die gasten. Eh, die, die zanger die heet aan een wijngaard en zo, en die houdt zijn eigen bezig met wijn verbouwen. Ja. En dus die hebben zo'n beste, beste van beide werelden. Die kunnen zo kiezen wanneer het die stappen in dat Nu ben ik de grote rockster en die stappen eruit. Terwijl dat de waar. Rolling Stones kiezen dan niet. Nee, nee. Dat is weer iets anders. Eh, Paul McCartney kiest dan niet. En dat en dat je Paul McCartney bezig wordt in interviews en denkt dat dat een oké gast is, maar die is ook zot. Ja, okay. Die zijn allemaal zot. Op dat niveau uh, ja. van fame faal, een wereldfout nog niet eens. Dat heeft Def Punk wel goed bekeken, natuurlijk. Ja, ja die. Uh dat is briljant, natuurlijk. Hè. Niemand weet wie die gasten zijn. Maar ook in deze tijden van internet, is dat toch wel... Ja, ik vind dat altijd heel cool. Ja. Ik hou wel van, van, van artiesten die dat, dat soort dingen doen, maar on, of die, die vooral 100% kiezen voor hun artiest zijn. Hè. Iemand als Nick Cave verkoopt ook het Sportpaleis uit, maar dat is, een, die is dat. Ja. En die, en die is niet zo... Ja, ik ben ook nog eens alomtegenwoordig overal. Ik ben, nee, in tegendeel. Ik ben daar, dat en van. dat is wat ik doe. En ik denk dat dat, ja, ik weet het niet. Ik, je, je hebt in ieder geval die een drang, want pas op: dat is ook niet zo raar. Hè, dat dat mensen die per se op een podium willen staan, ik heb altijd een gevoel dat die ergens iets komen, zeg maar. Of dat er iets niet helemaal computert. Is dat niet een beetje de nacht van een beestje? Je ziet dat meestal mensen op dat niveau, als je die ook al van, van kinds af aan, ding bij. Alex, echt nieuw, toen, toen jij een mannetje van 5, 6, 7 jaar was, dat jij waarschijnlijk ook al op familiefeesten of zo de, de lach verzooide, nee? Mijn, al, de, mijn allereerste optreden zeg ik altijd: dat ik ooit betaald werd en was ik acht jaar oud op een familiefeest. En dat ik mijn familie zo hard laten lachen dat mijn onkel mij honderd frank had gegeven. Oh, voilà. Dat hij zei: van, Oh, zo goed, gelachen manneke, hier, dat is voor u. En ik had zoiets, wauw. Oh, en. en ik weet dat er toen, toen al een Charlie Chaplin Adolf Hitler imitatie man. bij was. Omdat ik de, de, de Great Dictator gezien had. Ik ben eigenlijk een grote Chaplin fan ook. En ik, ja, ik was toen uiteraard niet te jong om te snappen waar die film over ging. Maar ik moest zo hard lachen met dat fake Duits en die intonatie en dat potsierlijke van dat figuur als je dan later dan echte speech van Hitler ziet, dan moeten er nog harder mee lachen eigenlijk een beetje, omdat je denkt, wauw man, people actually bought this. zo so die gast staat daar zo mega theatraal te roepen en te dieren, ja. en je denkt, en ik denk dat dat ook in een van mijn shows zit over het weer die tijd voor iets anders, hè, dat er zo toch gasten moeten gestaan hebben van, hè, dat ging dan over Brexit denk ik of over over, over dat soort dingen en dat je dan zo kijkt en dat er is een er moet er toch enige wist zijn toen die je zei van die gast is toch niet helemaal normaal he. dat kan toch niet en dat er dan een andere neef stond. Joh, moet die sowieso iets anders hè ja, ja het is zo, het is het het is dat is <laughs> dat, 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 dat je <huch> voelde ook dat, dat die sfeer er ook een beetje hing mee, met Donald Trump he. ja ja klopt dat is klopt. zoiets dat, het is tijd voor iets anders maar ja, ja, ja. iets anders is niet altijd beter Nee, ik, ik was toen also, dat uh, Donald Trump in de race voor de verkiezingen zat, toen hij nog president moest worden, uiteraard. Was ik met mijn broer in New York. En er waren toen onder de universiteit studenten uh, ontflyen. En die vroegen van ja, uh, op wie wil jij stemmen? Ik zeg: ja, al zeker niet op Trump zie ik. En die waren benauwd woest, die snapte dat ook niet. Yeah. Um, dus, dus pas op. Dat heeft daar wel wat mee uh, aangebracht. Dat, dat je in Europa niet had kunt inschatten. Ik ben ook ooit uh, gewoon film in de Trump Tower. Mm -hmm. Waar we dan de zoon van Donald Trump uh, ontmoet hebben. En uh, waar mijn... Uh, ik ben meer Obama-fan. Dat is, dat is uh, mm -hmm. nu helemaal hoe ik in het leven sta. Ja. En dat werd daar werd ook niet bepaald door een app applaus getrakteerd. Dus um, ja, dat is, dat is nu helemaal uh, hoe mensen in elkaar zitten. Het is, het is, een, het is een heel rare gegeven. Hè? Donald Trump is ook, denk ik een belangrijkste president sinds Ronald Reagan. Um, Reagan is ook zo'n gast die uh, enorm veel dingen teweeg heeft gebracht, he, samen met Thatcher en zo, en dat neoliberaal wereldbeeld en hoe dat je het ook wilt be benoemen. had ja, zo'n gast die uh, waar ook mee gelachen werd, he, Dat was die een acteur. We ze zeiden, hij is een actor, hij is like a cowboy. He, en nu gaat hij dan, en dat bleek dat dat de een is, die een enorme impact heeft gehad op, op, en die, dat heeft Trump ook, maar op een andere manier. Ja, ja. Trump heeft, heeft jammer maar helaas. Uh, Missen een fake news en fake media. en... no, I didn't. maar je hebt het vorige keer gezegd. Ja, oh, you just made that up. We kunnen de beelden laten zien. Dat is gemanipuleerd. Deepfake. Dat is een totaal andere manier van met de media om te gaan dan dat iemand in die positie ooit gedaan heeft. En dat heeft wel gevolgen. Maar moeten we dan ook iets zeggen, wel goed in zijn genre? Mm. Oh ja, bedoel. Hey, hij was wel de belangrijkste man ter wereld. Wie hij hij is niet. Je kunt van Trump zeggen wat je wilt, maar niet dat hij niet succesvol is. Hè? Dat is iemand die als je kiest om iets te doen, dan doet hij dat. Het enige wat mij altijd stoorde aan Trump. Um, Trump leek mij altijd. <laughs> ik vond je. Um, dat is misschien de witse mens in mij, maar ik vond je very unstatesmanlike. Ja, ja. So, ik vond dat uh, dingen dat hij zei, ik dacht, gast. Je zit niet op café met je vrienden. Ga zit de president van Amerika. Zo, misschien ja, houden dat soort dingen beter voor. Uw nee, vrienden ze. En maakte daar geen officiële statement van. Hè. Dat ten eerste. En ten tweede. Wat ik er ook heel erg van vond. Was, was dat was ook een. Ja. Ik, ik vond dat wel een beetje een, 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 een verlaging van het ambt. Ik moet er wel eerlijk in zijn. Ik zat er wel naar te kijken. Als jij Obama opnoemt, hè, Obama kunde... Akkoord met zijn of niet. Je kunt zeggen, er waren bepaalde dingen waar dat hij heel hard wat zijn stokpaardjes waren, mm. zoals Obamacare, wat voor, voor Amerika altijd. It smells like communism, hè, te, of smells like socialism. Die hebben het altijd moeilijk met overheidsinmenging met die zender, wat? Begrijp ik soms ook wel? Terwijl dat heel veel dingen die dat. Eh, wij, zijn, wij zijn eigenlijk een levend bewijs dat, dat als je bepaalde aspecten van socialisme pakt, dat dat werkt. Bepaalde aspecten, eh, ja, Niet ja. allemaal, maar nee. kies de goede dingen, laat de, laat de stomme dingen vallen. Eh. En, 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 maar Obama, wat dat, wat dat wel was, eh, want je kunt ook over Obama zeggen, heeft hem Guantanamo dichtgekregen. Nee, nee dat klopt. Eh, hoeveel drone strikes hebben er voor enorm veel doden gezorgd? Veel. Eh. Die dus is ook niet perfect, want dat is de ambt. Ja, exact. Je komt terecht in een ambt waar je weet. Je got, de, voor elke goede beslissing pakte er twee kutbeslissingen that's how it goes. Want dat is de job. Ja. Maar wat je wel had met Obama, was of, op zijn minst is het idee dat je erover hebt. Dat he was kind of a decent guy. A dat statesman. Je denkt, en ook vooral, die was eloquent, die was welbespraakt, die 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 zag er goed. Die, je kon heel mooi overbrengen Je had gewoon het gevoel van daar staan een, een, een intelligente mens, een leider wel, die je daar thuis hoort en die je nu wel het gevoel gaf van ja dat is de president van Amerika, hè. terwijl bij Trump het altijd zo weet van man die, zotte nunkel, die een zotte noonkel die is ja. al een tijdje aan het hangen zo, Ja, speciaal als cinema. en pas op die was op zich was die, want ik denk hè, dat... Dat ze dat op sociale media wel gevoeld hebben dat hij niet meer president is. Want dat is onwaarschijnlijk wat voor een alomtegenwoordige. Ja, wat, wat voor een figuur dat, dat was. zeggen. Zat er ook te denken, gewist elke, elke week, God hem toch weer iets zeggen. Ja. Waar je van denkt, dit, deze is nog horribeler dan hetgeen dat hem vorige week zei. Allemaal clickbaits. En op, da, op dat vlak denk ik wel dat hij. Uh, ik geloof niet dat hij zo dom is als dat hij zijn eigen doet uitschijnen. Dat geloof ik totaal niet. Ik geloof dat als je die is een oud interview ziet van jaren ervoor, dan is dan een andere mensen. Ik bedoel, dat is een... Ja, is dat een omhoog gevallen visa papa? Ja, tuurlijk. Maar, maar het ding, ik denk dat, dat, dat veel mensen waren altijd bezig, wat is die is een geheim nu? Hoe heeft je nu mensen kunnen overtuigen? En ik denk, ja, die heeft gewoon een heel segment van de bevolking. Aangesproken die zich door niemand gehoord voelde. Wat ook slim is. Ja, en dat is, dat is wat hij denk ik gedaan heeft. Als je zo de, de, dem, de Democraten en de Republicans ziet, dan zouden kunnen zeggen: als je heel kort door de bocht gaat, uh, de, 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 de Republicans zijn alleen maar bezig met ondernemers en rijke witte mensen. Hè. En, en dat, dat, is, dat is die groep. De Democraten zijn, zijn alleen maar bezig met mensen die, die, het, um, die het moeilijker hebben en die niet wit zijn. Heel funny. Hè? Ik bedoel, terwijl dat heel veel van die hun powerbase ook zo wit als fuck is, maar die hebben zo heel erg de houding van ja, de andere mensen en we moeten dit en we ja, moeten dat. zijn dus, Democraten, hè? Want dat ja. is hoe dat, dat klinkt. En dan hebben ze de arme witte mensen. En die worden door iedereen genegeerd, hè? zowel door de, door de Republikeinen als door de Democraten. Maar niet door Trump. Dat was die gast die naar van die staten ging en zei: We're gonna bring back coal. Ja, ja. Maar dat is zo mensen zitten die daar al yeah. jarenlang mijnen, niks, geen geld, geen vooruitzichten, maar die door een democraat, uh, daar zeg die zeg er tegen: You have white privilege. Zo so shut up. Ja. En die gast denkt: Ja, maar ik heb totaal geen vooruitzichten en geen geld. Wat ook wel waar is, pas op. Eh? Het is ook wel zo natuurlijk. Wat bedoelde? nee die, die mensen die zaten ook wel in een situatie dat ze dachten van ja dat is niet een oplossing ja en, en dat bedoel ik die, die, die kregen dan niet eens zo'n een rijke gast die zegt I'm one of you en dan denkt hij de, no you're not hè eh, zo was zelda nou. Maar tegelijkertijd had hij zo een manier van die aan te spreken dat net die mensen die die net gewoon en die net dat gedaan gelijk een zakenman. Hey dat is een marketeer. dat is een gast die heeft gekeken die nee gezegd welke demografie Wordt hier totaal door niemand vertegenwoordigd. Ah ja, die mensen. Die heeft keihard geld gepompt en, in en de die, machine. En die moet ik hebben. Tuurlijk, dat, zijn dat degene, is de Daar moet ik het gaan halen. En dan natuurlijk, omdat dat ook zo'n maverick was. Hè? Want ook de Republicans zaten ervan, ja, maar wat zeiden nee, en eigenlijk? Niemand wist ook wat het nee, was. Nee, Tegelijkertijd zegt hem dan ook de andere dingen. De typische, eh, het moet gebeuren, die is een ban on Muslim countries in het begin, waar dat dan. De grootste leverancier van terroristen niet bijzet, want daar hebben we olie-deals mee. Allee, het was, ja, ja, dat is het was bijna het hilarisch. Was he. Het je was een film. Je zit het nog te luisteren en je denkt: maar, maar heeft nu niemand door dat deze totale flauwekul is? Maar voor een of andere reden denk ik wel dat, dat mensen soms ook een drang hebben naar, ja, naar iets anders. Hoe een het, dat ook lekt, dat was een fascinerend figuur in zijn vreselijkheid. En, en die hadden een gevoel van: ja, hier. Uh, het is al zeker niet Hillary Clinton, want dan weten we wat we gewoon krijgen. Ik denk ook dat als, als de Democraten op dat moment een betere kandidaat hadden gehad. Michel. Dan, dan had het, ja. Dan, misschien. Ja, misschien. Ik weet het ook. Niet. Um, want je zegt toen ook dat de televisiezenders echt gewoon politiek gekleurd waren. En dat je dat ook al plotseling. We zijn ermee gestart, maar het is eigenlijk wel ook een beetje door inderdaad in deze podcast, de podcast ook wel heel veel kracht en macht in handen kregen, want mm -hmm. die waren eigenlijk onafhankelijker, onpartijdiger, dominant geworden, ja. omdat je bij de podcast te raden moest gaan voor eigenlijk nog een open en vrijheid gesprek, ja. wat je op televisie niet terugvond, want dat is allemaal propaganda. Ja. Um, en als ik uw shows um, opnieuw heb bekeken, als ik naar uw podcast luister, dan zit daar echt wel een flinke lading politiek ook in, mm -hmm. waardoor ik mij ook afvraag, is dat iets dat Alex nu ooit zou ondernemen, politiek? Nee. Nee. Ik, uh, ik moet dan altijd denken aan die, die film, Man of the Year, denk ik dat die heet. Dat is meer Robin Williams, waar dat hem per ongeluk president wordt. Hè? En dat hij op het einde zegt van, no, I'm, I'm more comfortable sitting on the side and commenting. Dat is wat ik eigenlijk doe. Ik ben degene die kijkt en zegt, maar als ik vanaf het moment dat ik... Um, maar ook een beetje nat bijvoorbeeld met die Franse comedian Dieudonné. Mm. Ja, niet. Die dat zo een aantal heel grove moppen had. En soms heel antisemitisch en heel dit en heel dat. En dan denkt je, ja, zolang dat, dat in hoedanigheid in van comedy is, ça va. Maar dan richt hij een politieke partij op en die heeft dezelfde standpunten. Wordt en dan denk alles. ik, ja, nu ja. is het niet meer voor te lachen, hè, man. Nee. Zo, snap dus, ik. dus het ding, het ding dat, dat, dat het bij mij is, is ik ben iemand die heel graag. Um, hoe zeg je dat? Zo balanceert op, die, op, op dat touw, zo, op, die, op die rand van. Ik wil, ik wil nooit echt helemaal in mijn te laten kijken van wie dat ik ben of hoe dat ik in mekaar zit. Mm. Terwijl dat ik wel denk, een halve verstaander voelt wel aan welke kant van het spectrum dat ik sta. Ja. Ja, ik, ben, ik ben ook vooral denk ik een. Ja, op, op zich ik mijn eigen ooit omschreven Sky nozel zei ja hoe, hoe zou je eigenlijk omschrijven ik zeg een humanistische misantroop. Dat <laughs> <laughs> is eigenlijk keihard funny ik, snap het nog ik wel. geloof in de mensheid maar ik haat die eigenlijk ja, ook ja. zo er maar zit zo er on, zit, zit iets heel ja. tussen maar dat is een beetje wat dat ik zin ik ben dat uh, that, is ook zo een van de mooiste uitspraken ooit ook in de film Gladiator I I never claim to be a man of the people, but I try to be a man for the people. <laughs> ja, voilà. ja, dat klinkt voilà. zo ongelooflijk arrogant, ja, dat dat maar waar. dat heeft wel iets waar ik van denk, ja, ik, 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 ik ben altijd een beetje in mijn kop ook een buitenstaander Ik heb dat ook altijd wel wat gehad in mijn leven. Dat je zo het gevoel hebt, je zei altijd die ene dat zo just goed genoeg kan doen alsof dat hem erbij hoort, maar eigenlijk net niet ofzo. Ik had, ik had. Ik heb dat nogal een paar keer aangehaald, denk ik, ik het al. Maar ik was een um, paar weken geleden, dus nog niet zo lang geleden, was er zo'n uh, benefiet-comedyavond uh, in de Capitol in Gent. En dat was met allemaal ja, een beetje de oude garde van comedians. En de Gunter Lamoot was er ook en ik had die ook al even niet meer gezien. Comische gasten vind ik. Ja, een hele, hele grappige kerel. En iemand dat ik ook heel graag heb, maar wij zien elkaar niet zo dikwijls niet meer. Want hey, ja, je ziet niet meer veel in line-ups en zo. Dus je komt elkaar niet altijd tegen en wij zaten um, in een backstage en er was zo'n hoop comedians onderin. en je voelt ook hoe ouder dat wij worden, hoe meer dat dan nog voorkomt, hoe sociaal gehandicapt dat wij allemaal zijn. Maar ook dat is echt heel onderling. funny, ja, onderling ook, maar dat, daar zit een soort eerlijkheid in dat die heel leuk is. En ik stond <laughs> zo naast de Gunter en ik ben zo wat, ik weet niet, maar ik ben zo aan het babbelen. Iemand komt naar mij en zegt iets. Ik zeg hé, hey, ja, oh, zo dat. En ik doe zo wat, lief en tof en, en die gaat zo weg. En je stond zo naast mij en je zegt niet eens zo. Hè. Ja, Alex, je kunt beter doen alsof hè, dan de meesten van ons hè. Maar jij kunt ook geen mensen verdragen. <laughs> en ik begon zo keihard te leggen en je zei: dat gaat niet. Hè. Je kunt dat niet lang trekken, hè, zo tussen mensen staan. En dan, dan begint dat op je zenuwen te werken. Hè. Ik zie dat al nu. <laughs> en ik had echt zo weten: ja, dat is spot on. Goeie imitatie, en je wel. voelt ook hoe ouder dat je wordt, hoe minder goed dat je daarin bent. Zo Hoe meer dat je voelt van bij vrienden of bij mensen waar ik mij goed voel, denk ik echt, denk ik wie dat ik ben. Nou, ik merk het vandaag. Maar als ik, Voilà, hè, <laughs> kijk eens aan, hè, Zo zie je. Maar als je, als je tussen, als je zo op sociale gelegenheden of zo zei, of, of zal maar zeggen, ik ga bijvoorbeeld ook zelden naar première's of feestjes of, ben, ik functioneer daar gewoon niet zo heel goed. Ik heb liever zo, ik denk altijd... Ah, nee. Maar dat wel voor 200.000 man in een sport oh, dan dan stond, dan stond een kick hier, dan zitten de gullen allemaal daar en dan heb ik die situatie volledig onder controle, in mijn kop. Ja, ik snap het. Want hadden die onder controle? Nee, als die 20.000 man beslist dat die je niet meer tof vinden, dan ga je wel een probleem. Ja, maar je weet dat dat niet gaat gebeuren. Maar er is een soort... Um, ja, daar zorg ik dan voor. Door 80 keer te try-outen en te zorgen dat hij je show ziet. Ik laat dat ook niet op het toeval over. Dat is, dat is het ding dat dat bij mij ook altijd is. Ik ben dan ook wel maniacaal voorbereid. Dat geloof ik. Zelfrespect ook. Toch? Ja, tuurlijk. En, en respect voor de mensen. Want die betalen ook. Laten we eerlijk zijn, ik woon in een huis dat die mensen hem me betaalt, basically. Je hebt er ook voor gewerkt, hè? Natuurlijk. Ja, dus het, is, het, is, het is dubbel. hè? He? Ik heb er niet voor gedaan. Je hebt en die ik mensen een avond bezorgd, waar die ook nog eens over gaan nakaarten. Ja. Die krijgen misschien nieuwe inzichten. Mm -hmm. Want je zegt van ja, het is een, een dunne grens. En ik wil, vind het ook wel leuk dat mensen niet direct weten van wie een echt een Alex mm -hmm. Ik snap dat jij kunt volhouden in shows van, ik zeg maar iets van tal uur. Mm -hmm. Maar als je podcast maakt, op die frequentie, op dat tempo, elke week. Want jullie zijn vier jaar bezig. Ja. Je hebt 216 afleveringen, geloof ik. Mm -hmm. Dus dat is effectief elke week een nieuwe aflevering, stevig ja. tempo. Dan kun je toch geen rol niet meer spelen. Nee, ik. maar dat, ik denk dat ik nooit echt heel hard een rol heb gespeeld. Ik heb meer. Um, voor, voor een comedian te zijn. vind ik altijd dat het leuker is dat je niet je kleur altijd bekent. Hè? Dus dat je. Ik vind dat enorm leuk om zo van die. Van die, van die super linkse we moeten toch elkaar verbinden en vinden En dat zo af te wisselen met zo'n degoutante walgelijke opmerking <laughs> dat mensen denken jesus christ of zo dus dat is dat vind ik altijd het leukste om zo het tapijt onder iemand te, te trekken zo om te zeggen van en ze voelden ook al dat het komt bij mij want eh, nou al die jaren begint beginnen de mensen die u volgen nu ook al wel wat te kennen evident dan weten ze altijd, ah, oh, je zegt die het lief. Allee, hoe lang gaat het duren? Voordat dat hem dat kapot schiet. Maar vooral, hoe gaat hem het weer doen? Want dat is natuurlijk hetgeen dat het altijd leuk maakt. Dat je, dat je zo van die, ik weet niet, ik denk dat ook in een van mijn now show's had zoiets over hoe fantastisch dat vrouw is. En een applaudisseren die yeah. allemaal. En dan heb ik echt ze haha, <laughs> really? He, zo. Dus dat zijn zo de dingen die ik, ik altijd tof vind om te doen. De, de, ik ben. Ik, ik ben zo'n beetje een speelvogel wel op dat vlak. Ik vind dat plezant om, om zo'n beetje met mensen te. Ik denk dat een van de. Ja, ik denk dat ik ooit een omschrijving heb gehad van. Dat is een mindfucker. So, en dat, dat is iets wat ik wel graag doe. Ik, ja. ik, I, I like to fuck with your head. So, omdat ik dat zelf Letterlijk ook heel zeggen. plezant doe wanneer, dat iemand dat, wanneer dat ik merk dat een comedian dat doet. Vind ik altijd heel funny. Ik moet er altijd heel hard mee lachen met mensen die zo zijn. Dus, um, dus ja, ik denk dat dat een beetje iets is dat, dat, dat bij mij in mijn humor, maar ook in mijn leven wel terugkomt. Maar gelijk dat je zegt, als je in een podcast zit, bepaalde dingen voelen mensen al wel op mij nu. neem me wel door ja, Is hij is een rechtse zak? Nee. Maar is hij een fan van Woke? Overduidelijk Nee, niet. voilà. voilà. He, zo, je voelt ook om bepaalde dingen op mij, dat ik, dat ik allergisch word van bepaalde opmerkingen, of dat, ik soms, hè, dat sommige dingen op mijn zenuwen werken iemand zegt ja, het was gezond eten daar. Wat bedoelde gezond? Ja, er lag een schuif avocado op of wat. Dat is niet gezond dan hè. Allee, zo <laughs> ja, wat zitten ja. gaan Wijgen. Voilà, voilà. ik heb ook altijd zo'n soort allergie om van die overdreven hipheid. Daar kan ik het ook zo wat van krijgen. De hipster. Terwijl, terwijl dat er dan ook dingen zijn die daar wel leuk aan zijn hè? want, want die, die hebben dan vaak wel zo die ene plek waar je dan wel iets cool kunt gaan eten of voor dat dan en hipsters beïnvloeden nu uiteindelijk ook of dat je het wil of niet, want die maken dan weer iets populair waar dat jij dan ook wel fan van zit zo. Dus dat is altijd uh, die, die contradictie, maar ik, ik, ik heb wel altijd een hele... Hoe zeg je dat? Ik heb het heel moeilijk met mensen die zo te overdreven zijn. Waar ze van voelt je ja, man. Maar... Hip om hip te doen. Voilà. Zo, en, en, en ook zo de... Ja, het, het zou moeten lachen mee. Ik, ik dacht altijd dat dat om mij lag. Zo. Maar je weet, dat bedoel ik met, met het, het superpersoonlijke, dat dan toch universeel wordt. Hè. Dan, zat, dan zit je zo in een, in een soort hypeet. En je zit erin en je denkt. Oh, allez, het duurt weer een half uur voordat onze een drang er is. En dan komt dat niet allemaal tegelijk. En dan is de helft van de bestelling verkeerd. Want die doet met zijn man manbun, vindt ook niet dat je moet opschrijven <laughs> wat je aan het zeggen zegt. zo dat. En dan maak ik mij er druk in en dan denk ik, maar is dat is toch mogelijk? en Dat, dat ligt toch niet alleen maar op mij? Dat kan toch niet? En dan zie ik bijvoorbeeld van Jerry Seinfeld, uh, Comedians in Cars ja, Getting ja, Coffee. Leuk, leuk, leuk. En dan zit hij in Portland eh, met een andere comedian. Ja. Van die glorious Basterds ook. Okay. Ja. ja, en dan zitten die er in, in, in zo'n een of andere hippe keet en dan zegt Jerry Seinfeld, I think we're in danger of getting hipster service. Ja. En dan zie je zo'n vintage klok... Ja, ja. Van onder, van dat duurt kei En dan kijk ze weer, yes, ja, dat, dat is zalig, overal zalig. in de wereld ja, waar, zo. Die zijn allemaal hetzelfde. Dat is, dat is altijd waar. zo. Een of andere hippe microbrewery met dit en dat en zo. En, zo. en dan, doen die, dan komt er altijd zo'n joviale, wat zal het zijn voor alle. Een shot later, en dan begin je te kijken, zou deze, yes of course. En je deze en dat alright, kom die norde. En dan wandelt hij weg, je ziet die in een uur niet. En dan komt hij <laughs> terug en de helft van de bestelling is verkeerd. Want die nee aan die geschreven. En wel, dat, zijn zo de dingen, dat, dat zijn zo de dingen waar ik van denk: jou, dat is wat je voelt aan de wereld. Van, dat bedoel ik met dat, met dat persoonlijke, dat universeel. Zo, als jij iets meemokt waar je je onergert, zijn we zeker dat er nog duizenden mensen zijn die dat, dat doen. Ja, ja klopt. Gehad. Want je hebt uh, 216 gasten over de vloer gekregen, je mm bent -hmm. een Andries op de zolder. Ja je het ook meegemaakt dat je gasten uitnodigt waar het gewoon fundamenteel oneens moet zijn, je nou mottig van word? Uh, nee, nee daar moet ik eerlijk in zijn. En er is wel een reden voor ik doe dat niet graag. Omdat ik, um, ik wil wel in, in discussie gaan met iemand, vind ik helemaal niet erg. En soms er zijn mensen die, die waar ik zeker niet op alle vlakken het, het mee eens ben of zo, absoluut niet, meer. Wat ik, bijvoorbeeld, wat, wat ik bijvoorbeeld niet zou doen. Hè, terwijl je zou zeggen. Je moet, ook, hè, je, je moet iedereen een platform kunnen geven. Ik geloof dat ook wel. Maar ik zou bijvoorbeeld. Geen Dries van Langen uitnodigen. Omdat ik er gewoon niet. Is niks waar ik van denk. Hier vind ik ik u in. Maar is dat dan ook niet net misschien heel interessant? Misschien het, wel. Ja, ja. Misschien moet ik dat ook iets doen. Een contrast. Er is ook een, een, een ding in mij dat dan denkt. Maar ja, nee. Die, het, 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 het eerlijke is. Je boeit mij ook niet. Nee, nee ik snap het, maar tegelijkertijd is dat wel een jonge gast die dat, uh, iets beweegt in de politiek wereld. Klopt, klopt. En er mensen ja, toe. Uh, we hebben ja. over Trump gesproken. Ja. Hij denkt er ook wel over, waarschijnlijk. Dan zou het misschien wel heel interessant op podcast... zijn. Ja, terwijl, terwijl, en nu ben ik super hypocriet, maar de Donald die zou bij mij morgen mogen komen ja, zitten. Ja, oké. Okay. Omdat ik zoiets heb van. Ja, toch? Because the guy is fucking crazy. Omdat ik zoiets heb van. God, daar zitten en, en ik. Ik wil gewoon eens even leven in die rare sfeer waarin je... Nee, nee dat snap ik. Want fijn, je bent een heel belezen man. Dat, dat kan ook bijna niet anders. Als je al die podcasts doet, jij bent ja. ook iemand die zich al voorbereidt, weet ik. Dus ja. je, je leest ook massas boeken. Ja. Ook voor shows. Ja. Ik heb wel gelezen dat je daar helemaal kunt uh, losgaan in die woke En dat je alles erover wilt weten. Ja, maar weten. Alles, alles pro en contra ook. Hè? Ja. Dus, dus dat je zowel... Bij wijze van spreken, wat is dat? Robin DiAngelo en Tana Hasee Coates en Ibram X. Kendi leest. En je leest dan degene die dat die allemaal haatte. Ja, dus, ja, zeker. Zodat, maar, je, zodat je ook voelt van, ja, van waar komt dat bij u en van waar komt dat bij u? Want anders kun je het ook niet weten. Hè? Dan, dat snap ik. Dan, maar het is exact dat ja. dat mij wel intrigeert of, of triggert om uh, mij even in te beelden. Als jij bijvoorbeeld nu zegt van Dries van Langenhoven, ja. zou mij niet boeien. Als je die wilt komen naar de podcast en er ontstaat een gesprek, dat dat wel vu vuurwerk, of minstens heel boeiend kan worden, denk ik. Kan wel, ja. Jij je inhoud, je de geschiedenis. Ik weet het niet, ja. ja. Ik vind dat... Uh, ik weet het niet. Ja. Maar dan zou ik liever... Ik, ik, ik hou dan liever mijn gesprek... Ik heb, dat heb ik al een paar keer gezegd. Zo. Ik zou eens heel graag willen babbelen met een jonge gast die je zo op de rand balanceert van naar schilte en vrienden te gaan of zo, of naar zoiets. Maar die zegt, ik weet het niet goed. Maar ik voel me aangetrokken tot dat. En dat ik dan zou zeggen, waarom? Een hoop. Zo, waarom, waarom vind jij dat? Of waarom zit jij daar? Terwijl, maar ja, aan de andere kant natuurlijk, als dat geen politicus niet meer is, hè, want politici vind ik ook altijd een klein beetje... Het ding dat je daarmee hebt, is die laten nooit het achterste van hun tong zien, want die blijven nog altijd een soort Helaas, hè? Ver, verantwoordelijk voor een achterban of voor politieke standpunten, of noem het allemaal maar op. Puppet on a string. Het is eerder daar. Ik, ik heb altijd gezegd: als Bart de Wever bij ons komt zitten, dan babbelen we over die is een favoriete film: The ja, uh, Gladiator. En dan zeggen ja. we: hé, hey, waarom in Romeinse geschiedenis? Ja. En vertel eens: wat boeit daar aan? En dan gaat er sowieso politiek uitkomen, want dat kan niet anders. Maar dan is dat niet de hoedanigheid waarin dat je die daar hebt. Dan is het die als persoon, als wie dat die is. En misschien is dat ook zoiets, dat, dat ik zou moeten zeggen: zeg Dries, wat doen ze wel vooral? Voor als, je niet, hè, als, je, als je niet aan het roepen je, hè, dat, 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 dat het avondland aan het ondergaan is en dat we de omvolking moeten vrezen, waar zit hij dan mee bezig? Ik weet het niet, hè, want wie, wie zegt dat die gast ook. ook ja, ik weet dat niet. Ik, ik vind dat een hele moeilijke. Misschien is dat ook gewoon een soort. Bij sommige mensen kan ik nog een soort sympathie voelen, en bij sommige mensen ook niet. Wat misschien genoeg... is het gewoon zo simpel. hè. Ja. Wat je nu vaak vrienden van thuis het uit, het, volgt mij op. Ja. En dat is ook wel leuk, want dat is ja. altijd fijn. Maar af en toe ook wel onbekende mensen. Waar ja. Van, ja, zeker. Want, want een van die minder bekende mensen, misschien voor de massa, maar niet, niet onbekend voor u, ook niet voor mij. Dat is Jamina Crossa. Ja. Uh, het ook wel even aansnijden. Want dat is mm -hmm. natuurlijk um, de dame die dat het goede doel vertegenwoordigt dat jij hebt gekozen voor ja. onze podcast. Klopt. Wat ja. doet zij precies? Ja, Jamina Crossa is een, eigenlijk een. Uh, ik noem die de One Woman Promo Machine. Want die is zo. Die is onwaarschijnlijk uh, zot in het. Uh, dat is een vrouw die borstkanker gekregen heeft. En die heeft een. Uh, een dubbele amputatie gehad en die had door, of in die tijd, dat werd niet terugbetaald. He, dus als je een reconstructie liet doen, dat was eigenlijk op eigen kosten. En ja, dat is een madame die nogal van aanpakken weet, om het zachtjes uit te drukken, en die is daarvoor gaan, gaan, gaan uh, strijden tot aan Magie de Blok toe. He, dat hij echt letterlijk met Magie de Blok samen heeft gezeten en die heeft echt er Letterlijk voor gezorgd dat dat nu terugbetaald wordt. Ja, inderdaad. Dus dat is al redelijk straf. Hè? Ik bedoel, dat vind ik op zich al, vind ik dat al, dat is echt letterlijk iemand die dat voor, voor duizenden vrouwen een verschil heeft gemaakt door dat te doen. Maar dan heeft hij ook nog eens, die werkt dan ook nog eens samen met um, Damia Laoui, denk ik dat die, die dokter heet. En die die zijn eigenlijk aan het werken, en dat is het VUB, Yamina Crossafonds, uh, waar ik het over heb. Uh, de, op de site wordt dat veel beter uitgelegd, zijn mensen thuis. Dus dan moeten dat daar maar eens checken. Maar ik ga proberen van ongeveer in mijn, uh, in mijn Four Dummies versie van wat, wat die een dokter op mij heeft gezegd uit te leggen wat dat, dat is. Uh, de meeste mensen die sterven van borstkanker, sterven als ze in remissie gaan. Dus als dat een tweede keer komt, that's the one that kills you, meestal. Maar wat hebben ze nu gevonden? Dat er in kankercellen zelf nog gezonde cellen zitten. Dus die resistenten, die kunnen vechten tegen die kanker, Die halen ze eruit en daar maken ze dan eigenlijk een soort vaccin van. Zodat als je de volgende keer terug kanker krijgt, spuiten ze je in met je eigen resistente cellen, die dat die, die, die kankercellen gaan opsporen en uitmoorden. Ja, ja, ja. Dus je hebt eigenlijk een vaccin. Min of meer op maat gemaakt. Dat is min of meer denk ik dat ik het goed heb uitgelegd. Uh, mocht, ik, mocht ik het fout gezegd hebben, dan laat het weten. Maar dat is dus, en ik Ja... Ik was ook gewoon zo gefascineerd voor, door die verhaal en door wie dat die is. Dat is ook zo'n enorme sterke persoonlijkheid. Ongelooflijk, ja. Dat is, die heeft ook een aanstekelijk enthousiasme. Dat is ook een vrouw die dat, hoe zeg je dat? dat, dat wat, wat soms heel cool is: je hebt zo twee soorten mensen. Je hebt zo mensen die kanker overleven en dan voor de rest van hun leven een soort um, halve versie van zichzelf zijn en je hebt er zo anderen die zo zoiets hebben van I'm gonna grab life by the balls nu zo zo en dat is zij zij is heel erg iemand die eh, Wat niet wil zeggen dat die angstvrij leeft want dat zegt ze zelf ook altijd dat, dat, dat je altijd als je dat gehad hebt, blijft dat erin zitten altijd ja snap ik wat logisch is maar voor haar is dat een enorme ja, dat is bijna een eeuwigdurende drive dat hij heeft. Die blijft gewoon gaan. Wat ik zo heel straf vind, en natuurlijk, ja, als je stelt dat dat, dat, dat dat ooit lukt met dat vaccin, ja, dan, dan redden letterlijk miljoenen mensen hun leven. Hè? Waaronder heel veel vrouwen. Maar er zijn ook mannen die het krijgen. Dus er zijn wel met vele minder, maar, maar het gebeurt wel. Borstkanker, maar. En ik denk dat dat ook gewoon voor een algemeen kankergegeven. Als je dat al vindt, dat je zegt van wij kunnen nu zelf de, de resistente cellen pakken en gebruiken om dat te bevechten. Dan gehad dat miljoenen levens redden. Hè. Absoluut. Dus hij dus. dus is ongelooflijk, een ongelooflijk mooi doel dat je hebt gekozen. Ja. Ik heb Jamina leren kennen. Ze heeft mij ooit een mailtje gestuurd, uh, ik denk ook zelfs, ben niet zeker. Naar alleen van de podcast was dat ik de gast was bij u, mm -hmm. um, die had gehoord en ze organiseert heel erg veel. Initiatieven, waaronder ook de, uh, de Boost Talks, ja. waar ze zich inzet voor uh, jongeren uit socio-economisch moeilijkere situaties. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk TED Talk-kinderen. Ja. En ze zitten hier op een podium en die mogen een idee lanceren. En ik zat ah, toen ja. in de jury, zat daar gevraagd, dus uiteraard met heel veel plezier. Mm -hmm. Samen met een, Bruno de Wever, de broer van Bert. Ja. En de Amir Bashrouri, dacht ik. De voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, okay. als ik het goed uitspreek, ja. En uh, dat waren echt uh, ongelooflijk indrukwekkende performances. Jonge mensen. Ik zeg het, van, uh, van, van 17 tot uh, 22 jaar die daar het beste van zichzelf gaven en echt indrukwekkend en er, ja. daar houdt zij zich ook mee bezig. Dus ik vind het een prachtige keuze. Ik ben ook heel blij dat ik die keuze heb gemaakt. En ik hoop ook dat uh, het gesprek is nog niet afgelopen, voor alle duidelijkheid. Ja, ik wil toch dat dus... klonk al alsof dat zo wat aan taf nee, 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 nee. nee, Nog, nog belang en geen goesting om af te ronden. Ja, dat maar, um, Het zijn nog sigaren, oké. Okay. Het zal wel zijn, het zal wel zijn. Ja, misschien een beetje een moeilijke combo met het goed doel dat we vandaag kiezen. Alex, maar goed. Dat er zijn dan uiteraard. Um, de Contradicties mens... moeten er zijn. Ja, altijd. De mensen die uh, aan het genieten zijn van deze uitzending tot, tot nog toe, of het flauwekul vinden, dat mag ook allemaal. Maar... Laat uw goed hart zien, laat uw groot zien. Stort voor het goede doel. Onderaan het scherm, zoals gezegd, of als je via Spotify de podcast app luistert, dan zie je daar ook een rekeningnummer verschijnen. Stort een bijdrage, het maakt niet uit hoeveel het is of hoe weinig. Um, het is een prachtige daad van altruïsme. Daarnaast ook een klein beetje van egoïsme, want je kunt de prijs winnen en niet zomaar de prijs. Maar wel de uh, volgende show van Alex, waar hij vanaf september terug mee gaat toeren, geloof Klopt, ik. Klopt. Ja. Um, die je echt niet wil missen, dat kan ik je wel garanderen. <laughs> um, ik heb gezien dat de try outs zijn allemaal uitverkocht. De Arnhemberg in december, ik geloof 20 december, is ook bijna uitverkocht. Dus mm -hmm. je gaat u wel moeten haasten uh, om die tickets te gaan bestellen. En twee gelukkige onder jullie zullen daar uh, gratis en voor niks meer naar mogen gaan kijken. Ten voordele, uiteraard, van het Jamina Crossafonds. Yes. Over die nieuwe show, wat ja. mogen de mensen verwachten? Oh, um, ja. Het is, is inderdaad. Ja, ik, ik, zal, ik zal het al zo zeggen. Um, dat, het zal waarschijnlijk de klasseren vallen onder. Als je hem vroeger niet tof vond, dan gaat hij nu ook niet zijn. <laughs> dus uh, laten we daar al duidelijk in zijn. Het is niet dat ik ineens een radicale nieuwe weg ben ingeslagen. En dat ik zeg: nu, uh, nu is het performance art met een beetje dans. Uh, het is meer ikke. Maar het is, het is ikke. Uh, Anno 2022. Ik kan, ik kan het niet anders zeggen dan, dan dat, waardoor dat je wel merkt dat. Ik, um, ik denk wel dat mijn shows altijd een beetje een, een reflectie zijn van wie dat ik ben op dat moment of waar ik op dat moment sta, wat dat de dingen zijn waar ik mij mee bezighoud. Um, en ik probeer altijd de, hoe zeg je dat zo de, 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 de moeilijkere dingen waar ik van denk, hier, hier is een gesprek vervelend of moeilijk over daar kon ik proberen van niet mee te doen dat ik altijd denk van ah ja zo leopold II. ja oké okay, hier zit hij iets in gewoon omdat ik, omdat ik voel van dat er ik, ik merk vaak mee, 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 mee veel comedians en dat zijn niet degene um, mijn, mijn voorbeelden en zo of degene wat dat ik dat hart zal erop kijken, zijn ook niet altijd noodzakelijk de meest politieke of maatschappij want daar zijn er ook heel grappige bij die dat niet, dat hoeft ook niet voor mij. Maar voor mij persoonlijk ja, merk ik wel altijd dat dat is waar ik mijn humor ga zoeken, dat in mijn persoonlijk leven. Zo dingen waar ik van zeg: dit is er veranderd bij mij of dit is. Ik zal zeggen, het thema van de show, dat is nu niet moeilijk om weg te geven, ook, want dat was die niet in zin dat het allemaal moest samenvatten, maar dat is wel die, die twee afgelopen jaren die ik zo in mijn kop heb doorgebracht. Crazy, hè? Zonder een podium, was niet plezant. Heftig. ja. En dat heeft ook heel veel dingen losgemaakt in mij. Ik ben ook, zoals je al straks zei over dat woke-ding en zo, ik ben ook een beetje down the rabbit hole gegaan, soms. Ja. Waar ik wel van voelde, van... Er moet er wel uit. Want heel veel van de dingen die je, die je doet in het leven, is, is ook, um, hoe zeg je dat, als je iets hard genoeg gelooft, dan zie je het ook overal. Maar dat geloof kan ook niet juist zijn. Zo, je kunt soms ook kijken en denken, ja, maar dat is ook maar een manier om naar de wereld te kijken. Dat is niet hoe de wereld is. En, dat is, en, en door, door zo diep, diep, diep te graven in, in iets bepaalds, beginde bijvoorbeeld in elke film ongelooflijk overgevoelig te worden. Voor, ah ja, tuurlijk moeten ze dat weer zeggen. Echt? Ah ja, ja, uiteraard moet dat weer. En op den duur dacht ik ook, ja, maar nou, je moet hetzelfde aan het doen. Je zit eigenlijk hetzelfde aan het doen als de mensen waar je je eigen druk in aan het maken zijn Namelijk, je zit het aan het zien omdat je het gelooft. En niet noodzakelijk omdat het zo is. Al ja, wel een straffe reflex, want iedereen ja. heeft die reflex. Nee, maar dat is denk ik meer een training van jarenlang je eigen vraag te moeten stellen. Want dat is ook wat dat je een beetje moet doen als je een comedian bent. Als je eigenlijk zoveel als mogelijk... Ik verkoop graag eh, onnozele kul ook. Eh, niet altijd noodzakelijk onderbouwd, maar soms ook gewoon Kom, blauwe gewoon zevers, procent. omdat dat leuk is. Maar als je bepaalde meningen gaat hebben ofzo, dan denk ik ook altijd dat je niet altijd alleen moet kijken naar dat ding en dan zeggen ah ik vind dat en dat en dat ervan, maar dan moet je dat omdraaien en zeggen je maar waarom vind je dat? Of ik maak mij druk in. Dan nee. is de tweede vraag die je moet stellen waarom maakte jij je daar druk in? Want wat is het probleem? zit jij bang ervoor? Is dat iets waar je schrik voor het? Is dat iets dat je het gevoel dat als bijvoorbeeld uh, Überwogen mensen zeggen ja, witte mensen zijn inherent racistisch. Het schrik dat ze gelijk hebben. Is er iets in u dat zegt misschien is dat wel waar? En als dat zo is, ja, hoe gaan het daarop reageren? Of wat gaan ze daarmee doen? Of nee, hoe gaan ze ga dat ownen? Wat doen je daarmee? En je hebt dan de, de manier waarop dat sommige mensen dat doen en dan heb je de voor mij dan, Alex Agnew-manier, wat altijd hetzelfde is. Hè. Je komt uit Antwerpen. En dan heb je de comedians die je eigen excuseren omdat ze uit Antwerpen komen. Omdat je weet dat als je, <laughs> eigen, als je ergens gaat staan, je maakt je eigen niet populair van het Antwerpen te komen. Dus je zegt, ja, ik kom uit Antwerpen. But we don't care. Sorry. Hè? En bij mij is dat... Uh, hé boeren. En, Want je en met ons. white privilege is dat bij mij hetzelfde. Dat ik niet zeg, ja, ik, ik, ik besef dat ik geprivilegeerd ben. En dat ik, nee, ik heb zoiets, wit privilege. Wat een feest. Dus slim ook dat, wel. Is, slim dat, ook is dat wel. ding. Ik vind dat gewoon leuk van. You should try it, it's awesome. Hé, zo, daar. Omdat ik Ik denk altijd, ja, ik ben geen kruiper. Nee, nee. Vooral. Ik kan niet kruipen voor iemand. En ik denk, als jij dat beeld van mij toch al hebt. Oh, then I'm going to be it. Ja, voilà. Maar vooral, vooral. echt volledig. Eigenlijk ook weer slim, hè? Omdat de handigheid. Ik vind. weet het niet, misschien wel, misschien is dat, is dat, is dat, is dat is mijn coping mechanism, dan noem het dan maar zeker. Maar ik heb dan gewoon de neiging om te zeggen maar dan kunnen mij ook niks maken hè? want wat gaat het dan doen you're wired and you're privileged yeah it's awesome you should try it <laughs> dat is, ja, dat dan denkt dan denkt zo ja wat wat moeten daar nou op zeggen voilà, voilà. en dat is, dat is dan het. stop het dan stop het dan denk ik ook ja ik, bedoel, ik heb ooit een, 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 een interview gedaan voor een Nederlands tv-programma en er was een, 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 een jonge, um, jonge Nederlander van Marokkaanse afkomst die mij interviewde. En die was bij mij thuis en die zegt ineens, die begint zijn interview met, zo, uh, en dit is hoe de witte man woont. Zegt hij tegen mij, en ik zeg, ja tuurlijk, wist jij dat niet. Zeg, wat krijg je dan als je geboren wordt? Ik weet niet of je dat weet, maar dat stond in het Witte mannen witboek Dat je geboren wordt, dat je zo'n kast van een kot met een mega tuin krijgt. Ik heb er ook twee auto's bijgekregen gekregen. En ik begin dan ook zo... Ah, dat is heerlijk, dat privilege Je moet dat proberen. Ik heb ook altijd een tafel in elk restaurant. Maar zo de beste plots. Ik moet ook gewoon maar bellen en dat is in orde. En dan begon die gast wel keihard te lachen. Ja, ik zeg, maar hij is ook gewoon Ik, ik, zeg, ik zeg van... He? Dude, ik zeg... Wat je denkt... You gave is... me this for free, zo. Maar dat is een gevatheid die je als comedian wel als troefkaart kunt spelen, toch? Ik dat moet je hebben, denk ik. Goh, ik denk dat dat vooral iets is dat je na een tijd... Um, ik moet er wel altijd een proces voor door, Want dat lijkt wel ja, absoluut. Omdat ik... Zo, soms kunnen kun ze van die dingen serieus nemen en betend worden, maar dan moet je altijd een manier vinden. En dat doe ik door humor van u erboven te zitten. Mm. Dat je terug die on the outside looking in, because then it's funny. Ja, ja, ja. So, jij, zin, jij zin nooit een. Als jij jezelf een onderdeel van de aangevallenen voelt, ja, dan zit je niet grappig. Mm -hmm. Want dan, dan wordt dat iets heel nee, nee, dat is waar. bitter, of iets heel gemeen, of ja, iets heel 100%. gekwetst, of iets heel aanvallend. Of, en ik moet altijd die een, die een afstand voor mijn eigen kunnen creëren. Dat ik, ik terug daar zit en zeg. Dat is allemaal zeven, hè? maar als we dat dan toch gaan doen. Nee, nee dat gaan we dan, dan doen. <laughs> so, we let's have fun while we're doing it dan. Want, want wat gaan we er anders mee doen? Zo? Nee, nee, maar het is, het is, het is uh, slim, grappig en gevet, dat, dat is meegenomen. Want je gaat nu toeren vanaf september tot ongeveer, of is dat onzeker? Tot uh, juni zal okay, dat perfect. zijn. Dat zou Heel Vlaanderen, ook Nederland, of niet? Nederland nee? zijn er ook een paar bij ja ik vind, ik vind Nederland altijd leuk om te doen denk Amsterdam en Rotterdam zijn er sowieso bij want dat zijn altijd zo plekken waar ik, ik wel graag speel ja maar ik, ik, ik had hier toevallig vorige week een aantal Nederlanders van een Nederlands productiehuis te gast mm -hmm. en uh, we waren bezig over comedy en hij zegt van ja maar Vlaanderen heeft echt een aantal heel goede comedians ja. en ik, ik begon spontaan een aantal namen te noemen uh, te zeggen Philip Geubels, dat is eigenlijk de eerste die ik zei omdat ja, ja. ik weet dat hij in Nederland ook heel populair ja, is ja die is heel hè? populair is daar, daar, ja. en hij zegt ja Philip Alex Agnew hij over u. Ja. Uh, dus dat vond ik wel fijn, omdat ja. ik weet dat. En enfin, ik weet. Philippe Jeubels, ik was er een paar weken geleden iets mee gaan eten. Mm -hmm. uh, en hij was ons vertellen over zijn tour in Nederland in het verleden. En, en zijn uh, toch wel goede chemie in Nederland. Mm -hmm. En wat mij daarin opvalt, of welk gevoel dat ik hier krijg, is dat jij gewoon in je carrière al heel veel nee hebt gezegd. Ja. Denk ik. Nog, Ook commerciële initiatieven. Hè. Denk dat jij VTM of weet ik veel wat, programma's, dat jij. Heel vaak nee gezegd. Ik denk ook de slimste mens. Jij mm -hmm, ja, dat nooit, is al, nooit in de jury zitten. Dat, is een, dat is een vaste met mij in de Neder. Wij elk jaar. Allee, wij zien elkaar wel regelmatiger tegenwoordig, maar toch dat is ook nog weer even weer. We gaan elk jaar één keer eten. En dan zegt hij: Je weet wat ik gewoon vragen. Hè? En dan zeg ik ja, nee. Go, dan gewoon weten. We maar dat is altijd zo dat. Maar, is er een bepaalde reden voor? Ik weet het niet. Ik heb, ik heb, uh, ik heb nu zo'n half beloofd dat ik het wel ga doen. Hem, na al die jaren dat ik zeg, ah oh, fuck it, misschien moet ik, moet ik dat dan doen of zo. Dat is een primeur, ah, ja. denk ik wel. Mooi. You got a prime one. Voor het Yamina Crossa. Yes, voilà, kijk, mooi. Maar uh, dus ik denk, ja ik weet het niet. Voor mij was dat altijd, ik ben niet goed, ik kan niet goed tegen mijn verlies. Dus ik speel niet graag spelletjes. Uh, dat heb ik ook gelezen. Gaan ze borten met de dochter? <laughs> ja, dat was graag. Mijn dochter is nog erger. Hè. <laughs> dus dat was wel heel funny dat hij zo. Gans was in slaap gevallen en ze moest terug naar helemaal het begin. En die slaagt gewoon dat bord van tafel af. En ik moest zo als papa zeggen. Ey, dat mag niet. En van binnen had ik zoiets, ah, oh, ik weet exact hoe dat je <laughs> voelt. Ja. Dus, dus dat is wel. Ik wel ontdekt funny. in hoe zal ik het zeggen? Dat is wel een goede prank. Ja, inderdaad. Ja, toen had ze mij echt wel, uh, echt wel te pakken. Met de Jens. Ja, ja. ja, maar dat was de lieve Alex nieuw papa die plotseling op het Vlaamse scherm uh, belanden. Ja. Dat was ook wel mooi om te zien, want dat is ook een contrast. Ja. Jij, wordt, jij wordt een mega dedicated... Uw vrouw moest een de gynaecoloog of zo verzotten. Ja, 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 ja. En jij wordt eigenlijk bezig met iets, maar jij fietst dan toch snel naar die school. jij komt ja. er binnen. Mega... Uh, ja. ja. Eigenlijk wel mooi om te zien. Toch ja. nog heel een andere kant. Ja, ik ben zijn, ik zijn eigenlijk een redelijk oké-papa okay, wel. Zo, dus zo, ik, ik probeer wel altijd. Ik ben geen, hoe zeg je dat? Um, ik heb, ik heb een, 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 een gloed hekel aan uh, helikopter en bulldozerouders. ouders. Ik geloof niet dat je kind nooit iets mag meemaken dat het niet tof vindt. Ik geloof niet dat je een betere persoon wordt als je denkt dat de wereld rond je draait. Daar ben ik, ik redelijk zeker van. Dus als mijn dochter thuiskomt en die zegt ja,. Het was dat, en de leraar had toen dat tegen mij gezegd en die was dan boos op mij, dan ga ik niet zeggen, oh, dat mag die niet. Ik kan direct bellen. En dan denk ik, ja. Ook als ze vertelt over vriendinnen, waar ze ruzie mee heeft of zo, dan zeg ik altijd, ja, en, en waarom heb je jij dat dan gezegd? Of waarom was dat dan zo? Of snapte jij niet dat jij dat zegt dat hij die, dat, die dat zo? Ik kan niet automatisch direct die andere kant kiezen. Ik heb gewoon de neiging om. om ik weet het niet. Je moet die loslaten. Ook al wilde dat niet. Ik bedoel, als hij alleen met de fiets de eerste keer naar de stad vertrok naar, naar, naar haar school. En dan denk je zo: oh, ja, Dat hij maar niet over opgereden wordt. Maar aan de andere kant denk je dan ook: ja, maar die gaat dat ooit moeten doen. Hè? Mm. Dat, dat is nee, moeilijk, er is, ja. Er is een moment dat je moet zeggen. En nu is het nu. Ja, ik moet toegeven, je hebt er 100% gelijk in, maar ik heb er persoonlijk weinig talent voor. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb ja. natuurlijk nog heel jonge kinderen. Ja, ook, he. Mijn oudste dochter is acht. Ja, maar dat is een verschil. Nee, is dat op dat Acht dat. jaar liet ja, ja. die dat nee, ook nee, niet is doen. Is dat is vanaf dat hij naar het middelbaar ging en die gaat dan op school op de Diksmuidenlaan. Dat is ook niet zo heel ver. Maar die gaat met de fiets. Maar nu doet hij bijvoorbeeld al wel. Gaat hij meer vriendinnen met de fiets naar de cinema in de stad en dan komt hij terug. Ja. Is dat ook een beetje misschien een gevolg van uw eigen jeugd en uw, en uw vader, die toch wel misschien streng in het leven stond, denk ik? Nou, vader dat was me streng, he, ja. ja. Dat je ja. zelf of een andere of, of een. Een papa wil zin die je zelf ook graag zou hebben. Gehandeld. Gedeeltelijk wel. Ja. Dus zeker één ding dat ik altijd gezegd heb over mijn dochter is dat ik, dat ik kon elke dag zeggen dat ik die graag zie. He? Iets wat mijn vader niet bij mij deed. En dat is zo dat één ding, ik denk wel dat je, dat, dat positief is als je het gevoel hebt dat je ouders je graag zien. Dat is meegenomen, ik, denk, ik denk dat dat meegenomen is. He? Dat is niet een voordeel dat iedereen krijgt. En daar groeide dan mee op en er redden dan je eigen issues mee. En je kunt dan soms ook zeggen: het heeft mij sterker gemaakt, want ik weet, het, ik weet het niet. Hè. Ik bedoel, sommige mensen maken het sterker, andere mensen maken het kapot. Hè. Je, je weet dat niet. Dus dan denk ik: laten we bijvoorbeeld dat al elimineren als reden waarom dat iemand kapot kan zijn. Laat dat dan al. Laat ik al zeggen, ik zie u graag. Ja, grootte. En als je mij nodig hebt, dan ben ik er voor u, maar ik ga ook niet alles voor u doen. Zo, en dan merk ik ook wel aan mijn dochter dat dat best een, een, een onafhankelijk karakter is. Zo, ik voel al wel dat mijn dochter zo iemand is waar ik van denk, ja, oh, komt wel goed mee. Kind vind van haar vader. Ja, en van haar moeder ook. Um, want dat is ook geen die eigen niet lot doen. of zo. Allee, dat, is, dat is een. Je bent allemaal, ik denk iedereen bij ons thuis heeft een redelijke persoonlijkheid of zo. Dus we moeten ook af en toe, klinkt het niet dan bots het. Denk ook niet jij hebt een vallen? Nee, nee, niet bepaald. Nee, dat is ook niet mijn type. Nee. nee. Want jij en uw vrouwke, um, mm. jullie zijn al lang een koppel, neem ik aan. Mm. Nog van voordat je bekend wordt? Ja. Rond, rond ah, okay. een helemaal begin eigenlijk. Maar dus ik het is was... dankzij je bekendheid dat ze op je geval is? Ja, min of meer. <laughs> uh, ik, moest het, ik moest het hebben van mijn room, niet van mijn uiterlijk. Maar nee, ik was eigenlijk beginnende comedian wel. En ik denk dat ze er wel op viel dat ik op een podium stond en dat ik er goed in was. Maar die had wel geen enkel vermoeden wat dat ging worden of zo. Dus die. Het is niet zo een die zei van: aha, hè, zo. Iemand met geld of zo. Nee, dat, nee, dat, nee. dat was het. Want ik had ook echt geen nagel voor om mijn gat te krabben toen. Dus, dus het, was, het was een open... Hoe zeg je dat dan? Maar ik denk wel dat zij, net zoals mij, wel het gevoel had van dat gaat wel ergens naartoe. Ik was, ik was ook iemand... Dat, ik was redelijk ambitieus. Ik ging er ook wel voor, dus, dus dat is wel iets, denk ik, dat dat een vrouw zich niet onaantrekkelijk vindt, denk ik. Nee, dat vind ik goed. pas op, er is onlangs een <coughs> studie Pardon. verschenen, ik verschoon ervan, ik weet niet of je dat gelezen hebt, mm -hmm. wat uh, wereldwijd in de meeste culturen vrouwen het belangrijkste vinden of het meest aantrekkelijk in een man. Mm -hmm. En de top drie ligt voor de hand. Uh, geld, schoonheid en uh, humor. Mm -hmm. Maar humor stond op één. En dat okay. vond ik eigenlijk verrassend. Ah, ik, right. ik, uh, ik mijn hoop was even uh, hersteld. Nee, ik had dat eigenlijk niet verwacht. <laughs> Dus dat zal misschien wel iets met te maken hebben gehad. Funny and money. Hè? Ja, is, ja, wie weet dat? Ja, ik weet het niet. Ja, ik, denk, ik denk natuurlijk wel, dat, dat is ook zo die eeuwige vraag over al over het comedy gegeven met mannen en vrouwen. Zo'n vraag die ik ook al krijg vanaf dat comedians. En ja, waarom doen er meer mannencomedy dan vrouwen? En die zag geen mannenwereldje en zo. Dat denk ik niet per se, want hè, je, je hebt ook meer en meer vrouwen die dat doen nu maar ik denk wel dat humor binnen een man ja, wat je net hebt gezegd, hè, als het nummer 1 is op waar vrouwen op vallen moet het ook al niet te ver gaan zoeken. Nee. Voilà, voilà. Ja, wij zijn wij, wij hebben dat <laughs> allez, hoe <coughs> dat is misschien ook een, een soort hoe zeg je dat um, testament van onze, van onze oppervlakkigheid ofzo. Ik weet het niet, maar ik denk als een vrouw er heel mooi uitziet kun je dat maar... dan net diegene humorie. Voor een tijd. Die hebben daar minder nodig in het... In het Om er gewoon in eerlijk te zijn. Hij eerst het, in de eerste plaats, denk ja, ik. Ja, enfin, jo, ik, ik Toch? toch. Nee, nee, Ooit. Ik kan ook. Ik kon er ook niet over liegen. Maar, maar de, natuurlijk, dat, dat blijft ook niet volstaan. Dat is iets heel nee. anders. Dat is iets heel anders. Nee, en dan, Onmogelijk zelfs. En mijn vrouw is bijvoorbeeld wel grappig. En ik ken ook, ik ken ook mijn dochter is ook heel grappig. En ik ken hè, de vrouw van, van de Andries, Sabrina, is ook heel grappig. Dat zijn gewoon grappige vrouwen, die hebben goede humor en daar kun je goed mee lachen. Dus het feit dat, dat, dat mannen en vrouwen dat humor anders zien, maar ik denk gewoon dat een man heeft meer de neiging heeft om, om, om humor te gebruiken al om, om ergens te geraken of zo. Er, er is een soort... Wij hebben dat wat nodig. Als je tapt, als je tapt ja. maar dat kun je ook niet. Ik vind ook wel dat, dat een talent is dat... Aan... Kun je, kun je humor aanleeren, dermate je een topstandard comedian wordt? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat geloof dat ik, denk ik nooit. Nee. Je, hebt, je hebt comedians die um, harde werkers zijn en die lang hebben blijven. Want ik geloof wel dat, er, dat iedereen een natuurtalent is van in het begin. Zo. Um, je hebt bijvoorbeeld iemand gelijk Louis C.K., die jarenlang naar eigen zeggen een hele middelmatige run of the mill eh, niks bijzonders comedian was, waar iedereen van zei, wow, weet je, ja, die, is, die kan mensen wel laten lachen, maar er gebeurt niks. En dan heeft hij zo'n moment in zijn carrière gehad dat hij zo die switch heeft gemaakt in zijn kop van, ik kon nu gewoon de meest gestoorde gedachten die in mijn kop opkomen, die kon ik zeggen op een podium en dat kon ik doen, met een explosie aan populariteit. Eh, ja, ja maar dan denk ik altijd, ja, maar die dat talent was er bij je altijd. Je hebt gewoon redenen gevonden om dat toen niet te doen. Je hebt dingen je eigen wijs gemaakt. Die kon geen werk krijgen. Met een op fijne opgespeeld. Mij. Ja, ja. zoda. Je hebt altijd met je leven op de entrem en dan heb je dat moment die je gelost en vanaf dan worden vertrokken. Wat ik niet geloof, is dat iemand die inherent geen, geen talent heeft om grappig te zijn, dat die door veel op te treden in open mindsed. En te nee. blijven gaan. Dan ga jij misschien een redelijk open openmaker worden. Maar jij gewoon nooit... Op hoog niveau. Een, een hoge, hoge niveau comedian is altijd iemand waar je van voelt dat... Dat is die persoon zijn persoonlijkheid. Hè. Dat is hoe dat iemand in Dat is hoe... Heel weinig mensen hebben een... een, een, een er zijn veel mensen die een, een, een mening hebben over humor. Maar er zijn weinig mensen met een gevoel voor humor. En dat is heel funny. En dat wil niet zeggen... Mensen denken ik kan lachen om een grap, dus ik heb een gevoel voor humor. Nee, hè? nee, nee terug niet. Een lach is eigenlijk een instinctief, involuntary response. Ja, of je het nu wilt of niet. Die men doet. Het, bah, jij schiet in de lach. Dat kan, <laughs> hè. Maar het, dan snappen hoe dat, dat mechanisme marcheert en hoe. En vooral dat, want dat mechanisme snap ik misschien zelfs ook nog niet eens. Ik dat heb is gewoon instinct. een intuïtief aanvoelen van waar moet jij op dat moment dat woord laten vallen? Of hoe, hoe kijkt gij naar de wereld? Vooral ook dat, hè. Waar, hoe kan het dat ik humor vind in iets waar iemand anders van zegt? Daar is niks grappig aan. Nee, snap ik. En dan denkt je... maar jawel. Heel, zo, dan moet ik altijd denken aan, aan uh, Sam Kinison, zo'n Amerikaanse comedian uit de jaren negentig die heeft zo'n stukje over necrofilie. dat ik ook denk, waar hadden dat al? <laughs> hey? En dan speelt hij in het lijk, dat letterlijk zo er ligt, en dat je zegt, well, I guess I had a pretty good life, you know, with some ups and downs, I had some happy times, en, en dan begint hij ineens zo, what the fuck is happening here? En dan voelden ze zo, ja, daar zit gewoon een, een necrofiel. Voilà, op. Voilà, <laughs> ja, en dan, ik moet daar zo hard mee lachen, maar wat ik er zo cool aan vind, is, als ze zeggen, hey, is er... There, eh, there's nothing funny about rape, bijvoorbeeld. Dan zeg je inderdaad, there is nothing funny about rape. Eh, verkrachting is verschrikkelijk. Dat lijkt me evident. Maar er gaat wel iemand een joke over verzinnen die je in een situatie ziet dat je er wel mee moet lachen. Ja, kun je kunt over alles een joke verzinnen, toch? Moet dat, kan, dat kan altijd. En het is wel wat ik wel altijd belangrijk vind, is als je een heel taboe onderwerp gaat pakken, dan moet je wel zien dat je grappen goed zijn. Ja, dat denk ik ook. Dan moeten wel merken dat ze marcheren. Dat heeft de Filip met dat boel wel bewezen, denk ik. Ja, ja klopt, hè? Toch? Klopt. En dat is ook heel cool dat hem dat gedaan heeft. Vooral omdat je dat dan ook nog eens doet voor de mensen waar je het over hebt. Hè. Ja, maar op een ongelooflijk <tus> vakkundige manier. Ja. Ongelooflijk. Ja. vond ik dat. Want dat is wel een dunne grens. Ja. Een dunne grens lijkt me heel moeilijk. Mm -hmm. Maar hij uh, heeft dat echt. Ik vond dat ook de kniepte jas ervoor, eigenlijk. Ja. Uh, maar als ik kijk naar beginnende comedians, want ik vind comedy wel super interessant. En als ik in New York ben, gewoon altijd naar die comedycafés en zo, omdat ik dat wel interessant vind. Maar dan vind ik heel vaak dat de fout die jonge comedians maken, dat is uh, copycat spelen. Ja. Je moet echt wel, denk ik, zo dicht mogelijk bij je eigen blijven. Ik ben geen expert, maar mm -hmm. dat is wat ik als kijker of als toeschouwer uh, ervaar, ja. uh, omdat het anders niet werkt. Ik denk ook als jij plotseling de grappen van de Filip op zijn filips vertelde, dat ook niet grappig zou zijn, of andersom, denk ik. En dat is, dat is, natuurlijk wat dat daar ook veel mee te maken heeft, is dat je, je moet dat een beetje zo beschouwen met een beginnende comedian, dat is ook, dat is ook een beetje vergelijkbaar met een beginnende band, hè. en dat je zo in het begin in je eerste groepje dat je zo wat covertjes speelt, ja, want dat, dat, hoor ik graag en, dat, en dan op den duur vind jij wel, hè, merk je dat dat jouw inspiraties zijn, want dat zijn de mensen die dat je covert. Maar op den duur begin de eigen nummers te maken die voortbouwen op je invloeden. Een afgeleide. Een maar variant. dat wordt wel wie dat jij zet. Ja, toen dat het een verschil is tussen uh, kopiëren en inspireren. Ja, natuurlijk. Maar als je naar mij kijkt in mijn eerste show, en je zou zeggen, ja, van wie is je allemaal van? Uh, Eddie Murphy, Robin ja, Williams. Dat snap, uh, dat snap ik. Je ziet dat. Ja. Je ja, ziet waar, waar mijn invloed Maar wel alvast op je eigen manier. Ook toen al vond ik. Toch? Ja, dat ging redelijk rap. Omdat ik. ik Ding, ik, ik combineer zo een aantal stijlen, zo, omdat, omdat, omdat ik zo tegelijkertijd een grote fan was van, zo van die hele hyperkinetische nonsens, gelijk, Robin Williams, met dat heel zot, all over the place en heel veel energie. En dan iemand als Bill Hicks of George Carlin, die heel maatschappijkritisch waren. En dat zit er bij mij altijd zo'n beetje tussen, zo, tussen die dus dan ook nog eens een, een goede dosis zo'n smeerlapperij. Zo. Dat vind ik ook altijd interessant. <laughs> wat walgelijke seksverhalen. Zo ook een beetje Even een beerput van een psychiatrische Too close, too close to home. Zo. Ja. Maar dat zijn zo de <laughs> dingen die, die maken nu wie je zit. Je zet ook meer dan één ding. Dus dan denk ik, uh, ik heb een gesprek gehad in, in Nederland hebben ze dat vaak. Hè. Dat, dat, dat was zo de directrice van de kleine komedie. En die zei daarna, ja, dat begrijp ik niet. Dan, dan doe je van die, van die intelligente standpunten over de wereld. Maar dan moet je daarna zo die anale grap erbij doen. Laat die <laughs> toch weg. En dan denk ik, nee. Natuurlijk niet. Natuurlijk nee, dat is just that's, care that's, yeah. that's the fun. That's the fun of it. Zo, als ik alleen maar stond te preken op een podium, dan ken dan, dan, dan ik mijn eigen ook niet heel serieus. Nemen. It doesn't work. Het is juist die variatie die die kracht uitmaakt. Ook bij Hans Steen bijvoorbeeld. Vind jo, dat Mega intelligent. Dan. En ook dan over mij ja. een aan de pijn. En ja, ja. de meest absurde zaken. Echt super absurd. Maar ja. Heel grappig. Of dat ja, literair café waar hij dan iets gaat drinken. En dan om twaalf ja. uur s'nachts zegt lekker zo ver, zo vatsig, wij <laughs> vol pompen op de play. Ja, zalig hè? Ja, dan moet ik je keihard lachen. Nee, het zal zijn. Dat en, dan weer wel trouwens. Ja, dat is die show. Ja, nou, top show, goede top show, show, top show. Dat dan weer wel. Dat was een eerste show dat ik van Hans Steven ooit gezien heb. En ik was toen 18, 18 jaar of 19 jaar denk ik. Zelf mm eens -hmm. gelezen dat dat weer wel. Ja, dat um, is. En ik zat toen bij een, uh, een nieuw liefje thuis. En ik ging mijn ja, ja. ouders voor het eerst ontmoeten. En ik had die een DVD bij, want ik had die niet helemaal gezien. Oh. En ik zit hier in Hoep. En uh, die vader die was ontkoken. En die is toen gedaan ook. koken. Dat was, een, dat was een arts, heel serieus. Ja. En die kwam eens dus even kijken. En Hans Tevens deed toen dat was een stukje pijpen, pijpen. pijpen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Pijpen, maar echt. ja, ja. Een minuut lang ja. kan je garanderen, dat duurt een minuut heel lang. Ja, 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 ja. ja oké, okay. die dacht waarschijnlijk van een nieuwe vriend van mijn dochter is een freak. Ja, <laughs> uh, yeah. dat was uh, een van de gênante momenten. Uh, <laughs> ja. Dus dat is uiteindelijk niet uh, de moeder is van is gelijk een, se een seksscène met je ouders kijken, zo in een film dat je er zo ik zit vind, en dat komt zo... ziet in een film ja dan komt zo'n ja de... ja leverday <laughs> ja dus mama en papa zo bekijken van op een stoel en zeggen pa dat kan, uh, dat, kan dat kan beter dat kan beter technisch godverdomme technisch. de techniek is toch nog niet helemaal wat het... en ga je het maar gemokt, really nee maar ik vond dat altijd zo mega gênant als je zo met je ouders naar een film aan het kijken wordt. En er komt dan zo'n beetje iets explicietere seks in in, dan wou ik altijd zo door de, de zetel weg. Zo bah, zo ik denk oh. niet. Ik vond het eigenlijk nog wel lollig. Dat was de kleine deug niet die er boven kwam. Ik heb oh. het over mezelf wel duidelijk. Oh, dacht... maar, uh, <laughs> ja. maar mijn moeder had dan zoiets: Allee, zich moet. Daarna, en dan begon ze daarvoor te spoelen. Oh. Zo, dat ja. het nog, dat en het nog... een probleem is, dan, dan stopten ze pas met voortspoelen, dus op play te duwen, wanneer de volgende actiescène of de leuke scène al halfweg weg was. Ja, dat ja, 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 ja. Dat was jammer. Maar oké, okay, ja. um, dat is de jeugd, hè, dat hoort erbij. Dat hoort erbij, ja. Dus ik, ik onthoud dat je binnenkort misschien wel te zien bent in de slimste winst Misschien. Als jurylid misschien, misschien, misschien. of als deelnemer? Nee, deelnemer. Ah, oh, fantastisch. Ik, jurylid um, ik, daar heb ik niet zo heel veel zin in. Nee, okay. Deelnemer, ik weet het niet, man. Pff, misschien lieg ik er nou in een aflevering al uit, maar... Je moet dat altijd uh, incalculeren, om de anders wordt de druk mentaal wel flink. De, enfin, ja, ik, ik, ik heb er uh, zelf ook al mee mm -hmm. uh, Ik heb het niet gewonnen, voor alle duidelijkheid. Ja. Maar mijn eerste aflevering was tegen de later een halve finalist Boris van Sever en de finalist ja. Julie Colpaard. Ja. Die toen recordhoudster was van de meeste aflevering ooit. Ja. Ik moest tegen haar in de finale en het is uh, rommel... Die mij gered heeft, of Geubels, wie was het? Eén van de twee. Mm -hmm. um, dus die gasten toch <tie> nog voor iets goed. Ja. Um, en de druk is wel groot, maar jij bent een comedian. Comedians doen het vaak goed. Ja. Jij is ook belezen. Ik wil de ja. druk niet verhogen. You're maar... making it worse. Nee, nee, maar je <laughs> kunt dat niet inschatten. De eerste aflevering is wel de moeilijkste. denk ja. vind ik wel. Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar de Erik zegt dat ook altijd tegen mij. Die zegt: Gaat K veel paraat? De kennis die hij tegen haar zegt: Ga je knalt dat eruit, je moet je dat toch kunnen? Je zei: And Onder andere kant zei die ook. Je ter, ga het er gewoon wat uit hangen, Alex. Wat ja, mocht dat, dat uit? Wat ga je daar zitten doen? Hè? Zo, je moet dat toch ook niet serieus nemen? Dan denk ja. ik, ja, ik weet het. Maar er zit ook zo'n soort ja, iemand dat dat dan wel serieus neemt in mij. Dus ik moet er ook altijd zo'n beetje tegen vechten. Zo. Ik ben ook zo van een. Uh... Ja, ik weet dat niet. Ik onthoud vooral de passage die ik leuk vond. De Robin Prons deed ooit mee, ook niet super lang, maar vond ik fantastisch. Vond ik heel grappig. Ja. Trouwens ook een vaste bezoeker van de last round hier. Ik hoorde gehad de gast in de sessions. Ook een goede figuur. Uh, en de, uh, die Nederlandse acteur die in, uh, in undercover meespeelt, met een Tom zeg het is. Oh, Frank Lammers. Die dat Ferry speelt. Frank ja, ja. Lammers. Ja. Ja. Ja, die heeft ook heel kort, ik denk één of twee afleveringen meegespeeld, maar was fantastisch, grappig, gevat. Ja, 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 ja. Dus op zich mag het niet echt uit. Nee. moet ook wat chance hebben met die vragen. Ja. Um, maar zou zouden niet doen. Of Nee, ik heb ik heb niet gevoel nee. nee. Dat is wel wat ook <coughs> natuurlijk soms. Hè? Ja, ja ik, ik. Ik, ben, ik ben ook niet zo'n teamplayer, dus uh, ik denk dan altijd van, ja, zal wel goed komen. Ik weet het niet. Ik voel me niet geroepen om dat te doen, omdat ik dat ook. Ik vind dat iets te. En hebben jullie niet ook iets met de zee, jongens? Nee, ah, wel nou, ja, ja Maar dat, het, het, en op ik een duur is het wel dermate uh, ja. opvallend dat het grappig wordt ook. Toch? Ja, He? denk ik. Ja, ik denk ook. Ik, ik denk ook dat er genoeg mensen zijn die dat dat deel goed doen ja. ook. Dus dan denk ik dat dat moet ook een kracht zijn. Bij de Filip is dat bijvoorbeeld een kracht. Hè? De Filip is enorm goed op de tv. En die is ook heel goed in zo kort en gevat. En maar onderschat jij eigen dat vlak niet? Misschien, ik weet dat niet. Ja. Want je gaat binnenkort ook Fear Factor presenteren. Ja, klopt. Ja. Um, ja, voor mij is dat een heel bekend programma. Ik denk misschien voor de nieuw beginnen, voor uw dochter, misschien niet. Nee. Waarschijnlijk. want dat was 200 nee. de 5-6, denk ik. Dat hij in Vlaanderen op VTM toen was, ja. als ik me niet vries. Wat ja, dat een dat grote arts presenteerde. Ja, dat is juist. Ja. Uh, toch wel, <coughs> ik denk dat het maar eerst zo gedraaid heeft, maar niemand vergeet het wel. Nee. Het was wel een opvallend programma. Ja. Um, en daar zijn ze nu al mee om Dat is nog niet, dat is nee. volgende maand begint aan. Dus ik ben wel eens benieuwd wat dat gaat geven. Allee, ik, uh, ik mag uh, heel weinig weggeven daarover. Maar het is wel, ik zal zo zeggen, die proeven zijn wel zot ofzo. So, ik heb er wel naar gekeken en ik dacht, Jesus Christ, dat jullie dat gaan doen. Maar, maar wel, wel ja, tof. Ik, 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 de reden waarom ik dat gedaan heb, is: is het was een soort. Uh, ja, ik word binnenkort 50 en ik dacht: je kunt na nou, jullie leven op alles nee zeggen of je kunt ook wel eens iets anders doen. Hè? Zo stapt je het in je comfortzone en doe iets dat je niet gewenst hè? Dan is Fear Factory wel ideaal. Fear Factory is een hele goede, <laughs> want dat is uw eigen grootste angst ja, al volle. meteen moeten overwinnen. door dat dan te gaan presenteren. Maar ten tweede, er zat ook een soort ja, reverse Joe Rogan in, denk ik. Namelijk een comedian met een podcast ja. die dat Fear Factory heeft gepresenteerd. Ja, dat zijn graaf. wij nu alle twee. Dus dat zijn wereldwijd ik, de enige twee. Ja, de enige twee. kunnen zeggen ja, dat is en de populairste podcaster in mijn land dan. in zijn geval de wereld. Uh, in een, een grote comedian die Arena verkoopt, In zijn geval Madison Square Garden, in mijn geval Sportpaleis, in Peer Factory gepresenteerd. Wat ik wel grappig vond. Ja, dus ik dacht, ja, dat was zo'n soort parallel zo. Dat ik denk, hier kan ik wel mee lachen of zo. Dat, dat kan ik wel aan. Ja. Snap ik. Want uh, Joe Rogan, de naam is al een paar keer gevallen. Mm -hmm. Als je ziet, je zit nu mee Welkom to de AE. Goed op weg. Uh, aflevering 250 binnenkort. Ja. Uh, is dat niet een beetje bucketlist-material? Dat jij ooit gast gasten zijn of zo? Dat, dat zou wel cool zijn. ja. Als ik dat alles moet... kan toch? Dat kan, ja. Wie weet, als hij hier ooit is en ze zeggen dat is de populairste podcast in België en je moet daar gewoon in zitten, dan wil ik dat je dat wel voilà. doet. Ik zie je dat ook wel doen. Ja, ik ook. Want dat is wel het soort gast dat dat doet. Ik denk je wel. En zeker ook, dat zou ook matchen, denk ik. Ja. Nooit ontmoet of nooit ontmoet? Nee, nooit nee? ontmoet. Nee, is zijn, zijn weinig echt grote comedian. Ik heb er wel een paar ontmoet. Ik heb uh, twee shows gespeeld met Eddie Izzard. Allee! Stevig! Op zijn een Europese Waar, tour. Allee, in het sportpaleis en dan in, in Maastricht in Nederland. En dat is een hele coole vind. In ook. Ja, en okay. het, het, het coole eraan was dat ik dan, ik heb die eigenlijk ontmoet en ik ging die interviewen voor een tv-programma. Ze hadden dat gevraagd van wilde jij dat doen? Want jij kent die en jij zit er fan van. En het zotste was dat ik eraan kom en die komt eraan en die zegt... Uh, die komt gewandeld en mis een personal assistant erbij en die zegt: uh, You're Alex. En ik zeg: ja yeah. En die is zo: So you've uh, sold this place out a couple of times. <laughs> en ik zo: Oh, ik zeg, you know. En die net, ja, die net mij research Fantastisch. Dus die. Dat is al een teken van. En, en, ja. en ik zeg: Alright, oké. Okay, ja. Ik zeg: Ja, hey, tof, hè. ik zijn fan en ik ken u al lang en zo. En hij zo: Alright, wat babbelen. En ik, geef, ik zeg, oh, ik heb ook een DVD. Ik zeg, je moet er niet in zien, maar ik wou je dat gewoon geven. En ik geef die hem en die kijkt er naar. En die zegt, oh, die artwork is echt heel cool en dan ziet er goed. En die zegt ook zo, ja, dat is ook niet toevallig hè, dat zo vla, 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 vla. je zo'n kat het verkoopt. Je merkt dat om de details en om hoe dat je. En wij kwamen goed over in. Die zegt, zeg, je hebt een Engelse vader. Ik zeg ja. En die zei, speelde jij nooit comedy in het Engels dan? en ik zeg oh ja nee nooit niet van gekomen of zo eh, altijd heel druk gehad met toeren hier en shows maken en dat was altijd zo'n ding dat ik denk oh wil dat misschien nooit wel eens doen en die zo <laughs> die zegt ineens tegen mij, so you wanna open for me en ik zeg uh, oké okay. en die is zo dan moet je gaan zien dat jij ongeveer 25 minuten of een half uur materiaal hebt tegen dan dat is binnen drie maanden in het Engels okay. en ik zeg Oh ja, oké. Okay. Ja, en dan denk ik: beginnen try-outen. Eh, ik heb dan zo dingen vertaald dat ik al. Maar wacht even, zo. wacht even. Dat ja. moment dat je dat ziet, ja. Kijk, okay, je een stoere gast, ja. Maar dat doet toch iets meer? Ja, eigenlijk. tuurlijk. Dat is zo dat, moment dat je denkt: ah, eh, zo that's tegelijkertijd denk ik: wow, bangelijk. Crazy. En aan de andere kant denk je: shit, eh, nu, moet ik, nu moet ik dat gewoon doen. Maar dat was wel heel tof, omdat ik dan heel die periode dan heb, ik zo op plekken gespeeld waar ik anders nooit niet kwam. Ik heb zo Kings of Comedy club Gedaan in, in Brussel voor, voor Engelstaligen en expats en, en dat soort dingen. En het coole daar bijvoorbeeld was ook heel zot, want dat is dan. Ik kwam er binnen en ik zie zo allemaal uh, posters tegen de muur hangen van zo lokale comedians, gasten van Brussel en van de Walen en zo, ja. hè, die je allemaal niet kent. Dus, dus je ziet die en je denkt, oh ja, tuurlijk, er is nog een hele comedy scene in België die puur en alleen door die taalbarrière. Ik ken elkaar. Het maakt ja, Dus je zit er zo naar te zien en ik zie die, die, die posters allemaal hangen van die gasten. En ik denk: wauw, die hebben allemaal hun eigen shows. Hè? Dus dat zijn ook gasten die dat hier wel kennen. En ik wandel verder binnen en aan de overkant tegen de muur staan die gasten allemaal. Ja, dus dat was ook die hun lokaal, dat was ook die, hun comedyclub waar die altijd hingen. Dus ik zie die en ik herken die allemaal van die posters en ik zeg ik zeg hey you, you're the guys from, from the poster en die zo ja 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 man eh? Ik zeg alright en ik zo ja yeah, I'm I'm, uh, I'm I'm Alex hi eh I'm also a comedian en die zo ja yeah, we know who you are man die zei you're a fucking legend that's the reason why we're here Alex, Alex, en ik die die zo, zo wat meende dat? en die zo gast die zei er is niemand in België gelijk, ga eh? je we weten allemaal wie dat gaat zijn. en dat was gewoon heel weird omdat dat merk toch dat, 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 dat ik kende die gasten totaal niet. Dus ik had zoiets van er is zo compleet geen overflow en toch wel. Zo, dus Dat was, dat was een, heel, een hele leuke gewaarwording van zo even met die gasten te babbelen. En toen was zo'n zwarte gast bij en je had zo'n poster in de roep stond Eddie Murphy, uh, Meets Louis de Funé. En ik zeg, waar moet ik mij daarbij ja. voorstellen? En die heeft gast begon ook keihard te lachen. Die zei, ja, ik maak mij veel druk op het podium. Ik zeg eigenlijk oh, Louis de Vené en films. Ja, vloeken en roepen. En dus ik zeg ja, ik zeg oké. Okay, want ik zeg, ik probeerde mij maar een kop in te beelden. Hoe ziet dat eruit? Moet je wel goed zijn. Ja, ja, goed ja zijn. het is dat. Ik zeg, ja, ik zeg, ik moet komen kijken. man. Ik zeg alleen maar, Frans is niet zo goed, denk ik, dat ik alle, dat ik alle nuances zou snappen, maar. Maar ik, vind dat, ja, ik vond dat wel leuk om te zien dat die ook zo echt hun scene hadden. En dat dat ook een hele coole comedyclub ook was. Ja, tuurlijk. tuurlijk dat zou ook mega. Maar je merkt wel, ja, op dat vlak merkte ook zeker met muziek. Is dat bijvoorbeeld ook, dat Vlaanderen veel meer plekken heeft om te spelen dan, dan, dan Wallonië. Ja, snap ik. Ja, zo, nou, ja. Wallonië merkte ook heel erg dat die artiesten van Daar, die moeten echt die een oversteek naar Frankrijk doen. Ja. Om dan zo de om het allemaal te laten marcheren. Terwijl bij ons... Eigenlijk kunnen die in Vlaanderen groot zijn. Ja, dat is duidelijk. Wil, maar jij de... onderschat dat <tossimus> soms nog wel. Ik mm. is, ja. dat, is dat bescheidenheid of is dat gewoon uh, zelfonderschatting? Mm. Ik weet het niet. Ik heb geen idee, eigenlijk. Ik, uh... Onderschatting ook niet altijd, zo, want ik kan, ik kan soms ook mega arrogant zijn. Zo. Ik heb ook zo momenten in mijn eigen dat ik echt denk ik ben de enige goeie dat die er is en ik ben... Eh, ik ben dit en ik ben dat. Maar, maar dat, is, dat is dan meer zo'n soort, hoe zeg je dat, dat is dan zo'n soort compensatie voor dat je je zo weer zo onzeker over voelt, en doe je dat soort dingen. Maar ik denk, ja, nee, ik denk, ik, ik, ik denk dat ik beter functioneer als ik mijzelf altijd zie als een eeuwig work in progress dan dat je zo het gevoel hebt van ik zit er al, nee, nee, maar Dat het is volgens al. mij belangrijk om een om een te blijven doen draaien. Je wilt, je wilt ook niet, nee, nee, dat, ik blijf dat ook altijd zeggen over al mijn shows, hè. Ik, ik, ik wil altijd als mensen praten over wat mijn beste show is, dat dat een discussie blijft, dat dat niet zo is. Ja, die drie shows zijn keigoed en alles daarna was eigenlijk maar, zo Mocht toch liefst de laatste denk ik ja. nee? Ja natuurlijk dat is wat je altijd denkt, maar dat dat weten dat het ook niet altijd zo als is. Als ik je vergelijk met je eerste show, ja. je zit er ook fysiek wel op veranderen. Mijn ja, vrouw zei: "Man, je is er wel knapper op geworden." Ja, ze is. is ja, daar maar, maar je bent wel, wel veranderd, toch? Ja, hey. ja, we veranderen allemaal. Hè. Je wordt, ja, ja, maar... dan, een, uh, een dag Dus dus je voelt dat ook wel. Er zal misschien een soort maturiteit in zitten dat ze misschien leuker vindt of zo. <laughs> die een baard, die een baard verbergt, kwart van mijn gezicht. Dat was vroeger. En dat ik die rare pakken <laughs> <Ja, dat> had. <hadden. laughs> <laughs> dat is waar. Ja, ja. Want, je, je hebt het straks ook aangehaald. Uh, je wordt in uh, deze winter, zal zijn. Zeker um, uh, de mooie leeftijd van 50. Ja, ja. Dus je zit ons tegen halfweg. Um, dat is heel, dat zou, heel zou, de... dat je, zou dat je <laughs> een volgende stop kunnen zijn? Als ik als, als uh, um, liefhebber van New York daar op de comedy bars en uh, mm -hmm. comedy uh, shows ga kijken, dan. Um, vind ik persoonlijk dat als jij daar zo stom, misschien ben ik bevoordeeld, mm -hmm. maar als jij daar een show in het Engels heeft, dat volgens mij veel beter zou zijn. Ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat, dat, de, dat dat gedeeltelijk zo biedt. Ik denk dat ik mij toch wel terug zou moeten onderdompelen een beetje in, in, in die cultuur ook, denk ik wel. Ik zou er ook misschien even, gelijk met Londen of zo bijvoorbeeld, dat je dat zou doen, moeten er ook even gewoon wonen, denk ik, of toch wel veel zitten. Dat je voelt wat dat al echt leeft. Zo dat je voeling met wat dat is, dat je een Engelsman kunt pakken op zo'n bullshit. Die niet gebaseerd is op ik als buitenlander met mijn idee over, maar ik zie tussen en ik weet hoe dat doe. Dat is, is iets dat ik wel dat wij misschien eventueel ooit wel zou interesseren, maar ik, maar ik weet het niet. Maar het is zo, als je zegt van nu Fear Factor, misschien de slimste mensen, je weet, zou ik wel een goed tv-programma zijn als u volgen, uh Alex Goes To Hollywood. Dat was vroeger ooit de bedoeling. Hè? Dat is ooit eens geweest dat, dat ze zo'n programma wouden maken. Dat was ik samen met Thomas Smith en Nigel Williams. Omdat wij alle drie Engelstalig van afkomst zijn. Maar dat is dan in het water gevallen wegens... God weet Budget. wat allemaal. Ja, slechte organisatie, noem het allemaal maar op. Dat was, een, uh, dat was niet zo'n heel aangename uh, ervaring. <coughs> en nu ben ik ook minder... Um, ja, als ik toen die leeftijd had ik nog zo weer dat je iets van ja, ik kan dat daar ook maken en ik wil dat daar gaan doen en nu voel ik ik zo... misschien gaat dat lukken als ik, als ik het mij echt niet aantrek. Als ik er naartoe ga en denk hey, zo I'm wel just wel gonna denk. have fun. je was een eerig met de loft... Voilà, een beetje zo, en <laughs> en dat, we is dan, gekomen, ja, dat is ook hoog gekomen. We weten hoe gelukkig dat er daarvan <laughs> geworden is. Ja, maar dat is ook, want je weet het ook niet al. Ik denk wel dat, dat, dat als ik mijn materiaal zou vertalen, ik zou ook terug veel couranter Engels moeten spreken. Want ik voel ook dat mijn vader is gestorven in 2002, wat nu intussen 20 jaar geleden is. En dat is eigenlijk 20 jaar dat ik niet meer dagelijks Engels spreek. En dat god achteruit. Okay. Let's continue in English. Je voelt, je, voelt dat je, je voelt dat je moet zoeken naar Water? woorden soms. Okay. Lijkt me logisch, ja. Lijkt me logisch. Dat je, dat je toch, toch, toch voelt van ik kan mij niet zo goed uitdrukken. Zo, Nederlands is nu echt mijn eerste taal. Terwijl eigenlijk vroeger was dat mijn tweede okay. taal, okay. was Engels mijn eerste taal. Dacht ik ook in het Engels. Toen ik nu minder en minder. Dus dat voel ik wel. Er is een verschil. Dus ik zou eigenlijk toch zo'n soort. Wat ik ook al voelde met, met die Eddie Izzard-shows, dat, dat ik zo twaalf of dertien try-outs deed in het Engels, bij de dertiende zetten we wel. Ja, dan zit je terug fluent. Volledig. Hè. Dan gooide dat, goeide. Goeide dat allemaal. Ba, 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 en dan, dan, dan denkt uw brein ook, dan begint ook, begin ook te improviseren in het Engels. Super plezant toch? Dan begint ook te voelen: van oh ja, ik kan, dat, ik kan, het, laten, ik kan het laten gebeuren. Ik kan. Ik kan een mooi gevoel. Zeker. Dus misschien is dat nog wel iets. Maar wat ik wel. Ik ben een hele grote fan van. Ik, ik hou ook helemaal niet van dat. Met de grote trom daar binnenkomen. Van ik ben de populaire comedian in België. Nee, dan zou ik er naartoe gaan en zeggen. Underdog. Ik, ik gewoon gewoon spelen daar. En ik gewoon. Hetgeen dat ik doe. ervoor laten zorgen dat het ofwel werkt ofwel niet. Ik heb je al gezegd. Want. Uh... Ik was onlangs met een goede cameraat van mij bezig over het feit dat je hier te gast zou zijn. En die zei van ja, um, de eerste show van Alex, dat ik zeg: kaboom, ik moest kaart denken aan Michael Winslow. Ah, ja, ja, ja. Dat is die ja, van de ik. Police Academy met Ja, mij als een geluiden. Ja, En die ja, ja. heeft vorig jaar of twee jaar geleden meegedaan: America's Got Talent. Juist. En dat is toch, ja. dat is toch, ik, ik dacht ook van, ah, ja. ik vond dat zo. Dus een underdog, dat is wel, dat is wel leuker. Denk ja. ik dan. Dat is een goede positie, omdat je, omdat je weigen in een. Je zit je weigen in een. In een situatie waarin dat je in principe alleen maar kunt winnen. Ja, klopt. Ja. Want je, je, niemand heeft verwachtingen, niemand stelt, stelt zich iets bij je voor. En dan kan het alleen maar meevallen. Terwijl als je zo die ene dat zo met heel veel tralala binnenkomt, dan kan het alleen maar tegenvallen. Dat is wel ja. Ik vind dat op zich ja. wel iets. Um dat heel komisch kan zijn. Ja. Als je met heel veel tralala binnenkomt en je gooit kaart op je bek, dat, is, dat heeft ook wel een bepaalde humor in zich. Ja, maar dan denk uh, ik dat dat alleen cool is als dat dan ook de bedoeling is. Nee, dat is waar. Ja, waar. Als je zo iemand zegt, je hebt eigenlijk dingen die dat daar supergoed in was. Hè. Andy Kaufman, ja, die zo'n show begon met, uh, met dat hem zo'n soort rare raar personage speelt waarom later eigenlijk ook een beetje dat personage in Taxi, waar dat hij in inspeelde, op op heeft gebaseerd, maar dat hij dan zo het podium opwandelt en zegt, I'm going to do impression of the Elvis, of of of, of uh, wat is dat, President Kennedy? Hello, I am President Kennedy. <laughs> en dan voelde zo heel de zaal: oh, dit is ja. schuwelijk. <laughs> Miserie. En dan doet hij zo de ene slechte mop na de andere, maar zodat iedereen zo benauwd ligt te schuiven van zijn stoel: van, dat is verschrikkelijk. En dan zegt hij: And now I'm going to do impression of the Elvis Presley. En dan ziet iedereen zo. Oh en dan begint hij in muziek en ineens verandert hij in Elvis ja, ja, ja. en hij deelde dus zoals weet holy shit want dat is 100 erop ja ja voilà, maar en dan hadden natuurlijk heel die, die, die gruwelijke Oh, deze was verschrikkelijk en dan dan je dat wel of zo. maar humor is verrassing ook vaak. en dat is natuurlijk heel cool he je weet van van oké okay, of of wat hij later deed in zijn carrière als hij wel beroemd was was Letterlijk op podium gaan en dan, de maat van hem zat dan in de zaal. En hij begint daar moppen te vertellen en die begint al die zijn pointes af te maken. <laughs> en die begint dicht te roepen, ja ja, nadat dat zich dat kennen we al Hé, hey, hey, ga je niet nieuw moppen en zo. En dan gaat hij zo volledig dood en dan gaat hij zo van het podium even en dan wordt dat zo'n enorme ellende. En dan zaten die met wie in de backstage hun nagen kapot te lachen terwijl dat publiek het gevoel had dat ze zoiets gruwelijk hadden meegemokt. Maar dan was dat allemaal die een humor. Je vond dat gewoon grappig om zo van die vreselijk awkward situaties te creëren. Maar dat is niet het soort comedian dat ik zeg. Nee, ik, ik, ik. ik hou van scoren. Ja, ja, van voila. wel op, ja, ja. van podium af te gaan en te zeggen: ik heb, hier, ik heb het hier gedaan. Dat het feit dat je die een overzicht op de plas nog niet hebt gemaakt, in <coughs> dat, dat proef van het buitenland, heeft mm -hmm. dat misschien ook iets te maken met het feit dat je met Diablo Boulevard al wel hebt gehad? Ja, ook een beetje. Um, ja, de, de, ik heb al veel gedaan, merk ik wel. Als ik, zo, als ik zo begin na te denken, dan denk ik, ja. Ik kan van veel dingen van, van jongensdromen dat ik had, als, als klein manneke, die, die ik mij inbeeldde toen ik in, in mijn kamertje stond, die heb ik in ticht echt gezien. Schave? En dat is wel redelijk zot. Zo, dat je zegt, ja, een Wall of Death hebben op, op, op Wackenfestival in Duitsland. Of, of, zot, hè? Of zo'n een, een volledige tent met 8000 man het zijn dag zien in, in fucking Slovenië. Of, of dat is ook dat graaf je dat dat is zo van die dingen doet waar je wel van zegt. Ja, ik heb wel. Er zijn wel grave dingen gebeurd. Ik heb wel mainstage graspop gespeeld. Ik heb wel pukkelpop gedaan. Cinnaman, ik heb wel. En ook niet, je hebt dat niet alleen gespeeld, je hebt dat afgebroken. Allee, dat ja. was niet. Dat is, dat is diezelfde mens ja. die ook in het sportpaleis stond ik zeg maar iets, 15.000 tot 18.000 dus, mensen. Zeg maar ja. Dat is toch heel, heel straf en, en bijzonder. En ik, ik vraag me ook af wat dat met u doet van binnen als jij zo, ik zeg maar iets, mainstage uh, met Diablo uh, mm -hmm. en, en alles afbreekt en dan in het sportpaleis in de eerste keer alles kapot speelt. Mm -hmm. Hoe kunnen die sensaties vergelijken? Dat is vergelijkbaar. Dat is anders omdat met een band, wat met een band leuk is, is dat je daarmee meer doet. Dus dat je zo. Van het podium af kom je allemaal. En zo. Ja, ja. ja! Zo hebben we, dat, hebben we het gedaan. En met, met comedy zetten jij dat alleen. Wat ook wel cool is, natuurlijk, want dan the glory is all yours. Maar tegelijkertijd, ja, dat is een beetje een eenzaam beroep soms ook, omdat je, omdat je veel alleen zit. Maar wat ik wel, ja, wat ik grappiger vond, was dat ik zo vijf keer het Sportpaleis had uitverkocht de eerste keer. En ik speel die vijf shows en de dag na de laatste show. Hè, dus dat is on top of the world, hè, denk je dan? Dan denk je, ja, ik heb hier iets gedaan dat nog nooit gedaan is. Deze was crazy. Dat waren vijf fantastische dagen. En ik ga zo twee broodjes halen voor mij en mijn vrouw. En ik zijn zo onderweg naar huis op de fiets met die twee broodjes. Het was slecht in mijn hand. En dan komt in eerste een otto uit een Zijstraat. En ik moet keihard remmen. En ik over overkop <laughs> En ik val op de grond. Die broekjes breken in tweeën. En die fiets, die je kantelt achterover. Allee, en die valt op mijn kop. alleen man. Dus ik lig daar zo op de grond. Ik spring ook veel te rap recht. Hè. <laughs> zo van: I'm oké. Okay, en zo daar. Want ik heb die broekjes vast. Maar dat één <laughs> gedachte dat ik had toen ik met mijn bakjes op de grond viel. was: Allee, zet je mee. naar liggen, vijf keer het sportpaleis. Ja, het is dat. Uh... Dus er zat ook zo'n zo... zo soort knullige. Je zit Je zit ook alleen maar hè. op dat staat. moment ja. zitten die rockster en, en, en doe de dat ding. Maar dat is ook het, de charme van in een klein land te wonen. Ja, en dan de volgende dag moet je ga je ook wel weer gewoon terug de vuilzakje gaan ja, zetten. Voilà. hè. He. het is een die ja, dat is wat dat het is. Ik moet denken aan die scène van denk gedenken, paniekseurs, pistolekensplanten. Dat stond, En Leo Martijn in ding of zo. zee. die zoekt onderweg met een zak van een bakker vol pistolekens en die valt en allemaal pistolekens op de grond. Alle pistolekensplanten. Ja, dat stond denken. Dat waren mijn helden. Urbanus en Gaston en Leo. veel van ons, hè? denk Urbanus voor mij. Ja, Gaston en Leo ook wel, want ik heb dat wel veel gezien op tv vroeger. Die heb ik nooit ontmoet, eigenlijk, Gaston Bergmans. Ja, dat is wel jammer. Urbain wel, die ken ik heel goed. Um, maar ook al heel funny was dat, nee, dat je zo dat je, dat je terecht kunt komen in een wereld waarin dat je, dat je zo'n telefoon krijgt, en je ziet zo op je telefoon verschijnen Urbanus en je zegt. Pff, kon je ze een terugbellen, want dat gaat lang duren. Dat, dat, ja, dat, dat, is dat je zegt die konanie oppakken. Want als ik, de, als ik die onderlijn heb, dan zijn wij, dan zijn wij wel even bezig. Dat so, is mega weird. So, dus, dus er zitten zoveel. Er is al heel veel in mijn leven gebeurd waar ik achteraf van kan zeggen als kind dat je een kiekeboe aan het lezen bent. En dat je nu van Mero een tekening hebt hangen van u ja, dat door zot, hem getekend. Dat je, zo, omdat ik ooit een, een kiekeboe naar Antwerps heb vertaald. Hè. Zo in een Kiekeboe dat over Antwerpen ging. En, ik heb dat, en dan was dat, merci voor de samenwerking, Mero. En dan heb je hebt dan zo een tekening van jezelf door hem getekend. Dat ik Fanny aan het versieren zijn En oh. dat en dat hoe zit? Ja. Hoe kan dit? En dan hangt er zo'n smurf bij mij van die gast die dat nu de smurf tekent met zo'n kittingskinel, zijn broek en een micro. Dat ik denk, oh ja, dat is een kik. En dan de ik heb een zusje en een geschreven dat dan een drummer van onze band getekend had. en dan hangt dat daar in uw toilet met zo mijn handtekening die van hem en dan die van de dochter van Willy van der Steen erbij dat je ja. denkt ja fuck wel als je hè? tegen mij hebt gezegd als 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 jarig op de speelplaats met een urbanus strip die gast gaat door je nummer en die gaat je ook bellen. Ja, dat, het leven is raar. Ja, dat is, is raar. dat is heel weird. Nee, ik, ik had dat heel hard uh, met Matthias Schoenarts. omdat ja. Uh, uh, ja, toen dat ik in mijn jongere jaren ik, ik nog rechten studeerde, uh, waren dan zo zijn eerste films die uitkwamen. Ik vond al een heel graaf acteur en dan met Loft vond ik dat een, een heel uh, interessant personage ook, zo'n beetje de de slechte gast die toch zo'n goede kanten heeft. Ja. En dan op een gegeven moment leerde hij kennen en dan. Nu is in een moment dat ik om twee uur s'nachts word wakker gebeld door hem. als ze in een andere tijdzone zit. en dan zitten wij anderhalf uur te, te bellen over koekjes en kalfjes. en dan ja. denk ik ook zo vanavond. Dat, dat is eigenlijk wel gek of zo. Ja. Um, je stopt er niet meer bestil. Het feit dat jij vandaag aanwezig is. ik wil maar zeggen, op den duur. ik ben, ik ben, ik ben geen, uh, geen uh, artiest, ik ben een advocaat. Yes. Dus dat is, dat is wel gek. Ook een flamboyante advocaat, dat is ook goed. Dat, ja, is altijd, uh, dat de, wordt gezegd. Er, wordt zit gezegd. Wel, er, zit wel iets, er zit wel wat showbiz in, ook wel, denk ik. Ja, oh, dus dat op, is wel goed. Maar um, <laughs> nee, nee, maar wel ik, 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 ik ben geen niet uh, voor uh, tv, dus. God, dat weet ik niet. Dat zou ik, ik, dat zou ik, niet durven zeggen. Ik zou eerder, ik denk dat je dat, 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 dat is iets dat je toch ook van je eigen weet. gaat ze, gaat iemand vrij. Ja ja ze wel een persoonlijkheid hè, man dat is je zet dat of je zet Qua dat niet afvallen maar ik kan even gedeugen ja je zet dat of je zet dat niet hè. je zit een persoonlijkheid hè. je zit iemand dat, die die denk wel dat ja je hebt dat toch met veel mensen je hebt zo bepaalde beroepen waar je hebt koks hè en je kunt zeggen die is dat is de ah, chef, okay. chef van een van een ster uh, hè. een penis die in een restaurant werkt hè <laughs> god damn it, man <laughs> Maar, uh, maar, maar dan denk je, ja, dan is het een die en dan is je iemand als Gordon Ramsay. Als, ja, en dan waar. denk je, dat is ook een kok, klopt. maar die kan het spel spelen als er ja. een camera op staat. En, ja. 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 en dat kun je ja, ook. Allee, merci. En dat is niet alleen dat, maar het is ook wat dat je het hoe dat je eruit ziet, hoe dat je je eigen presenteert. Dat klopt ook niet. Dat is toch wat dat, dat is. En dat is ook een. Ja, je zit ook bezig met niet alleen met wat dat je doet, maar ook met hoe dat je. Ja, hoe dat je gepercipieerd wordt, hoe dat mensen nu zien, ja, maar dat ook jij, dit niet soms, wat dat jij zelf ook naar buiten wilt brengen mm. over wie het dat is. Dat, he. dat, dat kies je ja. zelf ook, hè? Maar ik heb Voor, een paar... deel. Voor een deel. Ik zeg het, sommige mensen zijn vals bescheiden, ik zijn soms ook vals arrogant, vind ik. Omdat als mensen mij niet interesseren. Ja, vals als... arrogant zijn is ook plezant. Ja, als, als mensen op voorhand al een oordeel <laughs> over je klaar hebben, dan wil ik, ik graag ook wel geven wat ze verdienen. Natuurlijk dan. vind ik wel. Ja. dat is dat ding. hè. Oh, so you think I'm an asshole. <laughs> Oké, okay, dan. Let's be an asshole. Let's do it. Maar dan doen we het wel all the way ja, and voor. over the top. <laughs> en dat is dan ook natuurlijk plezant. Dat zijn zo de legendarische woorden van uh, Freddie Mercury: Everything worth doing is worth overdoing. Hopza. Dat, dat is een mooie quote. Dat is een mooie quote. Ja. Ik moet toegeven, er ben ik wel inderdaad soms vrij goed in, in overdoing. Mm -hmm. uh, ik ben heel graag met veel verschillende dingen tegelijk bezig, maar, maar jij ook valt mij op, dus ja. uh, dat is heel mooi. En um, ik moet wel toegeven, het, ik vind het fantastisch om uh, Alex nu als eerste gast de Swedish Sessions te mogen, of te laten openen, beter gezegd. Oh, wow. Het is een eer en een voorrecht. Ik, uh, ik blijf altijd genieten van, welcome to the AA, ik denk uh, heel veel mensen met mij. En binnenkort gelukkig ook van Fear Factor. Op vier is dat? Ja, klopt. Uh, dat zal waarschijnlijk in het, uh, het uh, najaar zijn, na de vakantie. Oké, okay, perfect. Ja. Dus samen ook met je show Wake Me Up When It's Over. Klopt. En ik zie dat je ook een coole t-shirt aan hebt van The Doors. The Doors, ja. Dat is iets dat we delen, want Jim Morrison is ook iemand die aan mij een wal hangt trouwens. Ik heb een wall of inspiration. Ik weet dat. ik heb hem uh, al gezien. Ah, voilà. uh, Dus dat is ook een gast die mij altijd gefascineerd heeft. Ja. En, en blijkbaar uh, Alex eigenlijk nu ook. Kun je daar nog om af te ronden nog iets over vertellen of de Doors die aan toe? Ja, de Doors is, is um, ja, hetgeen dat ik nu doe is een soort. Oh, ik, ik, vind, ik vind altijd dat je zegt dat tribute band, dat is zo lame. Want dan denk ik altijd onze van die gasten die zo verkleed op een podium staan. Dat doen wij niet. Hè, want dat is een eerbetoon aan, maar eigenlijk is dat geen eer. Ik vind dat, wij spelen gewoon die nummers. En ik zijn gewoon een mega fan van die muziek. En ook ja, van Jim Morrison natuurlijk als, als jong gastje was dat een van mijn eerste helden. Ook weer al zo de rock and roll rebel, bad guy, ja. hè. De, de rebel, De, de donkere ook. He. Heel veel liedjes over de dood en over tenden. En in de tijd van de hippies van, eh, put a flower in your hair, dan ja. die een over dit is, he. is gedaan. De in, middenvinger. Dus, dus dat was iemand die mij op dat vlak enorm hard fascineerde. ook. Ook die is een, is een poëzie en zo bijvoorbeeld. Die een hele donkere kijk dat hij net Ik vond dat echt heel tof. Maar ook de muziek. Ik zijn vooral op die, in de eerste Top plaats is. ook een enorme fan van. En wat dat, dat was, wat was dat bij mij met Jim Morrison? Ik heb een heel soortgelijke zangstem. Dus ik kon die liedjes allemaal meezingen. Als jong gastje, dat lacht mij. Die is een, een toonaard, ligt mij. Dus dat was zo. En hoe is dat begonnen? Dat was een, 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 een initiatief. En dat heette Bloemen nog Kransen. En dat ging eigenlijk over um, een, een bepaalde artiest die ze dan vroegen brengde een eerbetoon aan een overleden artiest. En daar hadden al een aantal mensen mee meegedaan. He. Wat is dat? Lady Linder, Gregory Frateur. zo, een hele hoop volk dat daar al aan had meegedaan. Die had dan, ik denk dat die had dan Nina Simone gedaan en zo. Dus allemaal zo van die hier zo'n heel hoge stem mee, dus je kan dat dan. En die deden dat altijd met de Moon Lovers, die een band die dat dan hè, die, dat zijn zo van die super muzikanten die dat ja, kinderen vragen dat om dat te spelen die en te spelen die dat. En um, dus die, 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 die vroegen dat om mij. En ik denk: "Fuck, ja, wie ga ik pakken?" En ik dacht: jou, wie, "Ja, Bowie was nog niet lang dood, dus ik denk: "Ah, oh, misschien Bowie." Maar ik dacht dan ook weer: "Ja, maar welk nummer dan?" En ik was er wel aan het nadenken en eerst denk ik ja, The Doors, tuurlijk. Zo, dat, dat kun je gaan zingen, dat moet je niet studeren, want je kent die nummers van buiten. It's the dat is de match. Daar moet ik niks mee doen. Ik ken zelfs muzikaal die nummers van buiten. Niet alleen de songs, maar ook gewoon heel, heel de structuur. Topnummers ook vaak. Dus niet normaal. En ik weet dat wij gingen repeteren toen. Dat was de eerste keer. En ik kom daar binnen en ik zie die gasten zitten. Het zijn ook allemaal wat oudere gasten. Al zo. Wat ik ook al cool vind, want dat zijn zo van die muzikale. We hebben het allemaal gezien, man. Dat is echt wel heel cool. Die ook al met enorm veel bekendheden hadden samengewerkt en zo. En uh, ik pak die micro vast en ik had een setlist opgemaakt. Want ik had het concept ook niet helemaal door. Dat hadden je gezegd, <laughs> gezegd tegen mij: Ja, uh, je moet dan een paar nummertjes doen. En dan was het eigenlijk de bedoeling dat die gast dan een beetje zo'n soort lezing kwam geven over The doors. En dan kwam ik nog wat dingen... Dat, dat wij wat illustratie waren bij de, bij de lezing van die avond. Dat was het concept. Het enige probleem was dat ik niet op gelet, dat dat de bedoeling <laughs> was. Dus ik had een setlist gemaakt, ik had een intro, ik had een outro. Ik, had, eh, ik was al... Ik had zoiets van... Ja, we gaan dat spelen, dat we eindigen met deze, deze zit in het midden, dat moet zo, dat is de opener, dat is dat. Dus die gasten moesten al lachen. Ik kom er binnen en die zo... Allee, wat een... Wat een Normaal doen die zo vier nummers of zo, waarom er, er twaalf. En ik zeg, ja, was dat niet de bedoeling? Dat is toch een avond. En zo, die, zegt, ja, die gaat ook wel willen babbelen. En zo, ik zeg, oh, moet dat nou? Dus ik was al zo. Oh, ja, ja, ja. Maar die moesten ook al lachen van ja. die, die, die ander idee. En dan begonnen we, we begonnen met Break On Through. Dus hè, zeg, oké, okay, dat is een nummer. Ik kon dat ook roepen vanuit dat podium. Ik doe eerst zo een gedicht, dan doen we Oh Fortuna, zo, de intro. Ja, en ja, dan, ja. En dan, als dat gedaan is, dan roep ik: Ladies and Gentlemen from Los Angeles, California, the doors. En dan krijg je de, de break on through. Ja, ja, schaaf. Ja. En die begint, eh, en ik, ik begin: You know the day destroys a night. En je ziet die gasten zo, en je zegt iedereen zo naar elkaar kijken: fuck? van... Oké, okay. en wij beginnen te spelen. En al die eerste repetitie kwamen we buiten, en die gasten zo: Ja, 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 oké, okay, ja. Ja, is goed. We volgende week nog eens hè, dan zo teruggerepeteerd en wij doen dat optreden. En dat was zo, gevoelden al in dat, in dat publiek ook dat daar iets gebeurde. Dat je zo denkt, oh wat is dat? En die gasten ook allemaal zo aan het zien. En dan was zo, ja, we hebben een vraag gekregen of dat we hetzelfde we doen, maar in Tau Dan zei ja ja, als is goed. Hè, dan doen we dat nog eens. En we doen dat daar. En dat was ook weer al zo, dat gevoel van, ja, maar deze is echt mega graaf. En dan had hij een drummer zo, ja. Ik heb nog een aanvraag gehad voor dat taart te doen. Oh ja, we doen dat. En dat was nog beter. En we hadden ook gewoon in eerste wij naar elkaar keken, en we zeiden: ja, man, gewoon deze wel. Dat gaan we niet laten liggen. Nee, nee, we dat moeten hier niet mee doen. En uh, ja, al dus geschieden. En nu hebben wij zo één seizoen al, al ermee gespeeld. En het volgende seizoen ook. En dat is iets dat ik wel zo weg om blijven doen, denk ik. Dat is gewoon iets dat ik heel heel ja. leuk vind om te doen en heel cool. En gisteren hadden we er een in Merksem. Vandaar dat je die mooie basstem uh, bij mij vandaag hebt. Want het was veel drank. Ook gisteren. Het was, ik zit hier eigenlijk met een kater, dus je moet het <laughs> al niet vragen. Hè. Maar het was, uh, het was heel cool. Ja, ja nee, dus, ik moet zeggen, ik ben, ik ben een grote fan van The Doors. Uh, uh -huh. En ik was deze podcast aan het voorbereiden. Uh -huh. En ik ontdekte ook verder, want ik had het eigenlijk al uh, eerder ontdekt. U, uh, uw tour nu met daar gegeven. Ja. En ik zag dat je merkstum stond gisteren toen ik het ontdekte. Dus uh, ik hoop dat je dat nog uh, in het najaar ook gaat doen. Sowieso. Dus je moet dat ook gewoon wat checken. Maar dat, dat kun je dan zien op uh, alexhacknieuw.be. Alex en dan, uh, dan vinden we dat daarop. Dus. Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. Yes. Alex, uh, ongelooflijk bedankt om hier te gast te zijn. Het was echt <laughs> een, een feest. Ik heb er enorm van genoten. Het was uh, zeer, uh, zeer boeiend. Was... Eigen nog nog strevend dan ik eigenlijk al had gehoopt. dat is kei aan. Uh. jij doet dat goed ook. Alleen merci. ja. heel tof. interview. het was een eerste. het was een eerste. Ja, dat is beter dan mijn de eerste. Uh, dus dat ik, gaat ik al zien. het nee, nee. Ja, ja. Uh, ik wil uiteraard um, <coughs> nog even de aandacht brengen op uh, het goede doel van onze uitzending Yamina Crossa. Uh, je kan dat onderaan het scherm terugzien, maar ook op onze website sweetie.be of op de Instagram page van mijzelf uh, van de Sweetie Sessions. check it out. overal te vinden. Laat uw groot hart zien. Ik wil ook uh, Kamal van Raketa, Quinten van Chinois Media uh, bedanken voor de technische ondersteuning van deze podcast. Uiteraard ook um, onze uh, prachtige secretaresse Mina, die dat altijd uh, alles goed swanjeert. En mijn broer, de mede-host Moenier, om Alex aan mij over te laten. Dat vind ik heel fijn. Uh, maar goed, ik ben geen Oscar in ontvangst ontnemen, dus die dankwoorden die mogen stoppen. Ik uh, kijk nu al uit naar de volgende aflevering. Ik ga nog niet verklappen wie de gast is, maar het is opnieuw een hele straffe naam. Uh, van harte bedankt en tot ziens. Bye.